The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -huh. it's a hier alleen voor de zorg. Als het ergens over moet gaan, zijn de MSD Not the face! libbers op een millenair. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom bij de AA. Onze gast vandaag is hier voor de derde keer. Een absoluut record, dames en heren. Jullie kennen hem van zijn inmiddels legendarische oudejaarsconferentie over film en media, Houd het voor Bekeken. Hij heeft net zijn laatste comedy-Borling Quarter Life Crisis online gezet. En is nu ook bezig met zijn talkshow vanavond laat. Maar vandaag het Jambers-interview. Wie is hij? Wat drijft hem? Waar komt hij vandaan? Ja. Welkom, Xander de Rijke. Dank je wel. Weer, weer terug, dat is keikoop. Cool. Ik ben nooit weg geweest eigenlijk. Dat is dus waar, jij uh... zit hier eigenlijk altijd. Wat mensen <laughs> niet weten, is dat jij altijd naast een Andries met afkeurende blik zit te kijken naar ja. al onze andere gasten. En het haalt wel het diepste uit uw gasten, hè? Allee, ja, je gasten. Ja, dat is wel waar. Je zag, je zag de waar. angst bij Van Gils, van <laughs> ik moet hier leveren. Want die hast gaat erbij pakken als ik niet als ik blijf babbelen. En zo kun jij toch nog een best redelijk, menselijk, tof interview met lieve Van Gils naar uw hand zetten. Dat is goed gedaan. Ja, ja goed gedaan. Ja, ik, de, 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 Op het einde van de aflevering geef ik me een repliek op alle afleveringen die ik tot nu toe gedaan heb. Hè. Alles wat ik opgespaard heb, ik heb een paar kleine opmerkingen. Maar dat is kagoe. Dat moeten we eigenlijk zeker laten gaan. Daar, daar kijk ik al naar uit. Maar dat, dat is ook goed. Dan blijven mensen luisteren. Op het einde van de aflevering komen de replieken van Xander ja, op al onze afleveringen bashing zit op het einde. Dat is dus, goed, spoed, dus hij spoelt maar dus... al deur. <laughs> <laughs> maar goed, we gaan beginnen, we gaan beginnen over... Mm. Um, ik, heb, ik heb eigenlijk voor de research uw boek nog eens een keer gelezen. Ja. Uh, het leven is kak en dan wordt het grappig. En ja. dat uh, je het uitgebracht in 2013? Ja, 12, 12? 12 of 12 13 denk 2012, ik. 2012 denk ik, ja. Dat was uh, helemaal niet zo uh, lang na mijn Sportpaleis show toen, denk ik. Dat denk ik mij nog. Dus, dus, en ik had toen ook... Zo'n veredeld kleurboek uitgebracht. Dat, dat moest gewoon voor een boek. Maar uw boek is een een boek. <laughs> en en, en ja. uh, wat heel cool. Allee, wat ik eigenlijk al mee kan beginnen. Want ik kon u vooral de verhalen laten vertellen. Want het mm -hmm. zijn uiteraard uw verhalen. Maar um, uw jeugd was een klein beetje iets waar zelfs Dimitri Verhulst van zou zeggen. Is een beetje marginaal. Ja. Zo. Ja. Um, Op zijn eh, minst, ja. Ja. We zullen ja. beginnen, we zullen <laughs> beginnen met, met, uh, bij het begin. Um, uh, je, hebt, je hebt een hoop vaderfiguren gehad in uw leven, heb je dus zelf mm -hmm. al gezegd, omdat uw eigen vader uh, een beetje de. bijna de inspiratie voor het nummer Papa was a Rolling Stone was. Hè? <laughs> ja, uh, maar ja, ik heb mijn vader nooit gekend. Uh, ik weet wie mijn vader is, maar ik heb hem nooit. Ik heb hem een paar keer ontmoet, maar toen wist ik nog niet dat het mijn vader was. Maar um, ja, laten we zeggen, mijn, mijn vader heeft de meerdere bodems uh, bemest in, uh, in het meisjesland. Uh, ja, ik denk dat ik. Ik heb drie zussen waar ik van weet, drie halfzussen. Mm -hmm. um, en één like, daarvan is ook zo in hetzelfde jaar geboren op 18 december. Ik verjaar op 19 december. Dus ik weet dat die nooit een goed weekend heeft gehad <laughs> ergens in het verleden. <laughs> um, maar het grappige is dat al die, al die zussen zijn ook allemaal in december zijn geboren. Like, sommigen zijn een, een jaar verschil, mm -hmm. Dus ik, ik begin ook min of meer te geloven. Maart. Uh, ja, dat er zo ergens in maart in een café in het Meetjesland een weddenschap loopt of zo. Van... <laughs> Wel, uh, het is maart weer, hè? Wat denk je? Gaat het lukken deze keer? Wow. <laughs> um, dus uh, uh, ja, ik ben daar het resultaat van. Ik ben het resultaat van een hele trieste gewonnenheid stand, denk ik. Mm -hmm. uh, Maar ik heb die nooit echt gekend. Uh, heeft uw moeder u daar iets over verteld? Of niet? Ja, uh... Wel, op de leeftijd dat ik het begon me echt af te vragen van wie is die gast, heb ik het wel gevraagd en heeft ze een foto getoond van dat is hem. Ik dacht, ah ja, den die. En ik heb die wel al een paar keer gezien. Maar. Dat is, het. en ik heb ook nooit echt de, allee, de nood gehad om daar te mee te gaan spreken. Want ja, dat is ook geen goede gast of zo. Allee, die, als je ziet wat hij werkt en, en, en wat hij, dat is geen een vrij goeie manipulator ook en al. Dus dan misschien heb ik dat een beetje meegekregen. van <laughs> heb, uh, um, Dus de intensiteit waar dat hij inspeelt op vrouwen, doe ik dan lekker op de media of zo. Okay. Um, ja, ik, ik weet het niet. Ik heb, hem, ik heb hem toevallig vorige zomer gezien. Dat was zo de eerste keer in zo. 17 jaar dat ik die gezien heb waarschijnlijk, omdat voor mij leeft die in een parallel universum in het meetjesland waar ik eigenlijk niet zo vaak meer kom. Um, en dat was ook net na een interview met De Morgen waar ik die zo vernoemd had, en dan zie je die en dan kortsluit je hersenen een klein beetje. Dat mm -hmm. um, is zo deels uw hersenen die zeggen van, zoek ik er iets tegen gaan zeggen, en de andere van mijn hersenen die denken van, wat kan ik doen om die een vrije ongemakkelijk te maken. Ja. Um, dat, dat joke was zo dat heel grappig zou zijn dat ik zo een stapel papier op die zijn tafel ga leggen van hier zeggen hij moet zoveel contract eh, hij moet zoveel rapporten nog ondertekenen van mij <laughs> dat echt, die, zijn, die van het secretariaat zijn echt kwaad op mij en, uh, <laughs> de, um, ja maar uh, ja maar wat doet hij met u als je die ziet en je hebt hè, dat is een, zoals gezegd een afwezige vader je kent hem eigenlijk bijna alleen maar van zijn. Heb je er ooit lange gesprekken mee gehad heb je er ooit echt mee gebabbeld nee ik, denk, ik ben nooit op ik heb hem nooit op een leeftijd dat ik intelligent genoeg was om, om daar deftig vragen aan te stellen, eigenlijk. Mm -hmm. um, het, het ironische is eigenlijk dat, terwijl we dit nu opnemen, een paar dagen geleden, um, heb ik gehoord dat hij eigenlijk is aan het doodgaan, nu, is aan het sterven aan een hersentumor. Um, Alleen heeft een hersentumor, ze hebben hem verwijderd, ze hebben er niet alles uitgekregen, dus gaat, zijn prognose is niet goed, waarschijnlijk altijd niet. Uh, en dat schijnt hem, hem nu al zo aan het zeggen van. Als ik spijt en dit en dat en dit. En, en, ja. en, en dat, dat schijn heeft hem gezegd: van ja, Xander is kwaad op mij. En ik dacht van: ben ik niet kwaad op uw gast? Ik, ik ken u niet. Ja. Ik heb geen reden om kwaad over u te zijn, want heb niks gedaan, letterlijk en figuurlijk niet. Maar ik heb daar niet echt een wrang gevoel bij. Ik heb daar heel veel non-interesse bij, vooral. Ja, uh, ja die heeft niks gedaan, dus dat. Ja. Als er iemand is die kwaad zou mogen zijn, is het waarschijnlijk mijn moeder. Maar ja, die, wat hij die een deal geregeld is, dat weet ik ook niet. Dus ja, dat betwijfel ik. Heb je maar... fysieke gelijkenis met je vader? Mm, ik denk, we hebben tot nu toe het geluk. Ik en mijn, de zus waar ik, die ik ken, dat we het schijn allemaal op onze moeder trekken. Maar die frons, het schijn is de frons. Dat voorhoofd, zo'n dagdeelte, dat voorhoofd, dat is van hem. Dus de, ja. de frons, wat de fuck is James Cook aan het doen, is hetzelfde als... <laughs> Holy shit, ik heb veel kinderen ja. gemaakt. Dat <laughs> is dus, dus allemaal dezelfde frons. <laughs> en mijn zuster heeft ook die frons. En mijn zus heeft vier kinderen. Dus de, de frons van Holy shit, ik heb vier kinderen. Het is allemaal dezelfde ja, frons ja, geworden. Ja. De Rijke Frons. Ja, en ik, ik heb mijn neefje ook al beet gehad. Die kijkt ook voor wie de fuck ze heeft. Dus het is allemaal dezelfde ja, Frons. Ja. Hashtag de Rijke Frons. Hashtag de Rijke Frons. Ja, ja. um, Oké. Okay. Maar gij, maar, he, want dat is natuurlijk, ik snap dat als je zegt, he, je hebt het ook zo he, in ene zin eigenlijk uh, in het begin van uw boek eigenlijk al gezegd: wat je niet hebt, gehad, kun je niet missen. Mm -hmm. he. Maar heb je niet een gevoel van, ik, ik wil toch, als, zeker als je hoort dat hem, ja, dat hem misschien het einde van het jaar niet gaat halen, denk ik, dat je gisteren tegen mij zei. en ja. Heb je niet het gevoel dat je dat in gesprek er misschien nog mee moet hebben om een beetje te achterhalen wie dat, dat is of waarom dat hij dat heeft gedaan? of... Als je um, zelf zegt van ik, ben, ik heb toch spijt, hè, want je krijgt nu ja. spijtbetuigingen en je begint te denken shit, hè, ja. dan denkt het nou over je leven. Wie weet, je misschien wel eens een gesprek met die event waarachter je toch je eigen beter doorvoelt? Ja, of? Het, ik weet niet. Alleen, mijn, mijn, de, mijn zus die, die, die kende hem het best. Die heeft er ook het meeste contact mee gehad. Die zei van ja, dat is onoprecht oprecht geen goede dude. En, en okay. dit wat hem nu overkomt, dat wordt een beetje de grote zijn een show, die maakt er wel een show van ofzo, en oh ja. dat, nu is het wat dit ook meegekregen ja, van ja, de vader Drama, drama, drama. Heb ik. Dus een... Ach, wee um, uh, Ja, ik weet het, we, we hadden wel zoiets van zoomen we naar zijn begrafenis gaan als hem dood is of niet mm -hmm. om, om misschien die closure wel te hebben of zo, van um, ja. maar ik, ik weet niet ik, ik, ja, je zijn nieuwsgierig van wat heb je ervan mee ja. maar alles wat hij in is, alles wat hij in Doet alles wat hij gedaan heeft, zit niet in mijn systeem. Alleen die is ook heel veel dingen dat ik niet ben. Hij is ook extreem racistisch. Mm. Allee, dat zijn allemaal van die dingen dat ik denk: van ja, ik heb al geen zin om een gesprek met die gast te gaan. Nou, ik bedoel, yeah. vanaf dat het onderwerp Marokkanen valt, had hij een Janotto vrij op de bermen. Wow, that escalated quickly. Ja, uh, alleen die. Allee, die dat, alles wat ik ervan weet, de kleine, de kleine dingen die ik ervan weet, zijn zo dat die hier ook wel er reist wel vaak, maar die gaat zo. Ik like viel naar, like naar Thailand en al van die shit. Maar aan de andere kant denk ik: van, wat de fuck zei hij daar weer? Ja. <laughs> waarschijnlijk lopen er nog een paar half van u in Thailand oh, rond. Oh, dude, daar heb je geen van idee 10. van. Ik deel like, 50% DNA met meisjesland en Thailand, waarschijnlijk. <laughs> um, ja, allez, en, en ja, even die, die instelling. Ik zou niet kunnen leven, weten dat er zoveel kinderen van mij rondlopen. Ik zou niet kunnen leven dat je echt zo per jaar wel ergens like, tussen 85 en 89 zoveel vrouwen zwakker gemaakt het in het beetjesland. <laughs> dat is ook echt niet groot hè ik bedoel, <laughs> allee... <laughs> het feit dat een van mijn zussen is uh, een prostituee in Gent, dat, okay. vind ik, dat vind ik een gevaarlijke, omdat, dat is toch een full circle, ik bedoel, je weet dat dat zo'n gast is die waarschijnlijk zelf eens naar Doeren geweest is, ja. dus, allee... die cirkel is vrij rap rond. Ja. Um... Heb je die ooit leren kennen, er nee. ooit mee gebabbeld? nee Nee. Nee, maar je het wel, want welke van uw halfzussen heb je we al wel ontmoet en mee gepraat? Er eentje, eentje, ah. er, eentje ervan ken ik omdat um, de, ja, die, haar moeder was de, even de, was de beste vriendin van mijn moeder. <laughs> Uh, We gaan deze uitzending zo moeten eindigen met zo'n zo nummer, zo'n telefoonnummer. Zo bij vragen, over... ja, <laughs> Heb je na zelf... deze uitzending uh, moeite met een aantal onderwerpen? Of wil je ergens over praten? Maar de realiteit, ja, ik zei de realiteit, is, is zo absurd gewoon. Dat, ja. Uh, ja. ja, ik kan er ook alleen maar mee lachen. Daarom ook dat ik die een boek geschreven heb. Daarom dat ik er ook gewoon altijd, dat ik er altijd wel een grap voor klaar heb. Omdat ik weet als ik zo. Ja, begin van dit en dit dat mensen zo lang van holy shit. Ja. Um, maar uh, ja, mijn, mijn, en, maar die is goed terechtgekomen. Maar dat is, die heeft zo dezelfde impuls gehad als mij. Van ik ga me daar boven staan. En, en die doet dat kei goed. Die is, allez, dat, dat is een opvoedster. En die heeft zelf vier kinderen. En die, die had ook haar uiterste beste en die allemaal Hoe oud is die? Um, een jaar jonger dan mij. Oké. Okay. Van 18 december is ze. Ja, um. ja. <laughs> Min 9 dat dan 19? Nee, nee. Ik ben dan 87, zij is van 88. Ja. En wat, wat, uw verjaardag was 19 december? Justin, 19. Ja. Hè. Dus die is van, echt van een letterlijk een dag vooruit. Dat is wel heel zot. Gaan, ja. ze, gaan ze ook van december? Hè? Ik ben van 22 december. Wie weet, zijn wij we niet alleen geestelijk familie, maar ook lichamelijk. Xander er Joost van Echt is ook van 19 december. Hè. Holy crap, man. Dat is wel weird, hè Meetjesland. Dat ja, is het, dat uh... is. Dat, ge, ge wordt er niet geboren, je ge wordt er geoogst. <laughs> dat is zo, <laughs> allemaal op dezelfde dag. <laughs> ja, het is eentje van 19 december. <laughs> <laughs> um, ja, dus gegroeid op hè, met, ja. een, met een afwezige vader. Hè, ja. Dat is heel duidelijk mm -hmm. natuurlijk. Um, een van uw eerste, uh, uw eerste vaderfiguur is uw opa. Ja. Hè, die dat jij Pepe noemt. Ja. Die Oscar of Kader werd genoemd, maar ja. eigenlijk Edouard heette. Hè. Ja. Is dat de tattoo op uw ook? Ja, ja, dat is zijn uh, ja, naam. Ja, ja, dat is een bierlabel van um, Krugerpils waar ik zijn de naam in gestoken heb. Um, well, dat is zijn favoriete biersoort. Dat is ook zo'n bier dat alleen maar aan die kant van ons zo verkrijgbaar is. Um, het ziet er een beetje uit, like dat dat zo. De, de, een Oda is een overleden Nazi-officier op mijn arm gezet heb, omdat dat zo'n Duits merk is. Maar um, Oscar Schindler. Dus, uh, uh, ja, inderdaad. Um, ja, wat dat ben je hoop, ik daar ook van. Ja, like, mensen zeggen van heb je niet een vader ontbreekt. Goh, ja, de, dat zijn dan verschillende puzzelstukken die ik dat wel samenvoegde, alle mannen die in mijn leven geweest zijn, dan spiegelt mm -hmm. u daar een klein beetje naar. Ik heb nooit het gevoel dat ik een vader ontbrak, want ik heb wel de juiste dingen meegekregen van een bepaalde personen. Niet allemaal tegelijkertijd op het juiste moment. Sommige dingen zijn wel later gekomen, maar mm -hmm. ik denk in het begin was mijn grootvader. Een combinatie van mijn grootvader en mijn onkel, uh, omdat mijn, ja, mijn grootvader. Peter zeker, hè? Ja. Yves. Ja, ja. Yves, 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 mijn onkel, omdat hij is. Uh, tien jaar jonger dan mijn moeder, dus hij was zo wat de, de cool dude. Zo, mm -hmm. en, en nu nog altijd. Mijn, al ja, mijn onkel slaagt er altijd in om zo <laughs> fout te zijn, iedere generatie van, van het jaar dat er geboren wordt. Maar uh, hij was zo de dude McQueen en, en, en de Scorpions en ECDC en, en rijden met een Muscle Car en, en, en zo de Necklap en de Harley Davidson. Ja, dus dat is zo ja. hem. Dus daar krijg je dan zo dat wat een idee is van cool en muziek smaak, krijg je daar dan van mee. En mm -hmm. dan van, van mijn grootvader krijg je dan andere dingen mee, zoals respect en hard werken enzovoort enzovoort. Mm -hmm. um, ja, en, 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 en sommige dingen vulde het pas later. En ik, ik voelde wel in de eerste 18 jaar dat, ik, uh, dat er wel zo'n vent ontbrak, omdat ik heel erg ik doe wat ik wil attitude had, mm -hmm. zonder dat ik ooit gestraft werd, want mijn moeder didn't give a shit. Yeah. Um, en dat is er zo later wel een beetje bij gekomen. Eigenlijk toen ik zo... Weggegaan ben in, uh, bij mijn moeder zo op mijn 18. Um, like mijn, mijn beste man. Matthias, zijn vader die heeft zo wel de tuchter wat opgezet. Omdat ja. ik gewoon. Ja, ik had geen attitude. Of, of uh, er was een enorme laksheid in mij. zodat ja. Tot twee uur s middags in je bed liggen. En vanaf dat je ook maar iets moet doen, is het, oh, dat je zo. En die heeft dat daar niet letterlijk, maar niet het er wel uitgeklopt. Zodat, ja. Kom maar, jongens, stop een keer met dat. Stel je een keer recht en doe een keer wat. En, mij verplicht om altijd een afwas te doen. Dat is iets stom, hè, maar die, ja. wou, die wou gewoon een soort van militaire precisie. Ja, Dat dus, was een rijkswachter geweest, hè? klopt dat? Ja, dat is een ja. ex-rijkswachter. Dus die, ja. die was ook heel. Is, is niet dood te leven nog, maar die is een stuk, die is nu 86. Mm -hmm. um, dus die was toen ook al over de 70. Die was even oud als mijn groot, maar Die had wel zo. Die drilde wel of zo. En dat, dat had ik wel nodig. tussen ja. dus mijn 18, 19, 20, omdat ik wel een heel erg. Ja, niemand heeft mij uit onder mijn vijs gegeven voor iets. Hè. Ja. Uh, Uw grootvader ook niet in een tijd? Nee, want ja, die, is ook, die is ook gestorven in 2000. Dus die is zo gestorven. Ja, dat is ook een, een zot verhaal. Hè? Uh, ja, die is gestorven op uh, toen ik 13, 14 jaar was of zo, uh, in 2000. Mm. Dus die, die heeft nooit zo de, de jaren dat ze begint te puberen en zo wat de rebellie begint af te heeft die nooit meegemaakt. Mm. Dus tegen dat ik eigenlijk zo hij wel. Uh, ja, een volwassenen te worden was, was er zo geen enkele vent in mijn leven die ik zeggen: van wilde hij nu een keer gedragen en zet nu een keer recht en doet dat nu een keer niet. Niemand hield mij tegen. Ja. Um, maar ja die, ja, die is gestorven in 2000 um, aan een Die een is begraven op je verjaardag, naar nou dat schijnt. Ja die, is, ja, die is begraven op mijn 14e verjaardag denk ik op, uh, op, de, 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 ja 13e of 14e verjaardag al sinds. Ja. Nee, die is gestorven op 14 december 2000, maar uh -huh. die begraven op 19 december op mijn verjaardag. Dus de, heel hallucinant. Zo, hey gelukkig verjaardag en, en een gedeelneming. Dank <laughs> je. Um, ja, ja dus dat is. was een hartaanval of hartaderbreuk? Uh? Ja. Ah, oké. Okay. Oh, right. Ja, die is. Dus is, ja, dat, um, dat, dat, dat dat niet vermeden kunnen zijn of zo, en we yeah. hebben ze altijd gezegd. De, 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 ik, man, ik heb die, die was, dat was midden in de examens. En ik reed dan met een bus van Ekelo naar zaten en ik kwam mij altijd ophalen aan de bushalte. En hij was er was al zo aan het manken en hij trok aan zijn been al maar. En zo, ik, ik bleef dan bij mijn grootouders, dat had mijn moeder gedaan met mijn werk en toen kwam ze mij aan. En dan, tegen het einde van de dag lag die al in de zetel. Um, dat hij niet meer kan wandelen en dan een is die in zo op eigen kracht op de trap naar boven gekropen. Het een dat hij in bed lag, die letterlijk gezegd van denk dat het gedaan is. Het een dat mijn, moeder, like, mijn grootmoeder een telefoon had kunnen pakken was hem al overleden. Ja. En dat dokter heeft altijd gezegd van ah, er, dat was te laat. Allee, dat, ja. dat, die hartaderbuike dat zit aan de kant van. Allee, de dam dat zijn beenpijn heeft, dat hij hem koud begon te krijgen. Dat, ja. Dat had hem had hem ochtends binnengebracht geweest, hadden we hem nog niet kunnen redden. Dus, nee. Ja, dat is ja, finaliteit gewoon. Ja. En wat deed hij met u op uw 13 um, Want noodschent is ook een van de laatste dingen dat hem, dat hem zei, ging ook over u. Hè. Mm, ja, maar er is altijd een grote bezorgdheid over, hem, allez, over mij geweest. Um, van hem, omdat ja, die hebben mij wel deels opgevoed. Omdat mijn moeder. Ja, mijn moeder is zo labiel als maar kan zijn. Um, dus die hebben wel veel dingen voor mij gedaan. En altijd bezig geweest met mijn toekomst. En, en, en geld geïnvesteerd in mij. Uh, dat mijn moeder allemaal gerad heeft achteraf, natuurlijk. We um... gaan ze bieten over uw moeder. We gaan het onvermijdelijk zo, Dat, dat valt pieren open trekken meteen. Uh, maar ja, kijk, hij was zo'n dude die bijvoorbeeld op het einde van de week kapte die zijn portefeuille uit voor mij. Niet letterlijk in mijn handen, maar die ging altijd naar de bank. En die stortte gewoon alles wat erin zat. Dat was voor mij. Op het einde van de week had er, had er dan nu een briefje van duizenden in. Zat daar nu 60 frank aan klein geld. Dan dat maakte geen fuck uit. Dat was zijn vaste ritme van. Krr, dat zet op zijn spaarrekening. En dan, ik denk tegen dat ik zo 12 was of zo. stond er rechtelijk like, 40.000 frank op of zo al. En, ja. um, en mijn moeder, uh, onze auto was naar de kloten. Uh, ze kon geen auto betalen. En dan heeft ze zo de, de guilty ding gespeeld. van Ja, maar ja, als ik geen auto heb, dan kan ik Alexander niet naar school brengen. En dan heeft ze heel die rekening gepunderd voor een auto te kopen. En dat geld is er nooit meer op terecht gekomen. Ja. En als ik dat zei van, wanneer krijg ik dat terug? Ik zei, ja, maar ja, we wilden naar school. Ik zeg, ik ga met een bus. Dus alia, wat... Ja. Uh... <laughs> eh, maar um, ja, ik, ze, ik, het laatste wat hem voor mij gedaan heeft, dat hij mijn fiets heeft gekocht, dat vond hij heel belangrijk. Dat ik, dat hij, dat, dat, ik had zo een droombeeld in mijn hoofd van een fiets die in de, in de winkel stond, in het uitslaalraam, die ik wou. En dat schijnt een van de laatste dingen dat hem gezegd heeft: ben heel blij dat ik hem zijn fiets nog kunnen kopen. heb. Ja. Dus ja, het, tot op het einde heeft hem wel. Ja, min of meer gewerkt of gevochten om te zorgen dat ik een goede toekomst had. Ja. Dus kijk, ik heb het altijd jammer gevonden dat hij dit heeft nooit heeft kunnen meemaken. Want hij is wel, hij is niet oud gestorven, hij is 70 geworden. 70 is een mm. getal dat nu best realiseerbaar zou moeten zijn. Maar ja, mm. ze bezig bezig over een vent die al zijn in 12 heeft gerookt en, en die een dronk wel was. Maar niet op het vlak van alcoholisme, maar dat ze die generatie dat zo... Ik, ik weet niet ik drink bijvoorbeeld niet thuis als ik alleen ben drink ik niet thuis ofzo maar dat is zo die man die zo een pintje drinken he, zo, tijdens de lunch en zo ja. en als je naar de winkel gaat en je ziet van die bouwvakkers zo twee van die half liters, koopt nog een elf uur. dat je denkt wat de fuck he, ja. dat is zo dat he, dat zit daar mee in. En, Ga doen met bakstenen, goeie. Ja, Daar is... moet, moet ik niet nuchter voor zijn. Ik ga, ik ga de gebouwen maken waar hij <laughs> woont. Geen zorgen. Relax. <laughs> um, dus ja, maar dat is een slechte levenskwaliteit. Hè. Ik, ja, ik kom wel van een, 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 een tak van een familie waar de levenskwaliteit niet zo goed is. Dus ik kwam mijn hart vast, alleszins. Ik denk dat je na een perfecte brug hebt gemokt naar je moeder, natuurlijk. Ja, dat ja. is wel iemand waar we het even over moeten hebben. Uh, er wordt zeker. Um, uh, ik zal, ik zal zeggen, begin daar eens mee. misschien je thuissituatie te omschrijven, want dat is al redelijk hallucinant, als je dat leest in uw boek. Um, mijn, um, ik weet niet wat er ergens... Er is ergens zo op een bepaald moment... Mijn moeder daar op een plon gesprongen of zo, in een zekering gesprongen. Omdat, ik moet ook altijd eerlijk zijn, het is nooit echt slecht geweest... het is nooit slecht geweest tot op een bepaald punt. Dat ik zo, laten we zeggen, van mijn 1 tot mijn 8, was alles wel in orde of zo. Heb ik altijd, like, mijn huis was altijd proper, ik ben altijd... Ik heb altijd mijn eten gehad, ben altijd met proper kleren naar school geweest, ik heb me altijd kunnen wassen. Um, ze was een voorbeeldmoeder tot een bepaald punt, want ze was wel een alleenstaande vrouw. Um, dat was wel zo wat not done in die tijd. Um, en, en ze maakte er wel haar missie van om daar boven te staan. En zo een, ze, wou, ze, ze kwam voorlezen op school en ze was allemaal zo wel een voorbeeld ervan. En dan is er zo ergens iets gebeurd dat het. Um, heel erg van de rails gegaan is. Like een, een, een combinatie van, ik ben op mijn acht van Zelzaten naar Eeklo gaan wonen, dat is al een begin, tot nu, nu beginnen we te denken, dat zij eigenlijk altijd mijn vader heeft gevolgd op een of andere manier. Um, Oké. Okay. Uh, omdat mijn vader die lange zelzaad woont, dat is hij naar Eeklo gaan wonen, en wij zijn zo toevallig rond die periode ook naar Eeklo gaan wonen, en zij is ook toevallig in dat café beginnen werken, waar dat hier altijd zat. Okay. Dus dat is zo, rond die periode is die ook zo um, een serieuze mannenhater beginnen worden. Uh -huh. uh, op een, want met mijn, moeder, met mijn grootmoeder kwam ze nooit overheen, met mijn grootvader meer. Toen die is gestorven heeft dat ook zo een tik aan haar gegeven. Um, en dan begon alles in verval te geraken. Like, alles letterlijk, want like, die kuist, niet meer ons huis, was afschuwelijk smerig. Maar echt, echt afschuwelijk smerig. Um, tot op het punt dat like, de elektriek gewoon niet meer werkte. En dat ons huis effectief te smerig was om iemand te laten langskomen, om dit te laten fixen. Um, dat is, dat is een echt een vuiligheid op de grond, ja, Overal, dus of vr, moet je je erbij voorstellen? Dat is, ja, dat is, dat is een, een wandelpad van de deur naar een andere kamer, waar je gewoon zo... Als je Hoarders gezien hebt, van die mm. programma's waar mensen ja. zo... Ik heb mijn kat al twee jaar niet meer gezien. Totdat ze zo <laughs> een pak tijdschriften opheffen als ze zo'n platte kat vinden. Dat, dat zit daar heel dicht tegen. Ja, alright. Lek, er is, yeah. Ik denk dat als een kerstboom zo zeven jaar is blijven staan... En het was een echte, zoals dus gewoon een dorre tak. Um, oh. um, dus dat werd uh, alleen maar. Dat was echt, echt. Uh, uh. Ja, ik, ik meen mij ook een passage te herinneren. Dat vond ik ook ongelooflijk. Dat je zo'n wc had ontdekt van de gang. En die, die gang had zelfs een bijnaam, geloof ik. Was de Vlooie Gang. De Vlooie Gang, ja, ja. Dat, dat ja. Dat was zo'n heel opbollig heel, heel huis. Dat was een oudslagerij geweest. Dus dat, dat zo, we zijn er altijd tegen geslaagd in de twee huizen dat ik woon in Eeklo, dat dat zo een toilet in een stal had van achter. Mm. Dus dat je zo naar buiten moet over een koer. En dat je dan in zo'n zo gestalte dat daar een toilet in zit. Dat, zo, mm. of, allez, dat heeft ook geen verwarming. Um, en dat ze naar hangen. daar Missel zaten onze katten daar of honden. En dat zo, dan zijn die doodgaan of gewoon weggegaan van fuck, deze is smerig. Uh, met, dan zat dat gewoon vergeven van de vlooien. Dus dat was echt zo een route van. Krrr, vlooien als je naar het toilet wou gaan. Um, dus ja, en, en een absolute vuile, vuile nest, wat ironisch is, maar mijn moeder was eigenlijk part-time kuisvrouw. Um, nou, maar je met chef-kok zit er ook, hè? die koken thuis ook niet. Hè? Nee. <laughs> oh, ja, ja, maar ja. ja. dat is wat zelfs eigenlijk, eigenlijk, niet? <laughs> Komt op hetzelfde in. Nee. Uh, ja, dus en een combo daarvan, dus. En ehm zo een verval thuis, een verval van haarzelf, een enorme grote mannenhaat. Um, Tenminste, dat, dat huis is afgebrand, um, dat, dat ene smerige huis is afgebrand door een ironisch genoeg een, een elektrische brand. Mm -hmm. Ook al was, lag dat plon uit. Er, er was er, er was Overduidelijk. De brandweer zei: We hebben geen idee hoe dat kon gebeuren. Ik had zoiets van wel een vrij groot idee hoe dat kon gebeuren. Hoor. Aangezien ja. dat er like, op een bepaald moment in het dak zo'n gat zat, waar het naar binnen regende. Ja. Dan denk ik denk van daar ergens. Ik denk, daar ergens is er zo wat vocht op de kabel geraakt. Dus ja. um, de reis is afgebrand, en mijn moeder is 33% verbrand geweest over haar lichaam. Ik zo, vanaf, haar, vanaf haar nek, deels over haar lichaam, zijn ze 33% cent verbrand. Dus die heeft echt letterlijk in die brand gezeten, ja, die ja, zat daar echt vol een bak in. Ja, die ja. zat er vol een bak in, die is, die, is, die is moeten van een een trap naar beneden gaan, dus die, ja. tegen dat die beneden kwam, lag echt haar, haar huid van haar arm eigenlijk gewoon. Uh, want die was 33% derde graad verbrand, dus die heeft ja. wel like, een paar maanden in het ziekenhuis gelegen, hier in Antwerpen, moeten recupereren. Um, ik ben toen even bij mijn grootmoeder gaan wonen, maar ik zat toen ook op internaat. Dus dat was zo... Ja, dat is wel zo... Je hebt wel al je shit kwijt, maar je hebt wel zo'n klein percentage mee op het internaat, dus... Ja. Um, en en da, daar is heel veel in geëscaleerd in die periode. Omdat één, ik ben keihard gepubert in die periode. In die paar maanden dat zij weg was, ben ik echt zo gaan van... Ja, een meter 65 naar dit. Mm -hmm. um, en toen ze mij dan zo in één keer zag in mijn, in mijn nieuwe situatie... Ik had ook een lief. Had hij in één keer door van holy shit, dat is ook een vent. En ja. dan had hij een aan mij, want ik was weer een vent ja. die ook niet meer zo geïnteresseerd was in haar en ook altijd ruzie maar maakte. Ik ja. was ook een puber, dus, ik was me altijd aan het afzetten. En, um... ja, je had ook een paar heel genente dingen meegemokt met uw mama. Hè? Die, ja, had, die had een redelijk drankprobleem, denk ik, ja, ja, om al mee te beginnen. Ja, die zoop, heel erg neig. Plus die was ook. Langzaamaan heel labielend worden, omdat hij zo met um... een voorbeeld dan. zo. Allee, ik weet nog dat ze zei van achteraf, na, nadat uh, ons huis afgebrand is, dat ze tegen mijn moeder zei: van Je moet wel een paar keer met een psychiater gaan klappen, maar dat is een trauma dat hij moet verwerken. En dat is zo die typische meetjeslandse generatie. Moet je niet naar een psychiater? Ben je toch niet zot? Hmm. Ja, nee, je bent niet zot, maar je moet een trauma verwerken. Ook al ervaarde dat niet, ook al heb ze zoiets van. Ik voel ik, ik me best oké, okay, ja, ik ben verbrand geweest, maar dat is lichamelijk. En Die heeft dat nooit gedaan en dat heeft, dat heeft wel een impact op haar mentale reacties gehad. En dan is die zo langzaam aan beginnen gaan naar ja, conspiracy theories. En, en iedere de wereld is tegen haar. En mensen zijn wat van plan. En de buren kijken door de gordijnen naar ons. En dat is allemaal niet zo. Mm -hmm. um, dus een combinatie daarvan, een combinatie van heel veel drankgebruik, uh, zowel thuis Als een, een combinatie van heel foute mensen het huis binnenbrengt, hmm. ja, daar dat werk ik zot van. Mijn, mijn grootmoeder is dan ook nog gestorven, dus alleen dat, ja, dat, dat, dat viel niet mee te leven met die vrouw. Ja, want op een bepaald moment had hij ook een vriend, geloof ik, hè? die ja, de Mark, of de, hoe Mark, ja. <laughs> de legende Mark hemzelf, holy crap. Mijn, uh, mijn, mijn moeder is op een bepaald moment verslaafd geraakt aan TMF-chat. Dus op teletext, ja. hè, dus zo, dat je zo sms'en kunt sturen. Hè, die is daar verslaafd aan geraakt. Hoe dat je dat doet, dat weet ik niet. Maar die, dat is zo, dat is zo wow, like 50 cent voor een sms of zo, toen weet ik veel. En Dit is ook nog zo pre-smartphone-tijd. Ja. Dat is echt zo met een, een Nokia 3210 sms'en heen en weer. Ja, 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 ja. um, dus een tv werd ook gedomineerd door die teletext-TMF-chat. Ik zie daar niks in trouwens. Als je dan naar kijkt, dat zijn rantebielen. En, en pedofiel niet daarop zetten. Mm. Dus dat is. Ja, ja. dat is. Das... Maar ja, Jesus, dat is juist... God, dat herinner ik me. We hebben yeah? ooit iets gedaan. We he. hebben ooit iets gedaan, hè? Weet je dat niet meer? Lang geleden. Wanneer was dat dan? <suck> dat was dat. Af... Op, ja, op TMF, dat. Zo'n vrouw moest antwoorden. Dat is juist, ja, dat ja. wij er eens zijn gaan zitten. Wat is dat Ah, oh, oké. Okay. Mijn Jesus Mijn geheugen, man. Dat, is, dat wordt er ja, niet ja. beter op meehouden. Hoor, maar dat... Met frak. Allee, dat is absoluut de waanzin. De mensen die erop zitten, wat dan die zeggen. Dat... Ik zie daar niks in. Hè. Ik bedoel, het zijn allemaal van die kerels die letterlijk zijn van zijn er hier ook nog uh, vrijgezelle vrouwen die graag mille dragen? <laughs> dat is letterlijk een van de dingen dat ik me herinner. Er zat er een tussen die altijd over mille bezig was. <laughs> um, en daar maakte hij vrienden. Uh, ja. En dat was, uh, allee, ik, ben, ik heb een keer zo een van die vriendinnen ontmoet in Gent. Dat, dat mijn moeder zei, ja, ik zit daar, komt kom dan naar school naar daar. En de, dat waren eigenlijk twee van die vrouwen, zoals like mijn ma, die gewoon aan een koffietafel zo naar, naar een DMF-chat zitten kijken. Alsof dat, dat de matrix is, hè, dat dat gewoon ja. met alles zit die passeren en die zien er van alles in. En daar had hij um, haar lief leren kennen, uh, de Mark. En dat was een dude die woonde in Gent-Tampoort, in een appartement van 2 op 2 vierkante meter. En uh, ja, de Mark was tekstboek alles wat er fout kan zijn met een mens. Hij was racist, hij was fascist, hij was homofoob. Uh -huh. Hij was de yeah. whole package. <laughs> um, um, Super tragisch figuur. Die, gast, um, uh, die, uh, die kon niet zo goed loopt, want die heeft zijn heup gebroken bij een zelfmoordpoging. Want die, zijn vrouw had hem verlaten. En die wou zelfmoord plegen, dus die had zo'n hele doos pillen en een fles whisky achterover geklapt, En hij was van het viaduct in het zaal zaten gesprongen. Maar hij was op een notto geland. En die heeft daar zo nog een nacht in de gracht geleefd, <laughs> iemand die dat had overleeft. <laughs> Allee, man. En dan is die zijn vrouw ook komen bezoeken in het ziekenhuis, van, ah, oh, zelfs dat kunt je niet En, <laughs> <And>, um... <laughs> dus die, eh... <en>, uh... <laughs> dat is het mooiste voorbeeld ooit van de prachtige Engelse uitspraak, adding insult to injury. Yep. Holy crap, man. Mm. Ja. Zeer dramatische gast, um, Super jaloers. Super jaloers over mijn moeder ook. Heel bezitterig. Op een manier dat ik dacht: van, Dude, alle, je zei zeiden niet. Bent hier niet met de prijsduif naar huis aan het gaan. Hoor. Ik bedoel. Uh, alle, die zei echt dingen van. Die, die, die kwam met zijn auto. Of uh, met zijn broer. Want hij mocht zelf niet rijden. Die kwam hier geparkeerd aan ons straat staan. En kijk hoeveel venten dan er bij ons over de vloer kwamen. Als in. Geen. Maar die, die echt zo: Je hebt me weer bedrogen. En dan denk ik denk: Dude, zie ze zitten. Ze is naar fucking TMF-chat bezig. Like, heb we elkaar gevonden op TMF-chat? Hoe hard denkt ze dat ze je aan het bedriegen is? Um, en, en ook naar mij toen heel raar. Het mij vriendelijk zijn, maar je was er ook van overtuigd dat ik een nomo was. Um, omdat ik naar bands luisterde waarvan dat de frontmannen mascara droegen. Mm. En je weet, mannen met mascara, dat zijn allemaal homo's natuurlijk. Oh, ja, natuurlijk, tuurlijk, uiteraard. Dat um, weet iedereen. Dat is zelfs een wetenschappelijke definitie, denk ik. Dus Encyclopedia Britannica. Uh. Dus die was, die, was, die, was, die was altijd op missie om mij hetero te krijgen. Ja. Uh, wat ik al was. Uh. Dus dat heeft mij dubbel hetero gemaakt. <laughs> maar. Uh, ik denk op mijn 18e verjaardag heeft hij een zak een, een zak tweedehands porno gegeven op kasset. cassette. <laughs> uh, ja, dan, video of cassette. Video Alright. Ja, videocassettes. All fantastisch. VHS-tapes, wat is de tijd? Ja, als die een zak op was, dan was ik een man. Oké, okay. um, en wat voor... in nou ja, nieuwsgierigheid. En uh, wat voor porno was het, ah, wel, Wat moet ik mij de, erbij de voorstellen? De grootste ironie is van een gast die zo racistisch was, was dat allemaal zo... Black chicks with big tits en al. Zo van die... Ook, ook voor de een of andere reden nooit echt raar hè, bij veel van die ja. gasten. Ja. Dat dus, is echt heel weird. Hè, dat, uh, dat was echt 90 like, Er zit iets diep geworteld ja, ja, mis. Wat. Zo uh, gewoon. Ja, Want er was een ja. gast als je daarmee op, op restaurant ging. Uh, we zijn ooit een keer op, voor die zin. Ja, dat was ook. Het was examens en ik had zo. Uh, ik had mijn examenfotografie doen. Uh, mijn moeder zo, en ik zei: Ja, ik heb geld nodig, maar ik heb een filmrollen filmrollekje nodig. Anders kan ik geen foto's nemen. Ja, ik kom naar Hent, het is Mark zijn verjaardag. Ik zeg: Ja, maar kom daartoe. Oh, ja, ik ben vergeten nu rollen te gaan halen. Maar ja, nu zit ik in Hent, ja, maar dat is niet erg. En dan zaten we op, op een restaurant, een Chinese restaurant, en dan heeft die zo: Ja, die doet racistisch naar het personeel, hè. Maar dat is, ik kan dat niet aan. Hè. Ik bedoel, racistisch als in zo shit bestellen maar eigenlijk de R verwisselen met de L. Oh <laughs> dus snap god, te... really, serious? Man? Ja ja, zo die is shit. Oh. Dat niet zo... <laughs> niet zo... Niet zo dubbele bodem... Dat is een slechte sketch ja, ja. gewoon. Niet dubbele ja, ja. bodem racistisch, maar dat je denkt van dat? wat zei zij hier aan het doen, maar te... uh, Last Lijst in flietjes en... In... Ja ja, zo dadelijk. Letterlijk... het oh, was echt zo twee seconden vijf van ching 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 Ja. Yeah. <laughs> maar, even... dat, als, dat als, hoe, hoe, op dat moment... Hoe kunnen dan eigenlijk uw uh, wereldbeeld nog op dat moment hey, hm? recht houden? Ik bedoel, van mij. Ja, ze zeggen dat vaak ook wel. dat Als mensen op, zo, op, zo opgegroeid zijn, dat dan, ja, je bent een beetje een product van je omgeving. Ja. Uh, er zijn ook mensen die zo zijn opgegroeid en die inderdaad ook racistisch zijn. Zijn geëindigd. Allee, er zijn studies voor. Ja. Hoe kon je op die leeftijd, uh, was dat je grootvader? Of eigenlijk toch altijd een beetje de, 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 ja, de moraal een beetje vinden dat dat toch niet oké okay was? Wat ik, denk, ik denk ten eerste, ik heb, altijd wel, ik heb wel geluk gehad. Ook al zat ik in... Allee, het meisjesland is wel vrij blank. En die school, mm -hmm. toen, toen ik in de lagere school zat, was die vrij blank. Maar ik heb voor altijd wel het geluk gehad. Uh, Twee derde van mijn vriendjes waren altijd. toevallig wel die in ene in Indiër of die in ene Marokkaan in de klas. Maar dat is ook omdat ik was nooit de popular kid was. Mm -hmm. En zo, het ene Indische hasje of het ene Marokkaanse hasje was ook nooit de popular kid. Dus mm -hmm. ik cluster wel samen op een of andere manier. Dus ik had nooit. Oh. No ik, ben, ik heb dat nooit in mij gehad van. Ja, dat is. Die is anders. Of dat, dat, die, die vooroordeel zijn nooit meegekomen. Uh, hetzelfde als ik opgroeide in Zelzaten toen. Ja, dat was super blank en grijs. Dat, allee, dat zat er allemaal niet in bij mij of zo. Mm. En één en, um, keer dat ik op de middelbare school zat, de, de Viso Maria kerken dat was echt een samenraapsel van alles: Antwerpenaren en Limburgers en allemaal door elkaar. Dus dat ik heb het nooit, nooit zo ervaren. Mm. Uh, allee, mijn, mijn beste maat, mijn beste Matthias, die had ook zo. Die had ook zo'n vaste Indische vriend die zo'n vriend aan huis was. Dus ja. ik heb die altijd wel geïntroduceerd gehad in mijn leven. Dus ik heb altijd weten van wat hij hier zegt is absoluut een bullshit, want die zijn niet zo, niemand mm -hmm. is zo. Ja. En dat helpt wel. Ja. Het had inderdaad erger kunnen zijn, want er zijn heel veel vrienden van mij die... Die nooit een Marokkaan gezien hebben als ze 18 waren, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Daarom maak ik altijd ook lach als ik zo een mop vertelde voor Joden in West-Vlaanderen, en die er zitten van. <laughs> Dan denk ik van: heb je ooit een gezien? Ja. Ik, bedoel, ik heb mijn eerste grassidische Jood gezien toen ik in Antwerpen kwam wonen. Hè. Ja. En ieder, iedereen die altijd bij mij op bezoek komt, die zit altijd de ogen uit te kijken als die in Berg komen: wat de fuck is dat? Ik zeg: ja, dat is. Raar, hé. Ja. <laughs> Anders, ja. ja Absoluut. Dus, dat... Dat, is, dat, is, dat is de kekte de niet naar om, dat je ertussen opgroeit natuurlijk. Want dan is dat normaal. Hè? Mm -hmm. dat, dat is ook een beetje wat dat je... De tegenstelling vaak met grote steden ten opzichte van kleine dorpen. Hè? Mm -hmm. wat, dat, wat dat de mentaliteit daar is. Maar jij zat in heel die een tijd... Hè? Want nu, hebben we, nu zijn we ook bezig over een tijd dat jij op internaat zat. Ja. Hè? En daar heb jij ook nogal een redelijk aparte vriendenkring uh, bij elkaar gaat uh, mm. om het nog maar zachtjes uit te drukken. Mm. Uh, het jonge zootje ongeregeld die oh, daar ja. er een soort reign of terror hebben gedaan terwijl dat je daar zet. Ja, het... Ik ben altijd wel aangetrokken geweest dat mensen mij die funny waren. Mm. Altijd. Ik ging altijd voor de funny guy gaan. Ik ging, ik ging nooit naar de populairste van de klas gaan. Ik was ook nooit de populairste van de klas, dus ik zou er nooit mee in contact komen. Maar je gaat, voor, je gaat naar die ene mens die zoiets zegt dat je denkt van, wat was dat? <gülpere> ja, hij moet in mijn leven zijn. Hè? En, en, en we zaten op het internaat en, en dat is een combinatie van zes mensen geworden die zo allemaal buitenbeentjes waren en heel vreemd waren. Ik bedoel, er, was, er zat er een tussen die bijna alleen maar communiceerde met geluidjes. Um, <gülpere> <gülpere> um, allee, de computer geladen, is... of wat was ja, dat? Ja, die wat? maakte Dat was die en een skater. Allee... Ja, die skate, uh, die heette Yves, YF. Uh, nu is dat alleen super en, en die werkt met computers en al. Maar ja. like, die, F noemden jullie. We noemden die, 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 die allemaal F omdat dat gewoon grappiger was. Maar niemand, <laughs> niemand, niemand heet YF. Dat is heel leuk. F. Ja. Um, die die, die, die reageert alleen maar in, in de, de geluiden van zo'n nou een Apple Mac. Dus als je zoiets fout deed op een Apple Mac, deed hij zo'n... Ja. En dan deed hij een da. Als je hem zoiets vroeg, dan antwoordde hij daarmee in de hang. Dus het <laughs> gelijk da. En dan zo... Like, in het zat Jonas. Dat was zo. Een skater met een heel erg goed gebrek aan, aan, aan like, persoonlijke hygiëne. En... Was dat hij metal hit ja, en, en, ja, die luisterde naar de, zwaarde metal, de zwaarste metal-eest, dat was een kok- en baltoortje en al van die toestellen. Ja. <laughs> <laughs> uh, en, en ja, dat zijn wel de. Dat zijn de kerels die mij dan interesseren. Hè? Die kerels die zo. Uh... Anders zijn en, en zo die, als je je voorstelt in de hang in het internaat: dat iedereen zo, hallo, mijn naam is dit en mijn interesses zijn skaten en dingen, dan zat er zo een van: skaten, skaten. Is iedereen aan het skaten? Dus, allee, dat, ja. Ik had al door van: ja, jij gaat hier niet meewerken met niks. Hè. Mm -hmm. um, en dat, zijn, dat, vind, dat vind ik de leukste. Die, ik weet nog, zochtens in het internaat werden we wakker gemaakt doordat de radio gewoon speelde in de hang. Zo de, de, de grote Peter van de Vijre ochtendshow, die ik om, 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 om half zeven of half acht schoot hij een en ja, hij, die Jonas haatte dat als de pest, omdat dat Studio Brussel muziek was. Dus dat is alles wat populair was, dus haat haatte. Dus die had dat eens in de radio gezet, één minuut voordat het alarm afging van school. <laughs> dus dat was altijd zo: kok en bal toertje dat startte om zo. <laughs> 7 uur 29. <laughs> en die, die zat ook in de kamer naast een opvoeder. Dus die opvoeder was ook altijd één minuut vroeger wakker dan de rest, omdat dat, zo, omdat dat altijd zo. <lacht> <lacht> De, ja, uh, ja, de, en, de, ja die de, en die ging er ook echt discussies mee aan, dat die, dat die begeleider zei van, je dat niet doen, je moet er echt mee opzetten en een keer wat stiller doen. Ik bedoel, niet iedereen houdt van die muziek. Allee, is er nu mis met kok en baltootje? Zo, die discussies aan, dat vind ik geweldig, ja. <laughs> ja. Want je had, we, dus dat was ze nog niet alle ploeg? Hè? Er waren nog een paar bij. Er ja. waren er zes. Wacht, hoe nadigs. Ik, mijn maat Matthias, uh, daar zat ik al mee in de lagere school in Eeklo, ja. Die is naar, naar Gent. Want dat is een van uw oudste vrienden, zeker. Die, hè, ken, die ik. ken ik het langst van mijn acht, ja. uh, van mijn acht denk ja, die ik. Die heb ik ook leren kennen toen ik u leerde kennen, want daar ja, was hij ja. er heel dikwijls bij. Die he. ging overal mee als mijn manager toen. Ja, ja, ja. uh, dat was altijd goed, want zo op dan geld met een frigo leeg. Dan had ik er nog iets aan aan die show. <laughs> Uh, hij, ging mee, uh, hij was mee, uh, Jonas was zo de, de skater, skate in the metalhead. Dat um, geef, die communiceerde met geluidjes. Um, Brini uh, was een West-Vlaming en die... Was een eens Vlaming en die had, zo, die had wel hele coole ouders, als ze waarschijnlijk wat te lax was. Dat was de eerste die zo alles mee had in het internaat dat hij niet mocht hebben: een tv, een painbalgeweer. <laughs> um, he didn't give a shit ook. Hij was altijd ruzie aan het maken. En, en, en. Hij noemde onze begeleider ook altijd Papa. Wat wij heel grappig vonden. <laughs> dat die haast zo... Ik ben een papa niet! Kom, kom papa Ludwig, je moet gaan blijven. En die Zo, what the fuck. Is um, die heeft toch ook zoiets ooit gedaan? He. Die zijn kop kopjes in de wc gestoken. Ja, die heeft de... en... zijn kop gewassen in het toilet, ja. Ja. Uh, <laughs> ja, die zijn haar is, die heeft echt is... Tot op voor vandaag is hij nog dat zijn haar kapot is daarvan, want nu is die zo bros. Vroeger had hij zo'n kop haar. Ehm... Uh, <laughs> <hijf> wacht, 1, twee, drie, vier, vijf... En Philippe... Uh, Philippe, Philippe was van Adel. Philippe, uh, ik kan zijn achternaam niet zeggen, maar het is zo'n hele Franse lange naam. Ja. Die is van Adel. Die zijn overgrootouders. Die hebben een straat naar onder genoemd in Lembek. Die hebben ook een kasteel daar staan. Okay. Uh, en dat was zo van een snop. Dus die klopte niet helemaal in het plaatje ook. Allee, die was met ja. polootjes en zo'n zo superbrede hastkomst op zijn handen. En dat had zo'n rare, rare combo van al die mensen met mm. allerlei hoeken van, van het land en allerlei afkomsten en, en, en rijkdom en, en goh, intelligentie wil ik niet zeggen, maar allemaal ander soort studenten. Eén was dan naar de werken, ander is iets van kloten. Um, en wij, wij hebben echt al zo een goed jaar en een half van hel veroorzaakt op dat internaat. Ja. Uh, ook omdat we waren. Het was ook de periode van Jackass en, en uh, Camp Kill Yourself en Viva La Bam enzovoort. Camp Kill Yourself was ook met Bam Margera, ja. Ja, juist. En, en ja, dat, dat wou wij ook doen. Hè. Dat, ja. dat, want er was alleen maar verveling op het internaat. En we zaten zo juist op die. Dat was dat is 2003 tot en met 2005. Dus dat is zo net niet voor YouTube. Uh -huh. YouTube is echt zo doorgebroken in 2006, zo. Yeah. En er was ook nog niet echt sociale media, dus er werd ook niet echt gedeeld. Dus alles wat we deden was wel. Ah, YouTube 2006, man. Dat ik precies of dat is er altijd al geweest. Dus, he? Het was er. iets... Sat, ik hè? denk YouTube is ietske vroeger, maar het was echt pas zo echt, ja. echt aanwezig. Zo. In mijn hoofd altijd 2006. Ja. Want ik weet nog, ik was er al naar mee over bezig. Er was nog zo'n wedstrijd is een Google Video, uh, YouTube. Totaal Just... Google YouTube heeft opgekocht of zo. Ja. ja, ja, ja. Um... Maar zoals ik zei, wij hebben dingen gedaan en dingen gefilmd, godzijdank dat sociale media en smartphones nog niet bestonden. Want allee, dat was wel het ding van, we gaan zotte dingen doen. Dat is zo, ja, wie ja er een camera? Dat hmm. was echt een probleem. En nu, ik like, ziet in een iPhone, holy shit, de dingen die wij zo gedraaid hebben op een week tijd waarschijnlijk. Nu was dat ja. zo al wachten van, goed, wanneer gaan we Filip een brand steken? Ja, we gaan dat volgende week moeten doen, want <laughs> ik heb de camera van mijn vader niet. <laughs> um, en wat zijn zo een aantal van de gestoordste dingen dat je toen allemaal gedaan hebt? Bah, op, het internaat, um, op het internaat hebben we dat een half jaar kunnen volhouden totdat we betrapt zijn. Mm. Omdat we iemand in brand gestoken hebben. Uh, Oké. Okay. Dat heb je precies een beetje meer verklaring nodig dan alleen maar die is <laughs> uh, <laughs> ja... Do de, tell. We zaten, allemaal, we zaten allemaal in... Uh, Visio Kerk is een soort van kunstgerelateerde scholen, Dus zo drukken en multimedia, uh, design enzovoort. Dus ik weet, je bent met heel veel brandbaar materiaal bezig ook. Uh, je moest altijd sowieso... Rubbercement hebben. Rubbercement is een vereiste op die school. Je moet, dat zo, je moet zeven dingen altijd hebben: een scalpel, en uh, duct tape enzovoort. En, okay. en rubbercement. Een zeer brandbare lijm die heel rap opdroogt en zeer heel licht onvlambaar is. Dus mm. ja, iedereen met een briquet, dat is al zo. Je gaat echt door het 70 bussen rubbercement omdat iedereen shit in de fik zit te steken tijdens de les en op de koer enzovoort. Dus ja, we moeten iets met die rubbercement doen. En uh, wat een, een stunt. Uh, een stunt uh, <laughs> verzonnen waar ik uh, op het internaat dus ik had zo een, een mouw een mouw van een hemd afgeknipt en zo rond mij gedaan en dat was vol met rubber gegooid en we staken dat in brand en dan moest Filip uh, met een t-shirt die vol met rubber hing. Uh, stak ik mijn vuist in brand en gaf ik die zo een loeie zijn maag dan moest die weer recht komen en nog een spin kick doen en dan mocht hij zijn eigen uitdoven. doven ja um, en dat uh, <laughs> Da, ja, we hadden ervoor gekozen. Want dat was wel zo. Dude, ik sla u. Hij doet die spin kick. En dan drop and roll. Ja, ja. En we hadden dat gekozen om dat te doen in like, een veld met droog gras. <laughs> dus. <laughs> <laughs> um, dus die drop and roll is gegaan, van, die haan niet uit en die steekt er ook nog heel het weilijke mee in de pak. <laughs> um, dus heeft dat... hij er brandwonden nou dan ook? Nee, hij ja? was okay. wel zo als een haar op zijn like buik was weg, en zo de schaamstreek, dat was allemaal zo gesing, gesinged. Ja. Die t-shirt was ook gewoon weg. Um, en dat, dat filmpje duurt echt maar. Like, 15 tot 20 seconden, hè? maar je voelt wel in die laatste drie seconden die paniek, omdat er wel zo wat toeschouwers waren. Je zat uh. van, wo 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 dat, ja, ja. Van, oh, ja, dat gaat niet meteen uit. Ja. Um, het beste van alles is dan dat zo ja, s nachts gefilmd, 's avonds op het internaat, met zo. Een camera van toen, dus in de donkerfilmen, dat, dat ja. al het licht kwam van dat vuur, dus die beelden zijn niet zo goed. Ja. Dus we hebben zoiets heel extreem gedaan, waar je eigenlijk gewoon zo een vlam, zoals die dansen, dan gaat je liggen iemand en wow, 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 dat is het eigenlijk. Um, en dat is het extreemste wat we op het internaat gedaan hebben, en dat hebben ze pas vier maanden later ontdekt, omdat, ja, die beelden gingen wel de ronde, zo, maar letterlijk is ze van computer naar computer op het internaat, hoe ze met een USB-stick of op een CD gebrand. Mm -hmm. Want ja, geen iPhones, geen Bluetooth, nee, nee, geen sharing, nee, nee. geen wifi, niet de kloot. Nee. Dat is echt zo: inlaan om de computer, branden op een schijf, en een ander en ander gaat. En echt zo: vier maanden later stond een directeur aan onze deur van. Ja, we komen met u spreken over die een brand. En wij stonden daar allemaal zo van. Over wat de fuck is die een bezig, die een brand? Want dat weet dat ook al ergens. Welke brand, meneer de directeur? Ja, er waren er meer. Ja, we hebben wel een paar <laughs> dingen gedaan hoor. Had ik al een nieuw ooit eens er ergens letters in gebrand of weer? We. Ja, gewoon zo onze naam uh, achteraan uh, met rubbercement getekend op zo een, een gebouw van school. En dat in de fik gestoken. En zag die tot op vandaag nog altijd zo vaag staan, die letters van, 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 van dat team. Um, wat, was, wat waren die letters nou weer? Wat was dat nou weer? DOS heet, ja. was de initiale Demons of Stupidity. Oké. Okay. was het uh, kopie van CKY, gewoon algemeen. Oké. Okay. Um, en ja, we zijn allemaal op de middengang geroepen en een hele discussie. En, en hoe durfde Maar ja, dat is altijd zo nozel om zo onder uw vijs te krijgen van iets van vier maanden geleden. Dat zo. Ja. En hoe durfde. Oh, zo, oh, wat komt hier nog mee af? Die dus we zoeken moeten weten, wat dat heb je nog allemaal gedaan. Hebben. <laughs> um, uh, en dat, dat waren wel zo wat dingen. Om duur waar wij zo het grootste krapuw. Van het internaat, terwijl dat niet zo was. Als in. Visumarrikerken was toen, ik kan er nu niet over uitspreken. een vrij grote drugschool. Ja. Als in dat daar. dat werd daar wel wat onder de radar gedaan. Ik bedoel, kook uh, en wiet en, en, en andere shit. dat toen zelfs niet snapte, wat als ze aan het doen waren. ook op het internaat, ik bedoelde waar ik eels, kon gewoon die er een boks uiteenvijzen, er kwam zo'n een zak wiet uitgevallen. Maar wij waren het krapul. Snapte, wij waren ja. altijd zo de, de voorbeeldfunctie van. we gaan het een drie keer laten lenen. We dachten van, ik vond het altijd heel hypocriet. Omdat ja. niemand van ons zes D-drugs dronk echt zwaar. Dus wij waren meer zo dianozelaars. die zo, ja. een tuinstoel kapot hadden gesprongen. en in een haag waren gesprongen. en ergens een of ander een brakke fiets hadden gevonden. en ermee in een, in een haag gereden zijn. Dat is zodat. En wij krijgen ze de straf. Ja, design. qua jongensstreken eigenlijk. Ja, ja. ja. Like, er is ook nooit iemand echt. <tie> Pijn gedaan of zo. Allee, de, ja. we hebben, het is nooit zo extreem geworden dat er echt ongelukken gebeurd. Ja. We waren heel naïef natuurlijk, maar allee, wij zijn serieus. Wij, wij, wij werden wel vaak de voorbeeldfunctie van dat is wat er gebeurt als je misdraagt op school. En we dachten altijd van serieus is dat uw probleem, maar goed. En mm. toen zijn we gestopt met shit te doen op school. En dan hebben we zo iedere schoolvakantie benut om ten velde van alles en nog wat te doen in celzaten En dat is ook gemak. We kwamen alle zes van zo. Middle of Nowhere, ik kwam van Zels Matthias woonde toen in Beernem. Ja, dat is niets, dat zijn woonwijken met bejaarden. Dus je kunt er wel wat krapulerij uit halen als je wilt. <laughs> um, en dan, en ja, ik denk dat we zo een heel jaar gedraaid hebben. Dan hebben we zo'n ene film gemaakt. Die was tachtig like, minuten lang. En we hebben die op dvd gebrand en aan vijf euro stuk verkocht op de koer. <laughs> Entrepreneurship. Ja, ja toen, al, cool. toen, toen was hem al bezig. Ja. Reiken van, uh, ik heb de markt gevonden. Was er was het toch vooral in. Ik denk, de laatste stunt dat je tot gold, was er wel een Die een redelijk gevolg had. Hè? Zo met mm. uh, die skate stunt. Ah, ja, ja. Dat is, En ook alweer heel slecht gedraaid. Dus die beelden zijn niet zo goed. Dat was op, <laughs> dat was op jaar. Ik had dat nooit vergeten. Ik denk dat dat jaar 2005 was. Of zo. Dat overgang 2004, 2005. Dat uh, bij mij thuis mijn. Uh, mijn vriendin bleef bij mij slapen. Uh, mijn maat Matthias en die Jonas ook. En niet ver voor ik woonde in een is er zo'n wandelbrug. Zo'n rode wandelbrug die over de expressweg loopt. over de snelweg. En goed, onder een brug zijn zo van die schuine stukken. He, die zo mm -hmm. naar beneden gaan. en hij hangt daar van droppen. <laughs> maar dat. Allee, dat was wel een goed. Jonas was wel een, een oké okay skater. maar. Mm -hmm. allee, dat is een scenario gemaakt om te falen. <lacht> omdat. <lacht> Dat, ten eerste die een hoek. Het dat je zegt: een een goede hoog springen, die komt over die camion proberen ja, te ja, springen. Ja. Maar ook alleen die een hoek van die, ja. die sloop is niet gemaakt dat je, dat, dat je zo kunt wegrijden. Dat is nee, geen nee. berg, dat is dit. Hè. Ja, ja. Dat, is, dat is gewoon dat is gewoon je ja, ja. bord in de grond en hij die tegen de vlakte aan gaat. Ja. En dat eindigt ook op, in gras. Dus no way dat je dat doet of haalt. En uh, ik ga dat nooit vergeten: die een drop daarvan en die land gewoon echt gewoon. Like, echt die landen gelijk een zakkaardapte die je gewoon uit een is gesmeed, echt zo... boerlijk. Vanaf dat hij een, vanaf dat die een aftrapte, stond hij dan alleen maar op zijn bord. Snapte hij zo, hij zijn bord zweefde apart naar beneden. En die landt echt gewoon, die zet hem echt verkeerd, die zet hem echt verkeerd en die landt allebei op zijn aan en die ligt daar. Uh, en we gaan kijken. En die, oh, dat die antiseert. Dat antiseert ook zeer, maar die antiseert. En die, zo'n bol op zijn hand staan. Echt zo'n oh. bol. Ja. En uh, ik weet nog wel, hoort op, die, op, die, op mijn, die tape nog mijn ex lief zeggen: van, oh, is niet gebroken? Ik denk, va ah, is goed dat we een dokter aanwezig hadden. Ah, <laughs> oh, dat is gewoon, ja, hij verstuikt of zo hij is. Gewoon, zo zo'n bol. Ja. En, en zo liep, liepen we naar huis. Ik weet nog, dat het toen werd het al jaar dat zo'n vuurwerk werd <laughs> En Wij liepen daar in die woonwijk terug naar de Molenstraat. En hij uh, maakte hem zorgen. En ja, hij was echt van, damn, toe echt wel allebei zeer. Uh. Ik zei, ja, ik zal het aan mijn moeder vragen. En mijn moeder, mijn moeder had daar eigenlijk al klem gezopen. Dus die lag al like, knock-out in de zetel. <laughs> en dan kijk ze ik zei, well, ik denk dat er iets mis is met Jonas en Anne hij is gevallen tijdens het skaten. En zij was echt, ze was wel. Dus ja, 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 het zal wel zijn. <laughs> en uh, ik kijk daar even van. Ik heb het geprobeerd. Ja. Uh, het dat hier, we, zijn, we zijn gaan slapen. We hebben hier echt nog veel shit laten doen. Van Jonas, doe ik de lamp uit? ik de computer We hebben hier echt nog zoveel dingen, veel dingen laten indrukken en alle dingen laten opheffen. En daarna zijn zijn ouders hem komen halen. Van, we hebben een recht om de speel, van: ja, hij is gewoon gevallen bij het skaten. Mm. En dan echt zo, like, twee uur later stuur, kreeg hij hem zo. Ik had nooit vergeten: Een sms van hem: help, ze zijn allebei gebroken. Dus allebei zijn handen waren gebroken, allebei gewoon. Ja. En, en die heeft echt zijn, de rest van de vakantie, eindelijk drie weken gespendeerd, gewoon met zijn handen in gips, gewoon zo. <laughs> um, ja, gewoon ja. daar. Um, voor beelden die half zichtbaar zijn, <laughs> dat je zo half denkt van, ah ja. Er ja. <laughs> is zelfs geen spectaculair filmpje dat hem daar dan over heeft gehouden. Die beelden bestaan, maar ze zijn ook niet, niet goed genoeg. Nee, dat zo... Ja. Dat is allemaal s'nachts gefilmd en we hebben geen. En de, mijn, mijn camera had zo'n night vision, maar dat is zo'n night vision van toen. Dat zo'n hele zware korrel. Ja. Je ziet perfect wat er gebeurt, maar het was het niet waard. Voor de ja. kwaliteit van beeld dat Amarat het, het echt niet waard. Um, ja, ik denk. En, ja, we, we hebben eigenlijk nog veel gedraaid, want we waren eigenlijk van kom, plan om een tweede. Je eigen gat afvegen en dat soort dingen? Dat is denk, iets dat ik mij direct afvraag. Denk dat je twee handen gebroken hebt. Ik weet niet, ik heb, hem nooit uh -huh. met, ik heb hem nooit gezien met zijn gipsen, omdat dat midden in een vakantie viel. Uh -huh. Tegen dat hij terug naar school kwam, was die wel weer, uh, uh -huh. kon hij wel dingen doen, maar ik denk dat hij een... Dat, dat dat was, weet je, dat dat gewoon dat zijn vingers en zijn duimen al vrij waren. Oh, ja, dat hij dat dus dan nog, die dat 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 wel, nog kant, wel ging, maar, maar, oh, Jesus, dat moet toch niet leuk geweest zijn. Die heeft wel, die, ah, die wel zijn eigen niet meer kunnen afjassen voor een paar weken Dat wel. Dat was het eerste wat hij zei. Nog zeiden, erger. Dat was ja. het eerste wat hij zei: dat echt, ik kan zelfs dat tweede niet gebruiken om zo wat ja. een stranger te doen. <laughs> like dat, dat zelfs niet. <lacht> <lacht> de... Oh, wel. Mm. Nu, wat, ik, wat ik wel ik heel interessant vond, want je had het idee van uh, Xander. De rijke als eh, een beetje een outcast op school, samen met een groepje andere outcasts. Eh, eh, zo, Defender of the Week en de jongens die dat er niet bij horen. Maar je ja. vertelt ook in uw boek dat je een hele serieuze pesterperiode hebt gehad. Dat jij ja, ja. iemand zegt wist dat dat ook echt heeft gedaan bij iemand anders. Of ja, ja. Bij meerdere mensen. Eh, dan denk ik eerder aan... On... Eerder... De Grasboer, denk ik. Dat je zo noemt. De, de Grasboer, ja. ja, ja. Maar dat is ook... eh, kijk, ten eerste... Um... Ik, ik, ik heb er geen excuses voor. Dus mm -hmm. Ik heb er heel veel spijt van dat ik dat gedaan heb. Uh, en ik kan zo dat ding vaak van. Ik had het moeilijk thuis, maar dat, mm. die cliché is wel waar. Weet je Zo Die pesters hebben vaak een, een moeilijke relatie of zoiets thuis. Of ze ja, hebben thuis thuisprobleem. Ja. ja, bij mij was dat wel deels waar. En dat is ook een soort hiërarchie. Want ik werd. Gepest. Ik, ik werd gepest. En dat zoekte zo. Een ding onder u dat zo het erger ja. heeft van. Gij, weet je dus. Ik had ja. dat gewoon door. Weet je, like, ik, kom de, ik zit in de klas en dan de Johnny's die half met een klets achter mijn hoofd of flikten aan mijn oor of whatever the fuck. En dan geefde hij dat voor aan de dier voor u. Dus dat, ja. dat is dat een klein beetje. Um, ironisch, toen ben ik wel degene die zo twee keer een pestcontract heeft gekregen. Uh, en de mensen die mij lastigvallen hebben nooit, hebben nooit onder Wat was pestcontract? Ik weet niet of dat was zoiets dat een directeur had uitgevonden dat je zo. Ja, ik weet het niet meer goed. je ja, dat gekregen had. En dan, als je dan nog een fout maakte of als er iemand dan werd je nog zwaarder gepakt of zo ah ja, ja. dan kreeg je dat... hardere sancties ja like dan... soort three strikes you're out achtig ik ja zoiets zo. en, uh, like we, ge... we hebben dat niet meegemaakt dat is heel nee. na 2000 ja. dat was ook echt een lastig woord op de klas dat was een beetje een soort ja uh, van pas op hè hey, dat, dat is eigenlijk een officiële verwijtiging. Dat, dat, dat kon ook de naam van school gestuurd worden en we ja, ja. konden ze altijd zeggen hey we hebben het al gezegd ja het ja. komt niet van nergens ja, en, en ik weet nog bij ons bij pesten, dat ging zo langzaam aan van, en nu moet je een opstel schrijven over pesten, naar nu heb je de strafstudie, nu, naar nu moet je een maand nablijven, blijven, naar gewoon geschort, naar krijg gekregen een pestcontract enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uh, natuurlijk in mijn geval, zeker het laatste jaar werkte dat niet meer, ene keer dat ik door had dat je mij eigenlijk niks kon maken. Mm. Ik heb, want het laatste half jaar dat ik op school zat, had ik echt zo, had ik door van, ja, hij kunt mij niks. En er is niets mooier, vind ik, dan een leerkracht die doorheeft dat hij geen macht meer over u heeft. Ja. Omdat uh, ik haat leerkrachten, niet, absoluut niet, maar ik heb wel een paar heel slechte leerkrachten gehad. Ja. Kan ik ook duidelijk zeggen: kielens die lachten met mijn, waar ik vandaan kwam, leerkrachten die rekkers in mijn gezicht schoten, leerkrachten die mij beledigden op een bepaalde manier. Ik heb die wel gehad, dus ja. uh, ik heb er wel een probleem mee. Dus waar... Je had dat ook met een paar leraren meegemocht. André. Jij hebt ook zo'n verhaal hè, van zo'n leerkracht dat echt heel persoonlijk ja. een probleem met u had. Hè. Ja, en, ik, en, en dat is mij ook altijd bijgebleven. Ja. Ja. Ik ben dan ook nog dikwijls tegengekomen. En dat was ook heel raar, want ik was eigenlijk wel een populaire persoon. Maar ik deed, hmm. ja, deed Grieks-Latijn, wat ja, een beetje de verzamel. Uh, ja, de verzamelklas was voor alles waar niet veel uitging. En ik kon gewoon geen wiskunde, ik moest dat van thuis doen. Maar ik had ook een leerkracht die je ja, die dat precies niet kon verdragen of zo. Ja. Ja, ja. En, uh, die kon dat niet verdragen en dat is heel raar. En, 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 uh, want ik heb helemaal niet dat meegemaakt, maar dat was heel persoonlijk. Dat ging over mijn uiterlijk. Ik had dat altijd gedaan. Uh, ja, ja. En ik ben hier dan ook nog dikwijls tegengekomen. Die, ik kon je ook gewoon benoemen, die noemde uh, Thierry. En uh, ja, die, die moet thuis issues schatten want ja ja, maar dat is heel raar. Dat is... en daarvan en, komen en, en, die verhalen en, maar, van. Dat was toch zo'n verhaal. Jij vertel, ik weet niet dat jij er ooit die net zo echt dingen, zo opmerkingen over je fysiek. Ja, dat was heel raar. Zo, dus een echt... dus Grieks Latijn dat dat blinkt uit in. Dat is niet echt de sportiefste klas. Hè? Nee. Dat, is, dat is een cliché, maar dat klopt wel. Hè? Dat zijn hè, allemaal van die ja, zeute, zal ik dat maar zeggen. Hè? En uh, ja, dus sporten is niet hun ding. En ik voetbalde kaart en ik kon gewoon voetbal, dus ik was zeker wel sportief. En dan haalde hij me uit de klas en dan zei hij zo: Ja, ik heb je er net uh, bij de turnklas uh, turn gezien. Uh, je bent duidelijk wel wat bijgekomen. Hè? En je zit dan omringd door mensen die niet in shape zijn, hè? zo de typische Grieks-Latijn. En dan zie je ze rond te zien en denkt: Wat is uw probleem? Mm. Ja. En dat is heel raar ik heb dat altijd heel raar gevonden. Aanzien, no he? Dat is raar, want ja. ik was niet vervelend of zo, maar dat schijnt toch iets te zijn met, met leerkrachten. Je hebt er heel goed, je hebt er veel gemiddelen, maar die slechte, dat zijn mensen met een brein Die dat, dat hebben nou psychos. Dat is extreem hè? He? Ja. Heel raar. Ja. Ik, ja. Heb er, ik heb er zo twee gehad, de Nina Rekkers, in mijn zes goed. Uh, Steenbeke, ik ga hem nooit vergeten. Steenbeke <laughs> was mijn titularis <laughs> jaar en het jaar daarop was hem mijn leerkrachten uh, fysica en wiskunde. Hmm. Um, en die een Allee, die, die gaf eigenlijk opmerkingen op mijn marginale afkomst. Ja. Want het is dus niet dat ik daar zo like, een vuil uit zat, maar ja, ik, ik had nooit koele kledij. Ik was altijd wel een beetje slordig. Ik zag er ook niet. Ik was ook, ja, je weet hoe ik eruit zag in 2018. Ja. Ik, ja. ik, ik ben ook echt gegaan op like, een paar maand tijd van 1,65 meter 65 naar dit. Dus ik was heel lang, heel, heel mager. Uh, jij wordt echt ook de prototype slungel. Ja, hè? Ja, ja, Toen, ja, letterlijk. Ja, uh, zo te lange ledematen en de... te groot en te... Nee, like, ik had heel grote oren, mijn zo. haar was heel kort, ja. dus dat was allemaal zo... zo... Bijna van die puppy dan invoelten ook, hè. Zo ja, ja. gezegd dat jij kwam van... Zo van, oh ja, dat is eigenlijk in één in snelle trek ja, een hele ja. grote gast geworden, ja. En die, die zegt zo van die shit van, hé, hey, zet een keer die vuilzak eh, buiten, maar vergis u niet met Xander. Zo dat allemaal van die Holy dingen. Holy shit, man. Uh, die, die had het wel persoonlijk, maar we daar, bij die gast hebben we altijd gedacht van, ja, dat is een beetje een Napoleon-complex, want dat was een vreemd klein. Ah, ja. En die zat altijd in zo'n klas van die pubers die wel zo drie koppen groter waren dan hem. <laughs> uh, dus we zijn ook altijd zo'n steenbeeksken en al tegen hem. <laughs> um... Jij ja, toch ook eens ooit zoiets, dat hij een kind kreeg? dan gaat toch zo'n paar mega-jokes er al direct over? Ah ja, we moesten... Oh ja, dat is waar, die had een klein gekregen. <laughs> en... Uh... Ze, en als ze hebben een kaartje laten rondgaan. Moesten zijn onze naam erin schrijven. Ja. Voor, voor zijn, ik had erin geschreven: Hij is nu al groter dan nu, Xander de Rijke. <laughs> um. <laughs> als <van>, ja, ja, hij <laughs> het, 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 het zijn kleren gegroeid is, kun je hem gaan doen. Ik was al aan het gaan op die gast. Ja. Um, maar de anderen, daar ben ik nog altijd bitter over. Hè. Dat was mijn leerkracht Nederlands. Notteboom. Ik kan nooit vergeten. Ik heb die al een paar keer vernoemd in dingen. Ze een notteboom. Omdat. Uh, toen was die natte zo'n lul tegen mij. Um, en ik ben dan weggegaan. En ik weet nog, toen ik met een boek aan het schrijven was. Wordt die notteboom er ook even vernoemd. En tijdens het schrijven van die boek had ik wel vaak zoiets van. Moet ik dat wel doen? Was, mm. Is dat gerechtig? Herinner ik het mij zo? Was het zo? Of ben ik het gewoon aan het opblazen? Uit, uit haat en uit frustratie. Mm -hmm. En heel, heel, heel toevallig. Stuurde een kerel op Facebook een bericht naar mij, een fan van mij, die zegt van hij, Heb heel ooit les gehad van een nottenboom? En ik zo, ja... Want we waren vandaag in de klas bezig uh, over uh, theater en al, en hij vroeg aan de leerling, ja, naar nou, wat ga je graag gaan kijken in theater? En er zijn er een paar, ja, Xander de Rijke. En toen heeft hij je gezegd voor een klas, studenten van, ah ja, Xander de Rijke, ik heb er nog les aan gegeven. En al die leerlingen, dat iets van, holy shit, dat hem zei van... Ja, die zat gewoon ergens van achter in mijn klas tegen de muur. Een beetje bleek te zijn en te sterven. Hij was toen niet grappig. Hij is nu niet grappig. En hij zal het nooit worden. Ja. En dan was ze van. Alright. You're zal, an asshole. Dat zal yeah. ik herinneren. Maar yeah. ik heb, op een bepaalde manier <laughs> heb ik mijn vengeance wel gehad. Want de laatste keer dat ik ooit in het kapitool stond. Die Notteboom. Die, in die in doe zelf amateurtheater theater in uh, Malderham. <laughs> en er stond hem te flyeren in het kapitool. Achter de oh, van mij. En oh. dat was de max. Want ik kwam met een merch verkoop En je zag echt. Die zijn in zo van. Heb hij hier gestaan? Ik zeg. ja, ik heb hier gestaan, ze man. Ja, ja. En daar, daar hou ik mij wel aan recht. Dat ik weet van, doe jij maar je fucking monologen in het zoldertheater van Adegem, dan K deze wat ja. Ja. dat wat kapitool uitverkopen. Dat is toch zot? Dat is tof, dat, ja. dat, dat is rancuneus en petty, hè, maar het is wel genieten. Nee, zeg. maar dat snap ik, want dat, dat, is, toch, dat is ook heel menselijk. Hè, man. Je pakt aan mij, je kunt doen alsof je daar boven staat, maar ook ja. op die leeftijd zit je ook nog niet helemaal... Hoe zeg je dat? Geëquipeerd ja. om daar boven te staan. Hè. Dat ziet dat in ja, ja. man. Dat pakt u mee. Hè. Er, dat zijn, pakt u mee, er zijn heel veel dingen waar ik mij van bewust van ben dat ik verkeerd gedaan heb vroeger. En ook in mijn comedy in de eerste twee jaren van mijn comedy, ook mijn gedroeg naar mensen en hoe ik mm. reageer op dingen. Maar... Ja, maar ik zou zelfs durven zeggen, als je heel dat pesterij-ding vertelt, gij, want jij zij ook mega eerlijk erin, dat je echt zegt van ik heb, ik heb echt sommige mensen echt, hè, die, die hebben al het recht om mij te haten, want ik ja, heb ja. er echt walgelijk tegen gedaan. Ja. En ik zou zeggen, als je van Kaaslichten wil zijn, dan zouden zou soms kunnen zeggen, ja, de dingen die jij nu zegt over bepaalde mensen, ja. zijn dat ook. Als je ja, James tuurlijk. Cook zee, ja. of als je Lieve van Gils zee, en ik zal nu maar zeggen, hè, mm. wederom, ik ken u, ik weet wie dat jij zee, ik ken u goed, ik moet altijd lachen met die shit dat jij doet. Mm. Maar als je bij, stel dat je Lieve van Gils zee, je kondigt aan, ik stop ermee. En jij doet, en we didn't start the fire. Ja. Dat voelt een beetje, dat is volle bak natrappen. Of durf ik zeggen, schadenfreude of whatever. Um... Zouden zoude dat snappen als, als iemand als bijvoorbeeld James Cook zegt: Ja, ik vind dat pestgedrag van Xander de Rijken, Ik ja. vind dat hij mij pest. Dat, dat mag hij absoluut vinden. Mm. Um, en ik, uh, ik, heb de, ik denk daar vaak over nazen, omdat uh, mensen online verstoppen zich daar vaak achter. Hey, als je gewoon vlakaf beledigen, dan zei ja maar het was een mop. Uh -huh. En dan denk ik van, ja maar nee. En dan ja maar hij doet dat ook. Ja nee, dat is niet hetzelfde. Ik wil me... Het is een moeilijke. Het uh is -huh. dus inderdaad waar, ik wil me niet verstoppen achter mijn comedy om weg te geraken, met iemand te beledigen. Ja. Maar het komt nooit van een plek van ik wil je gratis beledigen. Ja. Um, het goede is dat je zegt van ik moet er altijd hard mee lachen. En zolang dat, dat aanwezig blijft. Ja. Maar, maar bij mij komt mijn lach misschien van: A, ah, comedians in, dus altijd die, ja. die, 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 die piste al in uw kop te hebben. En ten tweede, ja, ik ken u, Kai en wij zijn Kago bevriend. Hè? Nee. En wij zijn al heel lang bevriend. En mm. wij, hè, wij betekenen wel iets voor elkaar. Ja, ja. Dus ik, zijn, ik zal u ook tien keren rapper. Mm. Zal ik het funnier ervan inzien dan iemand die je nu misschien helemaal niet kent en denkt: hey... Die Xander de Rijk is wel wat gemeen aan het wat hij nu aan doen is. Um, is er niet iets dat je soms voelt of krijgt? Ja, ik denk dat. we... ja, Het, het is een balans dat ik vind. Kijk, bijvoorbeeld James Cook als voorbeeld, voel ik nu al aan van. Het is zijn toppunt aan het bereiken. Mm -hmm. In like, De tweede zaal show was dat zo wat het breakout ding, omdat ik die in echt er van langsgegeven heb. En in de derde show was dat al meer zo wat een uitsmijter gimmick, want dat ging ja. niet echt over hem, dat ging meer over de situatie rond hem. Ja, de, de, je gebruikt het eigenlijk banaal als een, je doet die foto en ja, ja. iedereen moet lachen dat lachen, omdat was... dat zo in de lijn van de verwachting is. Inderdaad, liet. dus en... Ja. en uh, Running joke eigenlijk en, al bekend. Ja, en de regel ja. blijft ook, als ze niks doet, ga ik het er ook niet over hebben. Oh, het ding oh. is, hij doet nogal vaak iets, dus <laughs> ja, hij hangt er wel vaak aan. <laughs> um, dus dat komt maar het komt altijd wel van een plek... Well, ja, de de nottenboomregel Trek ik een beetje door, is dan de mensen die ik extra hard aanpak, of die waar het bij opvalt. Hij denkt van: daar zit hem precies een boon voor. Lijkt me mm -hmm. van Gils. Lijkt me van: Koek, dat komt wel van een plek. Okay. Bij Koek was dat vrij simpel. De eerste keer dat ik die nooit ontdekte, was dat fucking: we gaan een keer arm zijn programma. En ja, 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 dat, heeft mij, ja. dat heeft mij serieus. Ja, dat doe jij persoonlijk. Ik gepakt, heb dat persoonlijk opgepakt en ja. ik heb dat heeft mij ook gekwetst. En ik heb tot op vandaag er ook nog geen spijt van gezien ofzo. of zo, of een, een soort van. Teken van ja, we weten dat we daar de bal mis hebben geslaan. Integendeel. Ja, dat was een beetje fout, ook wel. Allee, dat moet ik zelf zeggen. Ik heb helemaal niet die jeugd gehad. Mm. Hè. Eigenlijk het tegenovergestelde ervan. Ik ben echt een mega ver verwend, kutjong geweest. Mm. Tot mijn 18, en dan ging het allemaal drastisch fout. Maar maar ik kan me wel voorstellen, toen je dat hoorde: van eh, Karen en James gaan in een huis wonen en ze gaan iets eh, arm spelen. Ja, ja daar wordt een beetje aan betaald. Ja, van, en dan, weet je, dan doen ze al een budget op aan gin tonics, zodat ze er eigenlijk kunnen zatzuipen. En voor mij was dat echt zo van: manneke, like, je had geen idee. Hè? Ja. Geen idee, want jullie leven een, een veredeld leven. Hè? Ik bedoel, ik ben bij Karen thuis geweest, die woont er in een fucking villa in Kontig. Die heeft een lift in haar huis. Hmm. Fucking James is in een beste maat, is een van de rijkste dudes van het land. Dus ik vind dat. kan daar niet aan dat je arm speelt en daarna in een jacuzzi op een jacht een zalmpje zit te fretten. Daar ja. heb je daar geen respect voor. En zo. Vorig seizoen van Gert Leed Night ook. Dat ze zo. als uitdaging 24 uur dakloos moeten zijn. En ze interpreteren dat nou eens. we gaan met slaapzakken en een koffie op het dek van het jacht slapen. Mm. Ja, nee man, er zijn echt wel mensen dakloos. Het is echt omdat je naar Brussel geweest. Ik bedoel. Ja, 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 legt u ja. een Brussel-Noord in. En zie een keer hoe geestig dat je dat vindt. Ja. Um, en bij Van Giel is dat ook een klein beetje. Er zit. Een beetje persoonlijkheid in, en daarom ben ik dat harder. En bij Van Gils is dat een absolute rancune. Als zin van ja, heb die een keer serieus tegen mijn kar gereden en ik ben dat niet vergeten. Waar was dat eigenlijk? Waarom, waar, waar is dat eigenlijk begonnen? Jou? Dat heb je mij altijd afgevraagd. Ik denk niet dat we dat ooit... Star Wars, The Force Awakens, première 2015. Ah, ik was daar zelf aanwezig. Uh, inderdaad En ik heb lieve van Gils daar gezien. Gij het Met zijn zoon en Gij zo. Je ja, is een licht onderdeel van dat verhaal. Oké, okay, ik wel vertel, um, vertel, vertel, vertel. Die is begonnen. <laughs> Shit, hem er iets mee te maken. Dat wist ik helemaal niet. Nee, nee, ons, okay. <laughs> Onze gemeenschappelijke factor heeft er iets mee te maken. Oké, okay, um, vertel, vertel. De, ja, de, de avant-première van de Force weken in de metropolis van Antwerpen. En dat was juist aangekondigd dat Van Gils dat Café Corsari ging vervangen. Of dat was al juist een paar weken bezig. En die was daar, en die is een toenmalige eindredacteur uh, of, of producer. Ik weet niet meer wat het juist op schrijver was, maar de big dude, mm -hmm. die was daar ook. En onze toenmalige gezamenlijke manager mm -hmm. uh, was er tegen bezig. Want jij stond aan de uh, cusp of. Uh, weer een Sportpaleis, denk ik. Oh, dat weet 2015? Ik niet. Nee, dat is een na. Dat was een na. Of de was... nieuwe tour? Gewoon de nieuwe tour? Nee, was... ik was niet aan het spelen met comedy toen, maar ik was met Diablo toen bezig, denk ik. Ik denk dat dat vooral het maar ding was. Dit... Oh. Want we zijn bezig voor december 2000, uh, 2015 en in 2016 was ik tien jaar bezig en jij. Nee, nee, nee. Wij waren... Ik was waarschijnlijk inderdaad een uh, finished Business aan het maken toen. Of ja. dat ging er terug van komen, die ja. Tour, de Comeback. En ja. ik ja. stond bij ik stond bij, bij, ja, ik stond bij Manu met mijn Cava met uh. en hij was het een, die gast bezig van. Ja, eh, nog iets langs komen. Een nieuwe tour, blablabla. Bla, bla. En die gast, natuurlijk oh natuurlijk mag Alex langskomen. En waarop dat de Manu naar mij wist, ah, ja, we hebben Xander de Rijken ook nog. Hè. Mm. Uh, want ik was toen tien jaar bezig met comedy en ik had mijn festival. En voor mij was. En die gast keek echt zo naar mij van. Ja, ik weet niet wie dat al is hoor. En die, die doe gewoon voort. En voor mij was het oké, okay, ja. dat is vriendelijk. Ja. En dat heb ik wel onthouden. Ja. Gaande naar dan, dat ik die hard voor bekeken shows begon te maken enzovoort. En, en... Maar dat was niet Lieve van heel zelf. Nee, dus niet ja. Lieve van Gils. Maar ik heb ook. In essentie heb ik nooit een probleem met Lieve van Giels. Nee, nee. Want dan moet ik ook wel de recht zetten, Jullie zijn zo een klein beetje het mensen in een rug met die, met die podcast. Omdat mm -hmm. iedere keer als jullie iemand uitnodigen waar ik mee lach, is het altijd. Zijn jullie van gedacht veranderd? Nee. Uh -huh. Allee, ik bedoel, bij Geert Hosten, andere mensen naar mij getweet en bij Lieve, andere mensen naar mij getweet. Nu heb we wel een andere gedachte. Ik, zeg, maar ik wist wel dat dat een vriendelijke mens was. Hè. Ja. Dat heb ik nooit beweerd, dat dat een lul is. Ja. Ik zeg gewoon, wat hij soms doet, vind ik niet goed. Waar hij voor staat, vind ik niet goed. Dat is een heel ander verhaal. Ja. Lieve van Gils was er nooit een bepalend ding. In. Um, nee, maar zo bij Lieve van Gils, dat vind ik, want James Cook, dus ik denk dat we daar wel mee mezen of zo, maar Lieve van Gils. Snap ik de een vraag ook wel, omdat je natuurlijk ook wel, uh, je, je ziet uw kritiek, dat gaat deze niet over, hè? Die ja. is terecht en die zal ook terecht blijken en dat gaat de geschiedenis zal het wijzen. Maar je kunt inderdaad zeggen, wat is die uitdrukking dat je altijd zegt, uh, beating a dead horse, ja, of vlogging a dead ja, horse, ja, zo. Ja, ja, ja. dat je zo voelt inderdaad van, het is een dunne lijn, hè? Ja, ja. Omdat het verhaal dat je zegt, klopt inderdaad, maar het is niet hemzelf. Het is natuurlijk ook moeilijk. Ja, is het leven van Gils het programma? Is het leven van Giles de man? Ja, voor die persoon zelf is het natuurlijk wel. Ja, ja maar ja. Nee, je mogen wel zeker zijn, ik ben er wel mee bezig. Als, als het het lieve <laughs> ja. van Hilsing is voor mij ook langzaamaan aan het afronden. Mm -hmm. Het was, allee, bedoel, ik bedoel, ik moet dat... Allee, als die, toen vanaf dat hij een dat is hier gedaan, had men een een keer moeten zien gaan, man. Ik bedoel, ik, mm -hmm. ik weet niet waar ik zat. En ik ding, de ding, de ding, de ding, de ding van... Ja. gaande van, heb het gedaan? En ik zeg wat de fuck heb ik gedaan? Uh, dan moet ik dat wel benoemen, omdat iedereen zoiets zegt ah, ja, van, heb je ja, ja. hier van... De, ik heb die van de zender gehaald. zo te zien. Niet ja, ja, ja. het jaar aan mediocre kwaliteit dat ze geleverd hebben. Ik heb die van de zender gehaald. Mm -hmm. um, maar denk je als stiekem niet dat jij dat mee hebt gedaan? Dat tuurlijk. Ah ja, tuurlijk. de okay. ja, uh, start of fire, Ik Bedoel, zij zijn begonnen met niet goed te zijn, hè. Mm -hmm. Nee, 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 dat weet ik. Maar, uh, ik het, denk dat deze oh. houdt voor voor in deze. Want deze was ook de laatste waar ik echt besliste van, oké, okay, nu ga ik een keer een uiteenzetting doen over dat programma. Ook omdat hem zo een afschuwelijk jaar heeft gehad, waar het hem echt de bal, niet alleen hem, ook de redactie, een paar keer heeft laten vallen. Dat je het gewoon moest benoemen. Want hmm. buiten mij waren kranten er wel al over aan het schrijven, hè? nog voordat ja, 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 ik iets gezegd ja, ja. had. Ja. Dit was, het was een algemene consensus ja. aan het worden van, ja, er ja. ja, dat is dat iets dat is fout met dat programma. Ja, dat, dat is een beetje samengelopen. Hè. Je voelde ja. ook dat de morgen ineens, uh, dat weet ik nog, uh, dat, dat die ineens, dat, dat vernoemde als een van de vijf dingen dat je zeker moest mijden dat jaar en zo Dat begon echt wel te kantelen. Hè. Dat uh, voelde wel. dus ja. like, de laatste, ik, ik weet dat nu al, like, volgend jaar, um, in nieuw houdt voor bekeken, ik had wel moeten bedoelen dat hij weg is, maar dat is al dat ik ook ik ga moeten doen, denk ik. Van, like, ik heb nu zo, nu kan ik wel die kaart eens spelen van, als er nu nog programma's zijn die je problemen hebben met mij, kan rap gaan. Hè. Dat is dat cool. Maar vind je, ga ja. eens naar als je uh, dat zie ik echt is wel vrouw, want jij mm -hmm. als, uh, ja, als kenner, om het dan zo te zeggen, om, al die om de reden dat je zo hard mee bezig bent. Wij hebben er hier al een paar gehad en dan leerden die mensen ook qua kennen. Mm -hmm. uh, ik kon heel kort door de bocht komen, maar dan ga ik het recht snappen wat ik wil zeggen. Ja. Lieve van Gils ja. is een lieve man. Ja. Uh, die Persoonlijk kan ik, ik vinden dat hij zijn eigen door slecht tegen gewapend ik kan, ik, ik zou, Als ik in die zijn plek zou ik zou iets anders gedaan hebben. Ik ben bijna zeker van dat ga James Cook of uh, Geert Verhulst of God mag weten wie, maar dat soort uh, targets, ja. dat gaat hij nooit van een tv krijgt. En niet omwille van de kwaliteit, ja, ja. maar gewoon om de simpele reden dat die, they don't give a fuck. Of die stralen ja, dat ja. uit. En bij Lee Van Hills ik denk dat we op een bepaald moment ook gezegd hebben, ja, die gaat gewoon ook niet te weinig ego om zo'n prominente positie te hebben. Ja. 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 Ik vond dat een beetje de zwakke jongen in de, kla in de klas van tv presentatoren is dat, Vond ik dat een beetje de, de man die een beetje op zijn kop liet zitten? Ja, maar weet je, wat ook verschil is. Is dat zo, aan als BV? Want gij analyseert die, ga ook er berenruige tweets over. Hè? Want dan analyseerde ook die een reactie of die niet een reactie. Ja. Er is toch een duidelijk verschil in soort TV-figuur. Ja, maar weet je wat het ook is. Um... Bij Van Gils en zijn redactie voelden van dat waren de enige mensen die de pretentie hadden om zoiets te doen: van uh, alles is hier perfect, over wat zij hij bezig, en wie de fuck zei hij? En dat dat bij Gert leed. Nee, niet. Omdat Gert Verulst, die heeft een heel groot whatever gevoel. En die redactie heeft er nog meer. Die komen kijken naar mijn show. Die zeggen van: ja, het is afschuwelijk wat we doen. <laughs> en, ja, maar dat is. Dat is wel, en ja, dat is wel doen... een verschil en, natuurlijk. Dat, en ja. dat is goed, want daar kan ik ja. niet tegen vechten. Ik kan dat blijven benoemen. Uh, maar da, ja, ze zijn aan het winnen. In the long run winnen ze natuurlijk. Bij Van Gils is het iets anders. Daar heb je die redactie die kwaad naar mij tweet. En mm -hmm. zo wat neerbuigend doet. En niet leert. En ook weigert te leren. En doet alsof er niks aan de hand is. En ja, uh, dat, is, dat heeft hun onderhang ook gedaan. Ik bedoel, de plooibaarheid. Hè? We gooien die eens naar Gert Knight. En dat stuitert daar gewoon af. Maar die, die, die Van Gils is gewoon blijven vastbeten dat is wat ja. het is. Er stond um, de Humo had zo heel kofferartikel gedaan hè, van zijn talkshows dood in dit land. Ja ja zo die begrafenisfoto zo. Ja um, ja, ja, ja En dat... klopt. Da ja. zaten er zaten naar twee. Allee, de de talkshow hosts kwamen zelf nooit aan, aan het woord. Het was zo voor VRT was het Olivier Goris, de baas van VRT mm. die sprak voor Van Gils en het was Isabelle Dams die sprak voor Gert Late Night. En de, ja. daar kwamen twee dingen duidelijk in. ten eerste Isabelle was zeer defensief daarin. Uh, een beetje te defensief naar mijn goesting. Mm -hmm. uh, omdat ze zoiets had van. Ze like, zat al het gevoel dat ze aangevallen werd. Ze zat al dat ding van. Ja, ja, ik weet niet dat wij bucht zijn, maar ja, als jullie zo prettig. Like, mm -hmm. Zij reageerde alsof er enorm naar neergekeken op Gert Late Night. Ja. Maar ze vond wel cool dat dat hoge cijfers daalt. Dus dat, dat verklapt voor, voor mij veel weg dat er wel veel onzekerheid zit, maar ook zoiets van: ja, fuck you. Hè. Mm -hmm. En Olivier Goris was er niks aan de hand. Niks ja. aan de hand. Ja, de, de mensen zijn blij als van terugkomt en, en de, kei, de cijfers zijn er nooit zo hoog geweest. Om, en als je dat aanleest, leest en dan zie je die van hier zitten. Nolivori uh, like zegt ja, Van is toch wel het vlaggenschip van de VRT. Dan zit hij hier En al wat daaruit komt, is met alle respect van. Ja, en de naam. Ik heb dat eigenlijk zelf niet gekozen. Ik vond dat niet zo goed. En ik ben eigenlijk zo'n presentator, en ik sta niet graag in de aandacht. En goh, ja, ik moest dat doen van mijn redactie, dat ik dacht van holy shit, het vlaggenschip van de VRT. Mm -hmm. Bedoel, vlaggenschip zonder mast en een zeil is gewoon een drijvend stuk hout. Hè. Ik bedoel, da, da... Ja, maar, en dat is ook wel interessant dat je dat zegt. Wederom, we kunnen niks tegen Immerich gezegd, maar je kunt ook zeggen: Ja, maar dat is ook wel uh, verfrissend om, ja, het om, of, het dat dat om mee te Het siert hem om te zijn. Omgaat, hè. En dan blijkt ook ja. dat dat eigenlijk u toch niet een eeuwig leven. Uh, in de tv-wereld garandeert. Ja, ik vond dat een hm. mooie reactie, ik bijvoorbeeld tegen zei, van dat John Oliver ding? Hè? Ja. En dan zei hij hem van: ah oh man, ja, dat had ik echt nooit niet moeten doen. Zeg had ja, je dat gewoon niet moeten doen. Maar eigenlijk... Ja, dat is waar. Maar ja, dat is, soms leerde dat ook door het fout te doen. Of maar zo. Ik, ik steek ook veel, allee, los van dat Van Hills gewoon geen goede interviewer is, op die manier, in mm -hmm. dat format. Om um, bij Ryers hij eigenlijk wel op zijn plek. En ik was sportjournalist, ik kijk te weinig sport, maar ik geloof oprecht dat hij ja. daar goed was. Um, maar ook een redactie. Ik bedoel, er zit een soort van algemene luid. Ze hebben nu... Mm. Ze hebben nu een online talkshow gemaakt. Hein? Een talkshow voor op YouTube. Hoe <laughs> komt <je> erbij? <laughs> um, met, uh, ik denk dat we naadloos aan het overgaan zijn naar. Uh, met, Siska, Siska Scooters presenteert dat. Uh. Scooters en Bellen, dat zit op YouTube. Oké, ik heb het gezien. Ja. En das, weet... Dat is je podcast eigenlijk ja, ook. Ja, ik, echt... ik, ik weet dat ik dacht. Dat is weer dezelfde fouten. Ja. zeg maar. Ja nee nee, zeg, fouten. Ja, maar joh, ik... ja, nee, 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 nee. Ik, ik dacht, ik zag en ik dacht. Oh, bij iemand thuis op YouTube. En ik dacht, ja, ik, ik zeg dat als een compliment. En ik, ik, wat, ik, was, in, ik was ook niet zo'n claimer of zo, maar ik heb mm. toen ook eens gedacht: damn, dat komt mij ook heel bekend voor. Ja, ja. Ik kon ontdekken ja, ja. oh, dat is wat wij doen. Ja. Maar als ik dat gewoon zie en ik heb het jou verteld, ja. hè, en ik zal ik, het eens zeggen hoe ik het analyseer: mm. Mm -hmm. Peter van der Vijr is een top-top. Een uh, top TV-mens, whatever, Allee, dat is, ik, ga, ga, ik weet het nog beter, maar daar ja. kun je alles mee aanvangen. Hè? Ja, dat is met je tot en met. Dus ja. ik voor of tegen, maar die kan ook iets gezicht krijgen. Nou, dat is een krijgen. heel goede ballet. Dat, dat ja. Maar wat, mij er, wat denk ik het probleem was, um, en dan ga ik het nu even op ons betrekken, omdat dat, dat ik dat het beste ken, was elke aflevering dat wij gemokt hebben fenomenaal. Ik denk dat die redelijk goed zijn, We we een goed gemiddelde hebben, maar wat wij voor hebben, en dat deed jij ook met alle dingen dat jij gedaan hebt, er is altijd. Dat onvoorspelbare. Er kan iets zot gebeuren. Is dat ja. altijd geweest bij ons? Nee, dikwijls wel, niet altijd, maar het kan. En als je dat ziet, en dan dacht ik, Siska Schoeters, waarom heb je niemand in uw redactie zitten die je deze weet, Want ik, wij zijn niet mega slim, hè? Mm. die je zegt: er moet, je moet iets kunnen creëren waar je denkt: shit, dat kan hier uit de hand lopen. En je ja. weet dat dat met een Peter van de Vijren kan. Hè? Ja. En toch denkt ja, hij: deze was niet slecht, maar je onthoudt daar niks van. En dat is jammer. Hmm. Wat, vind jij, wat was uw analyse eigenlijk toen jij het zag? Ja, maar binnen de minuut. Omdat je direct zei: al dezelfde fouten. Oh, het zijn hè. al dezelfde fouten, want je ja. doet wel dat ding. Dus je bent wel bezig met de toekomst. Je bent bezig met moet dan de online gegeven werken. En mm -hmm. jongens, wij hebben graag een, een deftig gesprek. In plaats van zo die tien minuten flarden die ze op de VRT krijgen. En dan ja. vanaf dat dat begint: alles daaraan schreden van: ik heb wel gezin zin om dit uit te kijken. Hoe ja. dat, dat eruit ziet, waar dat die zit. Want dan, we gaan naar de kids, maar ze zit wel zo in de bom, living met zo'n schaal met taartjes, met zo'n koffie. En ze kijkt ook echt in de lens met haar kaart. En dacht, daar gaan we weer met die fucking kaart, maat. Allee, Peter van de Vijden en Siska Scooters kennen elkaar. Hè? Ik bedoel, dat zijn op zich denk ik goede vrienden, want die hebben een lang met samengewerkt. Mm -hmm. Dus je zou toch echt kunnen zeggen: van, Fuck deze, zeg, hoe is het ermee? Yeah. Maar dat is niet. En na een minuut was ik, het al, was ik er al klaar mee. Was ik er absoluut al klaar mee. Yeah. Ik ben ook niet de grootste fan van, van Siska Scooters. Um, dat is meer een persoonlijk dingetje, denk ik. Dat is eigenlijk een 50-50-ding, mm. heb, 50 heb ik ja. mensen van, um... Maar dat doet er niet toe, want als hij een mega-interview geeft, ze jij dat vergeten. Ja, ja tuurlijk, dat tuurlijk. Is... Ja. Maar ja. De, mijn aandachtspannen was heel rap weg, omdat ze probeerden te wisselen tussen... Goed, volgende vraag, en we zijn hier gewoon een babbel aan het doen. En... Ja. Hoe komt dat die dat niet kunnen? Dat, ik, ik, ik weet niet, maar dat is... Ik vind ook veel... Dat is tv man. Allee, bedoel... Dat ja, maar is, dat is dat niet... Maar dat zijn we dan nou ondertussen... Hoe lang ga je... Hey, jij er al jaren aan, hey? Hey, mm -hmm. Er zijn al ondertussen, want laten we eerlijk zijn, ja, deze zabbel, zagen ga, er allemaal over. Zo, he, man, ja, maar ondertussen, ondertussen kun je niet meer zeggen dat het nieuws is. Hey, Gaan ze ook al een ancien, ook al een derde keer dat je die show doet. Die wordt maar groter en groter. Hmm. Ze beginnen het nu pas te leren. Dan denk ik, de essentie van alles is niet kei moeilijk. Nee. luister dat al eens naar podcasts? Luister gewoon een maand naar vijf verschillende populaire podcasts. En hebt het eigenlijk al ja, door. Ja, en dat is waar wat je zegt, maar er vertrekt toch altijd, in mijn ervaring, voor zover dat ik weet, Xander houdt me tegen en ze een keer bullshit aan het verkopen. Ben. Maar er vertrekt een soort hele rare arrogantie vanuit de media, van mensen die tv en radio maken. Tuurlijk. Met een. Ga je het mij niet komen vertellen? Met je onnozel microken bij je thuis. Maar Want, do wat... maar waarom doen ze het dan na? Nou? Ja, omdat ze denken dat ze het beter kunnen. Waarom omdat moet... die gewoon zoiets hebben van. Wij gaan eens laten zien hoe dat dan moet. Ik bedoel, ik, ik, zag, ik zag ook zo van die. Uh... Van, ik zag onlangs een reclame en, en we Bassa weer. was ook weer iets van de radio of zo'n ijzersterke podcasts En ik dacht: ja, man, nee, hè? Ja alle ja, dat zijn luisterspelen. Hè? Dat is iets ja, maar dat anders. vind ik nog iets anders. Een eh, ja, luisterspel is mooi, voilà. maar misschien een podcast. Hey, die, 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 die is iets die anders. Die altijd, hey, ja. de hey, dat de, nu hey, altijd, iedereen luistert, ik heb naar beluisterd, dat is ook geniaal goed. Ja, maar maar dat pretendeert dat ook niet om een podcast te zijn. Dat is die Bart van Loo, ja, dat ze een tot, boek tot, vertelt. Is het raar, raar genoeg totdat tot dat het hip is om het woord podcast erin te gooien. En dan doen ze het allemaal wel. Zo. Mm. En dat vind ik wel funny, ah, ja. want daar is wel iets van aan. Dat ik echt denk van... Ja, maar dat is geen podcast, dat is een, dat is een luisterspel, dat is fantastisch. Het mega kwaliteit, ze zijn ook heel getalenteerde mensen. Dat kagoe researchen, mm. tuurlijk is dat kagoe, uiteraard. Wie, maar, maar dat is niet hetzelfde. En nu krijg je zo'n soort... Hè? Je, je merkt dat ook bij wie... Um, Allee, hoe heet ze? Linde, Linde, Merkpoel, Linde he, Merkpoel, die ja. dat die dan nu zo vlogt en gaat dan Siska die ja. dat doet. En iedereen begint een beetje die stap te maken, omdat ze doorhebben van ja, de traditionele media ze hier rammel aan het krijgen van draai gasten in hun zolder tegenwoordig. Ja. So, dat soort shit, <laughs> ja, maar ja. He. En dan denkt ze, ja, daar moeten we iets mee gaan doen. Maar dan vertrekt dat toch vaak nog altijd vanuit zo'n houding van. We zullen het eens op de mediamanier laten zien hoe dat je het moet doen. Ja. En dat, is dat waar of niet? Ik ja, weet het nee, niet. Je nee, hebt absoluut ik... gelijk. Want ja. het feit dat. Ik zeg, de, de, de scooter is een bellen ding. Ik ga er, nu, er is nog maar één aflevering vanuit. Ik ga het niet met de grond gelijk maken. Ik wil wel zien wat ermee gebeurt. Maar dat komt uit die, uit die paniekaanval van. Ja, er gebeurt iets op het internet. We gaan dat ook doen. En dan krijg je een soort van afgeborsteld ding. Omdat ze niet, niet durven. Hè? Ik bedoel. ze bieden voor het vanavond live gedeelte ervan. Maar we er hebben nu twee vanavond. vanavond te komen. dat <laughs> zo zijn? de kritiek, de kritiek die ik al had heb op vanavond live, en we hebben dan over de 500 mensen die aanwezig waren in totaal, mm -hmm. waren van mensen die TV maken, ja. en die kritiek is, ja, het is toch niks voor TV. En men recht met ons vuist op tafel moet staan van, het is niet voor TV. Ja. Snap dan nu toch een keer. Altijd zo dat, ja, maar ja, voor TV. Nee, 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 het is niet gemaakt voor TV. Dit is in de eerste plaats een live show. Ja. Publiek gaat voor. Publiek gaat voor. Als er een camera naar beneden valt. of er schiet iets in brand. show gaat voor. Yeah. Niet die tv, niet de edit. niet wat er online komt. En wat er online komt. is ook niet voor tv. Mm -hmm. um, dat krijgt het daar niet uitgeklopt. Er is een soort van. pretensie. Ik, wou, ik weet niet tegen wie dat onlangs bezig was. Da, om de, over, over hadden, ze, keken... hadden ze argumenten toen ze het zeiden? Van het is niet voor tv. Wat was de reden dan? Waarom zeggen die dat? Lengte bijvoorbeeld. En, ja. uh, lengte, zeker lengte bijvoorbeeld. Want mm -hmm. dan denk ik van ja, het is niet gemaakt voor tv als een, het is een theatershow. Ik, wou, ik wil niet dat mensen voor tien uur de zaal uitwandelen. Ja. Daarom doen wij twee gesprekken. En een comedian en een muziek. Moest ik het echt voor tv gemaakt hebben, Ja, dan was het maar. Maakte één, dat een uur. Ja. ja, maar één gesprek en comedy of muziek. Maar niet allebei. Ja, ja, nu wou ik gewoon. Ja, mm -hmm. een spektakelshow en in totaal. Mm -hmm. Maar ik was al lang. Omdat iemand zei van. Ik houd voor bekeken, komt ook uit voort uit de tales van mensen die altijd zeggen dat ze het beter weten dan mij. Mm -hmm. uh, en Hesse die een bit van Louis C.K. Uh, dat hem zo zegt van. Uh, als je jong bent, zeggen ze tegen u: je, je kunt alles worden wat je wilt. Totdat je naar de middelbare school gaat. Dan zeggen ze: hij kunt vier dingen worden. Ja, maar. ja. Wel, drie ongeveer. <laughs> Ah. Ja. en ik 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 kreeg ik, um, ik oh. dat da is KERT van toepassing op mij in de middelbare school ja dan denk van ja dat is wel waar mm. en dan ben ik daar kunnen bovenstijgen van ik ben een comedian geworden dus fuck you allemaal met wat hij dacht en dan kwam ik zo af en toe op tv terecht en daar was er weer tegen mij van ja je zit niet echt voor shows. ja je zit niet echt een vrt gezicht ja voor iemand als u te laten presenteren er zijn weer die limieten opgelegd Er weer mensen waarvan dat ik dacht van wie zei hij nu weer in godsnaam? Mm. Dus uh, daar komt die hard voor bekeken ook deels vandaan. Hè. Dat, ja. dat, ik heb één jaar, het kan echt zijn dat ik één jaar echt tv gemaakt heb toen ik voor de ideale wereld gewerkt heb. En daar zat ik echt helemaal onderaan de hiërarchie. Uh, en dat is een humorprogramma, maar ik werd daar behandeld als zo. Dat doet hij ook alweer die hast dat er in de noek zit? Mm. Omdat als ik een script schreef en ik gaf dat aan die een van de twee eindredacteurs, dan ging dat er nooit door. Dat raakte er nooit door. Dus wat mm -hmm. ik dat? duur dat ik gaf het gewoon aan Jelle. En Jelle gaf dat aan een eindredacteur, dan ging dat er wel door. Gewoon ja. omdat ik denk van: ja, maar ja, je bent misschien wel een goede komiek, maar ja, ja. humor voor tv schrijven. Wat weet jij van tv? Ja. En dat heb ik ook wel onthouden en zo een jaar. Dus, hetzelfde bij Woestijn, dus als ze zoiets hebben van: waarom is hij niet altijd zo kwaad over ons? Ja, een paar redenen voor. Maar, mm -hmm. um, ja. ja, dat komt daar ook allemaal een beetje van. Het hangt een pretentie. Hè, dat wij zijn tv-makers en wij weten wat goed is en gij niet. Denk ik denk van ja, maar ik weet wel comedy. En alles wat ik weet over tv is zelftaald. Mm. Door er gewoon naar te kijken en erover te lezen, maar. Ik denk wel dat ik gelijk ben te krijgen. Ja, het coole is natuurlijk, je zei, je zei met je vanavond laat, hè? er zijn nu twee uh, afleveringen opgenomen. Ik was deel van een van die twee. Mm -hmm. Dat was een topavond. Ik ben niet aan het liegen. Ik vond dat fantastisch. Maar wel. ik moet wel even erbij zeggen, um, dat ze natuurlijk nu zitten, en dat, ja, daar heb ik mega veel respect voor, maar dat komt wederom ook voor een heel groot deel van het, uh, mijn persoonlijke mm -hmm. affectie naar u toe, maar ook niet. Want dat heeft ook veel te maken met... Ja, um, yeah, deze is putting your money where your mouth is. Hè? Een klein beetje. Je zei: ja. Jarenlang. Je zei: Sowieso medeverantwoordelijk voor het afschieten van het vlaggenschip van de VRT. Hè? Dat je <laughs> ja. mee in de fik gestoken. Dit ja. was maybe already burning. Mocht hij er wel wat gasoline opgekapt ja, ja. hè En dan kreeg je: Ik kon een talkshow doen. Ja. Ja, dan weet je dat iedereen met geslepen messen ernaar staat te kijken van laat het maar dan, hè? Als je zo goed bent in te ja. zeggen dat Gert late night shit is en dat hè, dat, dat allemaal vreselijk is. Nu komt er een show. Dat is toch iets dat jij meteen moet gevoeld hebben als je erom begon. Oh ja, Niet? maar de, het idee om het te doen speelt wel al jaren. Ja. Omdat ik dat probleem met talkshows altijd had, heb mm -hmm. gehad. In het ja, dat weet ik ook, want dat heb ik al vaker gezegd vroeger. Ja. Um, mm -hmm. En... En ik weet nog, de, de origine van, van vanavond live is dat uh, David Letterman zette zijn shows op Netflix, uh, My Next Guest Is. Mm. En dat is natuurlijk... Dat, dat is ook goed ja, dat dat ja, ja. Maar dat was, dat was waanzin, omdat die eerste... Ik ga dat nooit vergeten. Die eerste aflevering van My Next Guest Is, dat was met Barack Obama, mm -hmm. kwam... Je hebt goeie gasten hè. <laughs> ja ja. Allee, ja. Dus dat kunnen wel zeggen. De, de vergelijking uh, is nu absoluut waanzin. Hè. Maar de eerste aflevering kwam online samen met de eerste aflevering van Van Gils zijn nieuw seizoen. Ja. Dat ene seizoen waar Bart Kael kwam zingen en. Het, het beroemde stuk dat in uw show ja, zit. Ja. Dat is letterlijk dezelfde dag. als ik keek naar Van Gils. Waar ik sorry leven maar keihard mee gelachen heb. Want dat was wel echt echt funny. Dus Allee, ik zie ja. daar. Bedoel... En dat ga ik ja. naar Netflix. En ja. dan kijk ik naar, ja, natuurlijk is het wel te kijken naar één de titan der talkshows. Mm. En zo wat je van de coolste gasten aller tijden. Ja. Maar de manier waarop, weet je, gewoon twee stoelen tegenover elkaar in een leeg auditorium. Heel die, allee, die, die zaal is gestript. Het is gewoon publiek dat daar zit. Ja. Ja. Um, en ik weet nog echt, zo in een soort van crossover moment. SMS en manager naar mij van ze aan kijken naar die David Letterman. Ik zeg, ja, ben ook aan het kijken. Ik zeg, das, zegt, dat is waanzin. Hè. Leid, het kan zo simpel zijn. Mm. Niet vergeten dat je alweer twee titanen hebt, maar gewoon, je zit daarna te kijken naar twee, man, twee man op een stoel, op een scène. Mm -hmm. En dat is veel cooler en interessanter en lolliger dan alles wat er al uitgemaakt is. Yeah. En toen hebben we echt wel het ding van, ja, we gaan dat ook doen. Het is, het is goed, we gaan dat ook doen. Hè. Ja. We kunnen een zaal afvuren, we gaan dat doen, maar we gaan het voorrecht doen. We gaan, en nu klinkt dat zoals Xander dekt zichzelf in voor kritiek, maar het is meer van, we gaan het doen om te tonen hoe het kan en niet dat ik het beter kan. Hmm. Want ik heb ook altijd wel gezegd, van, ik wil li liever hebben dat ze De Peels een show geven dan dat ze dat aan mij geven. Uh, ook omdat ik weet, van, mij gaan ze dat echt nooit maar geven. Maar meen je dat? Wat? Meen je echt dat? Omdat ik weet dat ze mij zo'n show nooit gaan geven. En zeker niet op, op een zender waar het kijkersmaal. Maar meen je dat echt? Watde. Dat je, dat je eigenlijk liever zou hebben dat iemand anders dat zou doen? Uh, zeker als het meer, uh, meer richting Daily Show gaat, zou zeker de dat moeten doen. Ja, maar dat zit rond de pot ontrouw. Ik heb het gezien als uh, ja. toeschouwer. Uh, ik vond het leuk. Mm. Allee, ik, ik vond het top. Uh, zeker als live-ervaring, want dat op tv, dat, dat, is, dat interesseert me zelfs niet. Maar ik vond dat je dat... Uh, Heel goed, idee. Dankjewel, mm. maar ik... jammer maar echt ik... goed, hé. De, ik, ik vind niet dat je nou... Die valse bescherming is top, maar je nou even de Twitter, hoor. ga ik ga, ga nu toch niet beweren dat jij denkt dat jij dat niet gaat kunnen? Je hebt het gedaan. Maar ik, ik weet dat ik dat kan, maar ik weet dat ze het mij nooit gaan geven, en daar heb ik me bij neergelegd. Mm. Denkt jij dat? Ja. Als, als morgen, als... Ze gaan mij nooit op als ze morgen als ze, show geven. Als ze morgen inderdaad. weten... Ja, maar eender zijn nog zinder, hè. Ja, maar ze... dan hebben je geen kijkers, hè. Ik, Allee, daar leg ik me ook bij neer, hè. Het is zo... Vlaamse tv is geen rekensom, hè. dat je denkt van, if, if I build it, they will come. Nee, als je mij op vrijdagavond met die talkshow op Canva steekt, had er 60.000 man naar kijken. Hè. Altijd. Steekte je mij op zondagavond op 1, dan gaat er 1,2 miljoen naar kijken. Altijd. Ja. Dus je moet, allee, dat, dat is sowieso tv in het land, hè. je moet al op een goede tijdslot gaan zitten, op een goede zender, om je kijkers te verdienen, hè. En als je dan bijvoorbeeld zoiets ziet, ik zal dat maar zeggen, gelijk de wereld draait door. De wereld draait door, wat zeg ik nu? De ideale wereld. Hè? Ja. Zo, een ding dat nooit uitgeblonken in kijkcijfers, mm. hè, die, die waren vooral uh, heel populair op, op YouTube, denk ik, met hun filmpjes. Hè, ja. dat die, dat die, er zijn er wel een aantal viral van gegaan, denk ja, ik. Ja. Maar die hebben wel een invloed gehad. Ja. Is dat niet iets dat jij zou kunnen zien met je talkshow? Stel dat je niet op één terecht komt, maar je komt op Canvas terecht. op zoiets Dat je een, 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 een enorme invloed gaat uitoefenen door de kwaliteit van je show? Ik heb die invloed al, denk ik, zonder, zonder, ja. zonder een TV-show. Ja, zonder. Wel, wel. ja en, en nog iets zo dat ik even terug ga, maar mm -hmm. ik heb het gezien. En, en hoe hard dat je op Twitter zei, of, of u een hout het voor bekeken. Mm -hmm. Maar wat ik tof vond on, uh, vanavond live, ik heb ook denk, een tweet geschreven. Dat was super herkenbaar. Dat was eigenlijk. Uh, maar dat was ook helemaal niet, 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 niet gemeen. Dat was positief. Dus, mm -hmm. ik, dus ik kan me voorstellen dat. Even, dat iemand van de VRT zegt: ik, heb, ik ben niet fan van twitterende Xander. Ja. Maar van presenterende Xander. Dat was toch een, dat was toch een hele brede show. Ja, daarin, er ligt wel in die show een soort van showcase van mezelf. Omdat ik vaak mensen moet herinneren van. Um, Ga ze niet altijd kwaad de Oh ja, uh, ik ben niet uh, altijd kwaad. Like, uh. moet, er zijn een paar dingen die altijd terugkomen: van kappen op de bv's. Van, maar, kappen is echt een groot woord. Mm -hmm. uh, mensen op de man pakken. Ik, ik pak mensen op de man omdat ik wil dat de juiste persoon de klets krijgt. Mm -hmm. Kijk, we leven in een tijd. Um, als er een film niet goed is, weet waarom dat die film niet goed is. Snap je? Like, Batman v. Superman is slecht. Mm -hmm. En dat iedereen, fucking Zack Snyder. Ja, ja, niemand ja, ja, ja. zegt fucking Henry Cavill, niemand zegt Gal Godot, niemand zegt fucking Ben Affleck. Mensen, je we weet waarom dat iets slecht is. Mm -hmm. En in dit land doen we dat niet. In dit ja. land vallen wij meestal het gezicht van een programma aan. je gezegd: fucking Wifi in Tahiti, zeker de schuld van die Nieuwe stadsbader. Ja. Technisch gezien niet. Die presenteert dat, maar die heeft dat niet gemaakt. Hè? Die, mm -hmm. die heeft niet beslist om dat te doen. Die wordt gewoon betaald, grandioos waarschijnlijk, om dat te presenteren. Mm. Dus daarom richt ik dat. Daarom, als ik tegen de sterren op aanviel, ging mm. ik achter de schrijversredactie aan en niet achter de talent on screen. Yeah. Um, als ik Van Gielsen pak, pak ik de redactie aan en deels zijn presentatiestijl. En zo zoek ik altijd een kant of zo van... Mm Het -hmm. moet op de juiste persoon terechtkomen. Yeah. Um, en maar die... Ik wil niet... Dat, dat mensen dat altijd denken. Dat gewoon altijd, want ik weet nog toen we de eerste show aankondigden. En Peter van der Vijre was trouwens. Dat mensen zijn. Hoe ze vet geven. Waarom zou ik dat doen? Mm. Nou, ik heb Peter graag. En het is echt een vast om zo iemand uit te nodigen als centrale gast En die daar twintig minuten zit uitscheiden voor de theaterzaal. Ja, natuurlijk. Moet... Dat niet... Maar datzelfde gelijk dat je, dat je als wij hier dit doen. Hè, wat, wat, wat wij altijd proberen te doen. Is ook wel de kritische vraag stellen, mm -hmm. maar niet op een manier dat je die er niet zit af te kakken. Je wilt ook dat die er weer komt. Ja, ja, Alleen wow. hij of zij, het is eender wie dat hier komt zitten. In uw geval, bedoel, ja. je hebt vroeger vaak met K3 gelachen: van, oh, drie drie wow, veel middelbare leeftijd. Ja, 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 ja. Maar die zit hier wel. En je hebt dat ook gezegd. Natuurlijk. En die reageerde er ook best funny op. Die, allee, maar dat is ook zo. Nou, maar Karen dat is... heeft destijds tegen mij gezegd: "Wacht maar tot dat je een dochter hebt." Hè. Ik heb het ook gezegd tegen Gert hè, als ze wow. hier zat. Maar dat zegt natuurlijk, <laughs> die hebben gelijk gekregen, hè, man. Maar... Die hebben... Ja, dus... En ik heb van Gert Verulst gezegd dat hem die antichrist is. Maar, natuurlijk... maar is dat ook niet ja. een klein beetje? We mo we moeten... Je moet ook soms mensen. En dat is een kaartoffenvent. Voilà. Dus... Ja. Wordt... Een Een kritisch ja. interview wordt ook vaak uh, gelijkgesteld met geet ruzie gemaakt, of er was conflict, of je geroepen, of hij is kwaad weggelopen. Of mensen die, ja, die zelf zeggen: niet, als je een kritiek hebt, ja, het is wel. Weinig conflict. En dat je dan denkt: ja, maar wat denk je dat ik hier mensen niet nodig om er een bras mee te gaan maken, of wat? Dat is, ja. nou, ik, um... En dat is met uw talkshow. Want wat ik ook cool vind aan uw talkshow is. Um, en dat vind ik heel heel grappig, want dat, dat, dat is, weet, ik weet niet of het ooit benoemd is, geweest door iemand, Maar toen ik daar zat, ik dacht. deze is oerklassiek. Mm -hmm. en, en dat bedoel ik als het grootste compliment dat er bestaat. Hè? Je mm -hmm. moet dat zo bezien. Kijk nog Conan, kijk nog uh, David Letterman, kijk nog, uh, alleen noem ze allemaal maar op man. Ja. Al die gasten, Johnny Carson destijds man. Jezus Christus, je krijgt een talkshow met max twee gasten, worden je een goeie babbel meet. Ja. Je hebt een muzikale gast, je hebt een comedian. Moesten dat op tv doen, wisselde dag. Like dat je dat ja. zegt. Mag je het een theatershow? Dus je doet dat langer. Dat is allemaal oer fucking klassiek. Mm. Maar wat dat is. Is duidelijk maken van ja, maar je moet niet een zotte uh, Pays Quotidien tafel zetten. waar 17 man aan zitten die daar niks te vertellen hebben. of die dat allemaal in twee minuten nemen, terwijl dat gij al naar uw kaart zit te kijken van. Ja ja, 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 maar mijn volgende vraag. en uw redactie is in uw oren aan het roepen. van. ja, ja, maar. hij die je wilt reageren. dus betrekt die erbij, ook al heeft hij niks Wel, te zeggen. Zo, al die shit. Je ziet dat gewoon gebeuren bij vanavond live. en je denkt ja man deze is echt hey, niemand op de tv eraan gedacht om gewoon letterlijk dat te doen tuurlijk ik bedoel so, we wat, hebben wat, ik what heb is warm, wrong with you warm, people allez, nooit gepretendeerd dat we het warm water ging naar uitvinden. nee he? nee nee er nee, is nee. een skelet er is dna we hebben dat gewoon gevolgd ingevuld naar mijn stijl wel mm -hmm. um, en het werkt toevallig ja. um, maar ja. wel een klein beetje toch wat dingen te eh uh, het was top dat hebben we al gezegd maar natuurlijk ik kan me voorstellen als je een gewone talk een echte talkshow oh nee ja. Opnieuw, want het is ook een echt talkshow, maar op televisie gaat het een regelmatig mm. schema. Ja, nu konden we uh, een soort selectie maken en een show maken. Hè, dat is ook zelf gezegd, het is een theatervoorstelling. Natuurlijk, als je in de, in de routine zit van Van Giel, waar je elke week ook een beetje de, ja. de actuele gast moet doen, ja, dan hadden we ook soms met mensen te maken. Ja, ja, ja. hebben. Dus natuurlijk. Niet om die te verdedigen, maar ja, niet iedereen is interessant of Tuurlijk, niet. Tuurlijk, um, uh, want dat is ook de, like de neven waar ik komen kijken, Koen en mm. Jelle, en They don't give a shit. Als ze kritiek hebben, zeggen ze het gewoon. En, en ze zijn ook van ja, je weet je, als je dat voor tv zou doen, dan zeg je, oh, niet voor tv. Um, uh, ja, nu heb je de topgasten. Hè. Nu zijn eigenlijk de A-klasse er aan het insteken. Mm. En gaat dat niet iedere week hebben? Ik zeg dat ja. Zo David Letterman deed, hè. zes shows, zes topgasten. Hè. Ja, 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 ja en dat maar... maakt natuurlijk iets anders. Hè. Kijk, ja. In een, in een wereld waar ze zo'n. In, in een ideale wereld zeg ik maar. Stel dat ze mij een slot geven. Stel, dat ik kan vast belten en zeggen van je mag het doen. Mm -hmm. Dan zou ik zeggen van ik zou het al niet vijf dagen in de week doen. Ik kan het ook niet. Ik heb er echt een tijd niet voor. Mm -hmm. Ik ben gestopt met mijn fucking podcast voor een reden. Hè, omdat ik te veel shit heb. Ze zou ik maar één keer in de week doen. En we zouden nog maar twee gasten doen. En dan, ze like, gaan alle vijf online komen. Ik heb al vijf goede weken ze. Ja. Snap je like, dat? Ja. En ja, dat is waarlijk. We zijn Vlaanderen, die vijver is heel rap leeggevest. Maar er wordt nog rapper leeggevest als je het doet op deze manier. Hè, dat je iedere dag zeven man aan die tafel moet zetten. Ja, dan is het heel rap op. Dan moet je mm. wel selectiever zijn. Ja. Maar... maar dat zou je inderdaad zeker in. Dat is een numbers game ook natuurlijk. Dat dat heel vaak is. Als we al die vergelijkingen altijd maken met het buitenland. Nog de kwaliteit niet tegenstaande. Mm. De vijver worden dat die kunnen vissen. Ja, ja. Al ja. ja, de. de, de, de... Um, hallo eh, hoe heet hem dus? Population Talk Graham host Graham, Nort uh, Graham Norton. Ja. Die die en hij dan bankvol in, man. Ja. Elke keer hè. Maar ook maar één keer in de week hè. ja Dat vind ik ook ja, goed dat je absoluut, weet van... Ja. Uh, zijn, ja, die, wel, zijn die vier ja. celebrities, er komt een nieuwe film uit, of een nieuwe plaat. In één keer. Ja. Ram, niet zo verspreid met dan nog zoiets van een boekhouder ernaast, of een advocaat, of een politie um, Good point. En bij Vanavond Live... Uh, ja heb ik wel de keuze gemaakt, ook al lijkt dat niet zo, het is wel een gast in de comfortzone en een gast uit de comfortzone. Dat valt wel op, ja. Um, ja. Omdat ik die, die uitdaging wel wou hebben. Omdat, en, 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 ik wil de zekerheid dat er één goed deel goed is en een ander deel... En bij de eerste show is vreemd genoeg urbanus voor mij uit de comfortzone. Omdat, I love him to death, maar je ja, kan een lastige dag ja. hebben. En als we iets hebben, ja. op alles ja en nee antwoorden. En dan... Kan dat een hele lange twintig minuten worden? Mm -hmm. Maar dat ja, hadden we maar, niet. Ik heb hem zo wel eens meegemokt, ja. Ja. En dan, en... Uh... <laughs> Allee, al, het is niet perfect, hè. is een, <laughs> nee, een, nee, een nee, nee, nee. 70-jarige ja. vent is. Um... <laughs> maar like... ja, dat was we in de band van Urbanus en wij hadden dat opgenomen, die sketch En daarna moesten wij een interview doen met Eva de Rosso. Elke, uh, elke comedian samen met hem. Mm -hmm. Die was moe, die had geen goesting niet meer. En dat, was niet, dat is niet gebruikt geweest. Ja. En ik weet kei waarom. Ja. Want ik zat er neffen en ik had zoiets van: Ja, Urbijn, deze kan ik ook niet meer rechttrekken. Ja, ja, um... Die was moe die had zoiets, ik zin deze bij. Maar dus, um... ja, ik ken hem. Ik ben het tot nu toe gezegend geweest, eigenlijk iedereen 100% heeft gegeven op al die shows. Vol mm. like, aan, like, Van de verre was goed, Urbijn was in vorm. En dan de tweede avond was de onzekere Factor Koen. Mm -hmm. uh, ook omdat, de bouw, no ja. omdat ik die nog nooit ontmoet had, die doet ook geen interviews bijna, dus dat, ja, je weet het niet. Zalige vent dat... was dat van, ja, ik geniaal. Ja, he? absoluut. Gaat er ook nog heel lang mee gebabbeld, hè, Andries met de Coen de Bau. Ja, over films. Ja, ja, ja en was, en en dat ik... was zalig. Ja, dat ja, is een, en, hele, even hele, even een tof, just... toffe, toffe vent. No ja. homo. Maar wat een schone, schoon ja. de paal man. Jan Verheij zegt altijd die vecht de kop van een filmster. Dat is ook zo. En dat, is ook. dat is ook. Maar die draagt ook een. Die, die, ik heb ook een kostuum aan, ja. hè? Maar die draagt de kostuum. Ja, ja, ja. Ik heb een kostuum aan, hè? draagt hij er heeft een kostuum aan gedaan, ja. Zo kinderen. Maar ja. hij zit er neffen en je zult ja tuurlijk. Alex, je weet het geheim, hè? He. Ja. Hij pakt geen pataten he ja man ja inderdaad hij had geen dat was inderdaad waar wij, wij kwamen eten en hij zit er zo met zijn stukje vlees en zo mm -hmm. zo'n groentjes en ik zat daar zo ja en ik zeg no carbs of wat en hij zo ja nee hè? en ik dacht ja Daarom spant mijn broek wel en die van niet, heeft, ja. ja, er is een verschil, hè. Pascal niet in de zin. Ja, ja, ja. ja, inderdaad, inderdaad. Maar, wel, dat uh... ik daar weer een ding gelezen heb over Pascal, allee, dat er weer een, het aardappelding van Pascal Nasus compleet afschiet, dus het zal wel elke week iets anders zijn. Maar hij uh, deliverde, alleen ik bedoel, en jij ook. Absoluut, absoluut. En, en, ook, en, absoluut. en uh, het grappige was, na de, de eerste show, de eerste nacht was strakker, uh, mm -hmm. de tweede nacht was iets meer chaos, Jij ja, kijkt vreemd maar, naar mij, Xander de Rijk. Maar absoluut, maar absoluut geanticipeerd, <laughs> absoluut geanticipeerd. En er was zo'n hele grote verdeeldheid van ik vond dat met Alex beter, ik vond dat met Koen beter. Zo de, 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 ik zeg, het is geen wedstrijd, plus achteraf knippen we dat toch naar een gelijke lengte, dus maak mm -hmm. geen fuck uit hoor. Mm -hmm. Maar um, er was iemand die zei van ja, ik vond dat met u en Alex een beetje te veel buddy-buddy. Ja. Ik zeg, ja, maar dat is wat er ook gebeurt als er iemand bij een talkshow gaat zitten en die kennen elkaar. Ja. en dat is een keuze dat ik ook expres gemaakt heb want ik heb ook gekeken naar de interviews die jij gedaan hebt ervoor, ik zat ook de week ervoor bij Van Gils mm -hmm. uh, Urbijn had ook bij Van Gils gezeten dus ik had al gezien van, ja, wat is er hier allemaal al gevraagd in aanloop, want ja, hij is wel bezig met, hey, sportpaleis, hey, nieuwe tour Urbijn is ook bezig met, met een film en dit ik dacht van, wat moet ik nog gaan vragen aan die mensen en bij u was het heel simpel, ik dacht van ja, iedereen vraagt nu naar de toekomst toe van, hey, sportpaleis hey, nieuwe tour, en over wat gaat hem en dan moet hij weer beginnen over uw ja, affiche, over de metoo en, en ik dacht van ja, dat ga ik niet doen, want dat verhaal kennen ze intussen al. Het mm -hmm. verhaal dat echt interessant is, is Alex. Zeg nu dat niet populair is. Mm -hmm. Alex, zegt nu in de opera. Alex, zeg nu die voor het 40 man en een koe staat op te treden. Mm -hmm. En ja, dat is buddy buddy. Maar dat is veel interessanter om naar te luisteren. En ook veel leuker om af te sluiten met. Ah, oh hij ja, heeft een nieuwe show. Yeah. Ja. Yeah. Meer moet dat niet zijn. By the way. Meer moet dat niet zijn. Ja, was ook, uh, ik ben zijn, ik zijn ook een klein beetje bijna vol on Robin Williams gegaan ja, die avond, cool. want ik had gewoon zin om zoiets te hebben. Van, uh, fuck it, ik ga nagen gewoon amuseren, en dat was ook ja. superleuk. Want achteraf, uh, Michael van Peel was er ook, uh, die heeft toen nog even meegedaan met hun ja. openingsmonoloog. En het grappige was dat hij uh, daarna tegen, maar het eerste dat hij zei, ik stapte, uh, het was gedaan, applaus, ik stap het podium af. De Michael komt op mij af, die zegt ik heb u nog nooit zo goed gezien in een talkshow. Mm. Je zei dat was waanzin. Ik zat er nog te kijken en ik dacht, dat is, dat is Amerikaans niveau. Ja, dat is de... kijken naar iets en zeggen: wauw, man, grave dingen gezegd, totale chaos, lachen, no rules. En je ziet gasten wel iets zeggen, maar ook nagen eigen amuseren. Ja. De... Zo'n spontaniteit die er totaal niet is als je op De TV Van der Vij had in de morgen gezegd uh, van het weekend van, Xander stelt geen extreem moeilijke vragen, maar hij laat zijn gasten wel uitspreken en hij loopt al drie jaar te toeteren dat op de kloten trekt, maar hij heeft nu wel de ballen gehad om het een keer te doen. En dat was wel heel leuk, omdat hij had dat ook iets kei lief getweet na de eerste dag en mm -hmm. Het, het, het internet brak en like, de journalisten braken. Omdat het was al zo, ervoor al zo de afspraak: van, Wilt hem langskomen? En wij zeiden: Ja, nee, want het is allemaal uitverkocht. we, we, we dat het journaal komen filmen. Ik zei: Ga je in de weg komen lopen? En dan vanaf dat van de feier had getweet begonnen de journalisten te bellen naar ons: van, Wat gebeurt het er allemaal in die minaar? En we zeiden: van, Rustig, blijf hmm. nog even zitten onze baan. Je nee, veel daar veel reactie op gaat Ja, we hebben, wel wat, we hebben wel zo wat gevraagd: van, Als je mij echt wil en als ik nog iets moet komen doen. Doet het dan als ze online komen? Want nu kunnen mij echt niet helpen. Alleen nu, ik heb al stress genoeg. Ik, ga nog, ik heb er nog drie te gaan, dus ik heb nog stress. Um, er is nu wel een soort van zelfzekerheid bijgekomen, maar deze twee shows waren echt al cadeaus. Qua gasten. is shows zijn ook topgasten, maar er zitten er een paar tussen dat ik zo wat ga moeten, zeer goed moeten voorbereiden. Uh, Alleen er zit. Uh, onder voorbehoud, is zit een minister tussen, mm -hmm. ja, dat had ik wel moeten voorbeelden. Wie, 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 wie is dat nou dat dan nog komt? Uh, Sven Gats, Gatsi. Ja. <laughs> ja, 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 vooral, tuurlijk. Vooral, vooral de Xander die je kijkt, je weet dat je deze niet mag zeggen, ga zo... Sven ja, hè. <laughs> je mag dat zeggen, maar dan, als ze hem, stel dat hem cancelt, want dat kan altijd gebeuren met zo'n dude, dat als er weer een aanslag gebeurt... Da, dat... Dan kunnen we eruit knippen, mocht het... Uh, nee, maar dat maakt niet uit, zijn. maar stel dat hij hem cancelt, dan meen dat we... <laughs> <Goed. dat> <laughs> Iedere show hebben ze iemand dat je denken van die kan een dag zelf nog afbellen. Dan ben je mm -hmm. dat we altijd pas de dag zelf ook de namen vrijgeven. Want de eerste dag had de Uurbij. En bij kan ook wel eens zijn: ik heb geen goesting. Mm -hmm. En de tweede dag had ik Koende de bouw. En die, die, tot op een paar dagen ervoor was hij nog in de running voor een rol in Engeland. Ja. Dus we gingen die misschien ook nog kwijtgeraakt zijn. Dus daar ik ben altijd heel voorzichtig. Maar inderdaad, ik like na Svenny, als mm -hmm. hem komt, die, die, die vraag moet je ook op voorhand. Al doorgegeven wordt naar hem. Dus voor mm. mij is dat ook wel zo van de fucker. Ja. Um, ja, dat is een ander soort interview, natuurlijk, dat ja. je zo iemand krijgt. Hè. Maar ik ga wel mijn best doen om daar iets, allee, om daar iets uit te krijgen. Zonder en, ja. en dat, dat wel dat die een dude leert kennen op een of andere manier. Ja, <tus> ja dat is, dat is ja. Ik vind, ik, ja. Ik vind het wel heel cool dat je het doet, En ik vond, ik vond het heel, heel leuk om te doen. Mm. Misschien, uh, misschien om, om richting afsluit te ja. gaan werken. Um, Jij had uh, in het begin van de uh, uitzending beloofd dat er uh, wat kritische noten gingen komen. Of jij zei iets van... Well, van Giels heb ik al gezegd. Hè, omdat ja. de, oh ja, de, de ironie van het vlaggenschip van de VRT. Daar zit hij in zelf van. Ik doe niet graag dingen. Ik sta niet graag in de aandacht. Waarom moet ik dat doen? Ik vind de titel niet tof. het is dus schuld van mijn redactie. Ja. Dus de, 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 rustig. Um, Geert Hosten is mijn probleem dat, dat hij hier Kijk, het probleem dat Geert geen mening heeft is in een comedy. Mm -hmm. dat, dat is echt een probleem, vind ik. Dat hij hem zo wat slinksgewijs doet, maar dat hij nooit namen noemt of nooit echt zo. Je voelt niet naar welke kant dat hij een balanceert. Ja. Snap je? In alles. Mm -hmm. En in tech heeft hij hem dan ook een beetje. Want heb hem wel gepakt, denk ik, op het ding dat hem zo wat kritiek geeft op al de rest van de comedians. Van, mm -hmm. het, ga, het gaat allemaal over niks. En, en ik vind dat heel vervelend. Dat hij, dat hij gewoon zo ruim blijft. Hij heeft dat al gezegd en hij zegt: Ja, maar ja. Je weet wie dat ik bedoel. En ik zat er dan van, ja, nee, je moet gewoon zeggen, het nee, doet, want ik voel me nog altijd aangesproken. Ja. Want een dag na die aflevering met jullie stond hij in HLN en deed hem het weer. Ja, ik vind alle comedians wel interessant. Ik vind dat wel makkelijk om altijd over hun eigen leefwereld te babbelen, De actualiteit is tenminste een uitdaging. Ik dacht, zeg een keer een naam. Ik ja. bedoel, alle comedians praten over hun katten, over het seksleven, denk, over wie zij bezig. Want ja. alle comedians, je komt niet kijken in Geert. Ja. Heb, je, heb je het allemaal gezien? Heb dit, kun je echt zeggen dat je alles gezien hebt om dan te zeggen van het is allemaal niet goed? Ja. Allee, ik zou dat niet durven. Nee. Ik zou dat echt niet durven. Ik weet dat ik heel veel tv en, zie En, en, en had ik zo weet dat als je dat aan het zien wordt, die podcast, hmm. en je, je zit aan het lusten naar wat wij zeggen, had je zoiets van ja, daar hadden we over moeten doorvragen of daar hadden we moeten zeggen, noem naam, namen. Na, na. Ik... Is dat iets dat je voelde dat we bij mij bij misgelopen loopt? Nee, dat is of, niet waar, of... want ik weet niet of ik het zelf op dat moment gedurfd heb, omdat hij is wel tot hier gekomen en ik wil hem niet in een noek duwen van: zeg de naam! Ja. Uh, maar terwijl hij eigenlijk weet van: eigenlijk bedoelt hij gewoon Filip Geubels. Maar dat gaat hem nu I doen. Is dat zo? Ik denk denk je dat? Ik denk dat hem dat bedoelt. Ja? Bedoel, wie de fuck? Allee, wie, wie anders bedoelt hem? Wie, ja. wie anders bedoelt hem? Ik bedoel, de twee grootste commissies van het land zijn geen Filip Geubels. Het feit dat hij hier zit en niet gewoon zegt van: wat oh, hij doet vind ik niet goed. Is al teken dat het hem u niet bedoelt, plus jij hebt een heel harde mening over dingen die meer zijn dan uw kiekjes en uw dochter. Het gaat ook over mm -hmm. politiek en over actua en overzovoort. Mm -hmm. um, dan denk ik dat dat alleen maar geheubels bedoelt, want ik weet niet over wie dat hem kan hebben. Mm -hmm. over Michael heeft het niet, want aan Michael kijkt hij. Dat weet yeah. ik van Michael. Mm -hmm. Al de rest dat weet ik niet. Er zijn er delen. En toch voelde dat er juist, als je dat zei, dat jij dat zelf ook een beetje persoonlijk ja, nam. Dat want jij ik het doe... gevoel hebt van. Want... Zie, zie jij ook naar mij, ze jij ook over mij. Ja, bezig. want los ja. van het hard voor bekeken of het al. Mijn shtick is observatiecomedy. Ik babbel mm -hmm. alleen maar over mijn fucking stofzuiger en, en over mijn vriendin. Ja. Vinden mij dan een slechte comedian of vinden mij niet interessant? Wat, wil, wat is dat je daar eigenlijk probeert mee te zeggen? Mm -hmm. Maar dat. Ik zei dat. dat Frustrerend, frustreert me aan die man. Dus ja. de, het is dat je op uw comedy oppervlakkig is tot daartoe, maar dat dan je mening oppervlakkig is, daar heb ik het heel moeilijk mee. Ja. Zeg het gewoon, zeg het gewoon. Zeg gewoon, zeg gewoon je niet goed vindt. Toon, toon mij een keer wat voor iemand dat je bent. Ja, maar dat ja, er zijn mensen die dat, dat je ook bij voelt van ja, op een bepaald moment, um, denk ik. Hey, op dat moment, hè, want dat is, de ene dag is de andere ook nooit. En het hangt er ook een beetje vanaf hoe dat jij zelf op dat moment je eigen voelt of hoe dat, mm. dat zit. Je kunt soms, een, een, je kunt soms ook voelen iemand, dat je er tegen praat: van ja, ik kan daarop blijven porren, maar ga God dat niet doen? Ja. Zo, hè, er, zijn, er zijn momenten ook toen ik tegen Geert zei over meningen: had hij nooit de neiging om iets te doen ja. met je mening? En dan zeide je vlak af: nee. Nee, ik, ik, wil, ik wil. Wat ook een mening is. Wat een, wat een ding is, hè? Want, want ik haalde toen het voorbeeld aan van zijn ding over de kerk. Hè? Dat mm. hem zei van en blijft van de kinderen af. Hè? Ja. Praat niet over huwelijk als je niet weet over wat je deed. Dat was eigenlijk bijna een van de enige keren dat ik die echt vlak af een standpunt over iets heb weten innemen. Ja, nemen. maar ook dat, hè? ook al is dat standpunt waar, heb je niet zoiets van. Hola ja wat zegt hem nu nee de klauwen tuur... komen naar boven bij je ja, ja 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 nee, ik snap het maar dat leek al zo omdat hij het zo hard niet doet ja. dat wanneer dat hem dan eigenlijk ja, al op, zegt ja. van ik blijf hier niet eh, I'm not on the fence maar ik ben duidelijk on ene kant van de fence dan voelde dat al als oh en ik had ook een gevoel dat hem er heel fier over was over dat stuk eh. en, ja. en dan, dat ik denk ja, je dan niet de neiging om dat meer te doen. En zijn antwoord was ja, nee, als mensen lachen, ben ik, ik blij en sava. En, en ja, dan heb je ook niet meer het gevoel dat je daar nog heel ver over kunt blijven pushen, ja. want dan, dan stopt het eigenlijk. Hè. Dan heb je zoiets, ja, oké, okay, ik, ik zou daar niet blij mee zijn, persoonlijk. Maar dat is ook niet mijn comedy, dat is ook niet hoe dat ik het doe. Oh ja, maar ik zei, zeker op het DAFlak, ik hou van mijn vak, ik hou van het comedy landschap, ik lees er alles over, daarom dat ik er ook zoveel over zag. Um, heb ik het daar heel moeilijk mee dat je heel oppervlakkig zijt van het is allemaal niet goed als het niet over actie gaat? Daar ah, heb ik precies van: doet wat zet hij toch te zeggen? Maar je, je zit ook in HLN? Hè? Je, je mikt naar een bepaald publiek dat jij en ik niet hebben en je zit die mensen nog steeds te onderwijzen wat wel en niet goed is. Uh, heb daar toch ook een beetje een voorbeeldfunctie in als de godfather van de stand-up in dit land? <laughs> um, en en, en die is in een boek is dat ook, die heeft zo'n een, een boek uitgebracht. Was wel onder de maan langs de rivier of zoiets, mm -hmm. maar maar zo kort allez, zo, denk ik denk van schrijf gewoon een biografie Geert dan, want die korte is. en ook daar doet hem zo dat hem zo iemand tegen zei van ga nooit iets worden, en dan is hem wel iets geworden en die persoon is nog later iets geworden in de politiek, dan denk ik van wie? Wie? Zeg gewoon zijn naam, dat is toch, veel, dat is toch een verhaal, dan mm -hmm. heb je de, ik bedoel, dat is nu een verhaal. Hè. Waar komt Xander zijn woede tegenover van Gils vandaan? Wel, de eindredacteur was een lul tegen hem. Ah, die mens. Ja. Yeah. Voila. Yeah. is gezegd, maar zo dat, dat dansen rond de pot en zo dat vage hinten naar iets, dat, ik, kan dat, ik vind dat... Uh, kan yeah. niet aan. En zeker yeah. ja, als je zo een heel comedylandschap over dezelfde kam scheert. Dat, ja. Ja. Yeah. Daarom dat ik ook zoveel problemen heb met Karel Michiels van de Standaard de laatste tijd. Ja. Yeah. Omdat dat is de enige comedy recensent in ons land. En wat hij schrijft dat is absoluut waanzin. Maar ik dan over te zeggen, ja. dat is een beetje een persoonlijkheidsvraag. Waar ja. we straks over bezig Dat is uh, waarom we een boek nog eens ontvangen. Eh, die geweldige boek. En ik vroeg Alex, oh, Ik was weer vergeten wie dat geschreven had. En zei: Ja, dat is Karel Michiels. Hij ja. heeft die meegeschreven. Mm -hmm. wat ik uh, uh, gewoon als mens uh, uh, opmerkelijk vind aan nu. Uh, en dat is niet een waardeoordeel, Het is opmerkelijk, dat iemand waar je ooit mee samen hebt gewerkt, mm -hmm. uh, of iemand waar je een relatie mee hebt gehad, en ik ga er nu voor het vooral even vanuit dat jij daar toen een goede relatie mee had, ja. uh, an, allez, dan mee, dat die, of mensen die ooit in, u, in de mosselen hebben gezeten of zo, dat er toch een punt komt, als jij vindt dat die uh, iets doen wat op haar zenuwen werkt, dat je die erop pakt. Ja. En gewoon, ik vind dat een opmerkelijke eigenschap, Waarschijnlijk is dat eigenlijk wat je nodig hebt om te doen wat jij doet, Want ik denk dat veel mensen dat niet zo gemakkelijk zouden kunnen doen. Ja, ik, ik, moet er, allez, ik hou daar nog dubbel rekening mee. Omdat ik een ja, met die een TV-show. In het begin, met die ineens voor bekeken was dat een eigen mensen. Ze zei van. Ja, de programma's waar zijn vriendjes in zitten, daar is het hem wel kalm over. Dan hmm. ik denk ik van. Eén, nee. En twee, de meeste programma's dat mijn vriendjes maken, zijn best in orde. Ehm, ja. um, ik, ja, ze oh, hebben nooit kritiek op de ideale wereld. Ik zeg, jawel, maar zeg een keer, wat kan ik erover zeggen behalve, er kijkt niemand naar. Ja. Dat is dezelfde grap dat ik al drie jaar maak, hè. er kijkt mm -hmm. niemand naar. Er is altijd een variatie daarop. Mm -hmm. Want. Het is wel altijd maar wel in orde, de ideale wereld. Mm -hmm. dus, dus daar kan ja, ik maar dat is geen op. mens. Hè? De ideale wereld is een team. Maar als je zo Carl Michiels of, of Jan Verheyen of zo. Ik, ik probeer me dan zo in de, in de rol van die mensen te zeggen. Ik heb me first altijd denken, hé, wat was een tijd dat we zo oh, die een boek schrijven? ik ja, ken Jan Verheijen. dat is altijd allee, dus. Ja. Ik, ik sleur die in drie jaar door, maar die, in, die is altijd wel. Ik is een give Je like. kent er mee om, Ja, ja, ja. ja, bedoel, ja absoluut. Allee, Die is ja. wel gewend van kak dan zijn kop te krijgen. Karel Michiels is het inderdaad een moeilijke. Um, dat is ook nog maar het afgelopen jaar en een half of zo. Wat is geen dat u stoort om Karel nu, dan. Kijk, die, die, heeft mijn, die heeft mijn boek geschreven in 2012. Alleen meegeschreven. Ik... Ja, gij, dus, is dat aan de hand van interviews ook gebeurd? Ja, ja, dat, ja, heeft, ja. Laten we zeggen, hij heeft. Uh, die boek is denk ik 200 bladzijden of zo, 200. Ja. Ik weet niet hoeveel dat is. Wat, laten we zeggen dat hij een, een versie van 60 bladzijden had gemaakt, mm -hmm. naar aanleiding van uh, gesprekken met mij. En ik heb die uitgedikt naar wat hij nu is. Ah, ja. Omdat ik zag er mij helemaal geen man op om eraan te beginnen. Ja. Hij had dat wel al gedaan en ik wist niet... Ken je dat? Dat je daar gewoon voor een ja, wit ja, ja, ja. ja, blad zit van hoe de fuck begint dit. Ja. En hij had dat, en dan heb ik dat gewoon ja. en, en naar mij uh, gedaan. Ja. Maar ik heb ook gedaan omdat ik toen, uh, ja, ineens, ik ken niet zoveel schrijvers, maar ook toen hadden we nog meerdere comedy recensenten. Mm -hmm. Zo 2011. Lief 20... Lavijnen. Lief, Lief Lavijne zat voor De Morgen, Karel Michiels zat voor De standaard, ja, Bieten had ook een zo, ja, eh, al dus, die dingen. Ja. Er waren wel wat komende recensies, en ja. iedereen neigde wel naar Karel Michiels, omdat... Uh, Lief Lavijnen, ja, die kwam van Opera en die was eigenlijk niet zo'n fan. Opera van Opera in toneel, hè? Also, heel veel. Dus, ja. dus Wouter, de Premium Hels, waren zo de Vijf Sterren-recensies en al de rest was altijd zo drie. Ik denk dat hij er een keer vier gehad heeft, omdat ze er gewoon niet rond konden hoe goed dat die show was. Maar die, dat is niet haar ding. Allee, de, ja, mm -hmm. de, dat mensen houden niet van, van gewoon de dudes die daar staan. En ik, ja, dat was de moeite, en dat Karel En die recenseerde op: Ik heb hier goed gelachen vanavond. En gedacht van: Dat is hem. Mm -hmm. En dan is zij gestopt en nu is er maar één komende recensent in ons land en dat is Karel voor de standaard. En er zijn zo wat beginnen komen en dat één is Karel is heel politiek aangelegd, hij is heel erg, heel erg links ook natuurlijk, heel mm -hmm. erg anti-rechts, uh, heeft een enorme voorkeur van actualiteit en dat begon in een keer begint zijn recensies door te wegen. Mm -hmm. um, en dan begon ik een soort van hypocrisie erin te zien. Ten eerste geeft iedereen vier sterren, wat al heel frustrerend is, want het is één grote grijze pap, mm -hmm. ene grote grijze pap, we hebben allemaal evenveel. Voor sommige artiesten, ik ben er nu langzaam aan, aan het uitgeraken, is de recensie echt belangrijk voor de verkoop van die, die, voor die show. Mm -hmm. Want zo'n baas van een cc, als die er zo vier blanke comedians naast elkaar liggen heeft, heeft hij ook zoiets van, oh, ze hebben allemaal vier sterren in een miene Ja. ja. Uh, en als jij dan een keer vijf hebt, of hen een vier en een half, dan is dat zo binnengekopt. Ja. Uh, dus dat is al een probleem. Maar er begon een hypocrisie in te komen. Eén, als een een Actua deed, had hij al nou sowieso een vrij recensie. Omdat dat persoonlijk bij hem lag. En daar heb ik het een beetje moeilijk mee, want like, like Geert Host heeft ook al vijf sterren gehad van Karel. Uh, Michael van Peel ook. En dan ben ik ook altijd denkend denken van, ja maar, waarin ligt het verschil? Want de een is zo verduidelijker, beter dan de andere. Um, dan begon hem zo, uh, iedereen die ook maar een, 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 een beetje over like, anti-Bart de was, of anti-NVA, begon goede recensies te krijgen. En dan, vorig jaar zijn mijn hersen echt gesprongen bij een soort van hypocrisie, dat, um, moet ik goed nadenken, ne? Jim Jefferies. Mm -hmm. Jim Jefferies in de Lotto Arena, denk ik. Daar was uh, ik niet bij, dat heb ik niet gezien toen. Ja, ik, ik was daar, Dat was mm -hmm. een grave show, mm -hmm. uh, en ja, die dronk wel wat af tijdens die show, ja. Maar dat was nog altijd een grave show. Ik had niet het gevoel van... Amai, er stond een zatlap op Ja, podium. De, deze show is echt naar de kloot net gaan, omdat hij haast niet meer weet wat hij doet. Je ziet dat hij het gewend is van te zuipen en te spelen tegelijkertijd. Hmm. Um, <laughs> en Karel heeft die met de grond gelijk gemaakt. Omdat hij oh, eens te zat op zijn podium. Oh, is dat, 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 drie sterren trekt op niks. Ik dacht van, ja, maar ja, dat, dat kan nu ook weer niet. Aan de andere kant, ik schreef ik een recensie voor Lucas Lely. En Nelf van de Recensie ging het over Sander VDV, die in zijn voorprogramma zit. En daar werd de loftrompet afgestoken. En ik denk van: ja, maar Sander staat ook zat op zijn podium. Want mm -hmm. Sander is een nerveuze comedian en he likes to take the edge off van ja, de show. Ja, 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 ja. Maar die staat ook een beetje zattigjes op zijn podium. Maar dat zie je dan weer niet. Mm -hmm. En um, om de duur voelde ik van: ja, je zit toch wel sommige dingen aan het negeren. Je gaat in twee gewichten. Ja, ja, kijk, ik ga nooit vergeten. Um, Twee dingen, twee dingen dat ik nooit ga vergeten. Uh, uh, Erhan, Demirci en Kamal Karmash. Mm. Zeer fijne kerels. Uh, uh, Erhan, zijn nieuw show ik heb ik nog niet gezien. Die van Kamal heb ik ook niet gezien. Dus ik kan niet oordelen over de, de waarde van die show. Maar wat hij uit die recensie kon aflezen bij Erhan, zijn vorige show, is. Die sluit echt af met in de recensie van. een kwartier stil te laten in je voorstelling. Je moet het maar durven. Mm -hmm. Vier sterren. Oké. Okay. En bij Kamal staat er letterlijk in die recensie. Ja, eh. Um, hij wist het nog niet helemaal hoe van buiten, want zijn papier lag allemaal van het podium, en hij was af en toe nog aan het spieken. Vier sterren. En ik dacht van ja, had ik dat gedaan? Dan maakte hij mij kapot. Hè? Ja. Ik zou dat niet moeten durven. Ik zou niet nog mijn teksten moeten aflezen. Ik zou niet zomaar een dip van een kwartier met een show mogen steken, omdat ik een statement hou. Maar hij maakt me kapot, hè? Mm. Ik word er nu al op kapot gemaakt. Me, veel mensen zeggen van ja, dat van James Cook met die armoede, die heeft toch wel de sfeer wat weggepakt en die houdt het voor bekeken. Of als ik mijn papieren aflees, nou, hij leest het toch wel af van het pepiter. Mm -hmm. Ik word erop vernietigd. Hè. Ja. Dus er is een soort van hypocrisie daarin. Ja. En, en dan. Uw, uw oordeel heeft helemaal geen waarde meer voor mij. Ja. Een soort van grijze. Want De grote kritiek dat er gekomen is bij Karel, vooral, was, was bij uh, Hummus uh, Kandikupé, ja. bij de, de, de overwinning van Amelie Al Albrecht. Ja, van Amélie Albrecht, omdat ze... Een, een, ja. een, en daar, daar heeft hem ook zijn eigen gewoon slecht uitgedrukt. had hem nu gewoon gezegd daarin van... Het is niet mijn ding, maar ik mm -hmm. snap waarom dat gewonnen heeft. Dat was alles in orde. Ja. Maar hij heeft het gestoken op het feit dat het een vrouw is. Mm -hmm. en, en zijn een overduidelijk. Want dat is echt zo'n zo stuk over Jasper Poisson en, en, ja. en Sander VDV. Wat ook goede comedians zijn. Ja, he? tuurlijk. Ja. Maar bij Amelie was ze. Ja, we trokken eigenlijk op niet veel. Het is wat Filip Geubels van en al die de twee regels tekst. En ze dat een vrouw is. Ik denk van: Ja, dude. Ik bedoel, mm -hmm. recensie is altijd uw mening natuurlijk. Een mening van ene gast mag Dat kunnen je niet maken. Oké, okay, even advocaat van de duivel. Eh? Ja. Eet hem totaal geen punt is hem dat zegt. Um, Amelie is natuurlijk een product van deze tijd, ja. uh, maar we waren er gisteren ook over bezig? Uh, en de meeste mensen zijn er ook over eens van. Uh, ja, die, ik denk niet. Ik denk wel dat ze gewoon het lag niet aan de kwaliteit van de rest of zo. Ja, het, het, het was eigenlijk zelfs eh, dat je meerdere mensen hoort zeggen die iets over comedy weten: dat ze zeggen het eigenlijk bijna niet uitgemokt hoe goed dat Jasper die avond was geweest. Als zij gewoon was wat ze was, was het van haar. Mm -hmm. Puur en alleen omdat een tijd er is ja, ja. voor een vrouw om dat te winnen. Hè, wat niks wilt wegpakken van hoe goed dat ze was, hè, want daar ja, ja. had dat niet over. Maar gewoon puur tijdsgeest tijdsgeestgewijs. Is het misschien dan een heel ongelukkige uitdrukking dat hem gedaan heeft? Want, ge, gegeven, ja, ja. want hij geeft haar geen waarde. Dat is eigenlijk hetgeen waar dat oh, het maar... misschien een beetje misliep. Hè? Dat hem, maar als hij hem zegt van. zij heeft gewonnen omdat ze een vrouw is. Ik denk dat veel mensen dat denken. Ja, ja, maar. en dan moet je absoluut vinden, hè? want dan moet je dat wel echt duiden. Ja, dat dat uw dat ding was. Ja. Want het is altijd uw mening, een recensie. Je kunt niet doen alsof het een algemeen geweten was. Maar toen kwam er zo'n hele hoop hè, dingen naar, naar, naar Karel toe. Ik weet dat Fokken er ook redelijk onverbiddelijk was. Van, hè, vrouwen haten. En, en, dat, ja. en dan heb ik, dat heb ik ook tegen hem gezegd. Ik zeg, ja, als je die eens in een boek leest, hè, Vlaanderen lacht daar over zijn, met zijn programma Helden mm. van de Lach. Ik weet niet of dat daar een vrouw in zat, maar in de boeken wel. Hè. Daar vertelt een boek over: Els de Schipper en Vele ja. maalschaart en dat soort mensen. Mm. Hij heeft ook een, een, een stuk geschreven toen Hannah Gatsby zo even heel populair werd. En, en, en dat dat zo gezegd de nieuwe comedy was. En Dan heeft je ook een aantal vrouwen aangehaald, zoals Anne en zo, dat hem ook van zei: Ja, ik vind dat die veel meer inhoudt in me. He, ja. Was zijn uitleg dan. Ja, ja. En wederom, je kunt over discussiëren of dat je dat waar vindt of niet. Maar op, op zijn minst had hij wel zo. Dat is, ik zie dat niet als iemand die dat vrouwelijke comedy nooit naar waarde neegeschat. Dus het is een beetje. Het is een beetje raar dat het zo wat misgelopen is met, uh, met die mm. rezen. En dan, ja, het volgde dan vlak na dat Gatsby-ding. Ja. Dat je ineens het gevoel hebt van. Oei, Karel houdt niet van vrouwen in ja, ja. comedy. Maar ik weet niet of dat zo is. Denkt jij dat? Nee, dat denk ik niet. Ik um, bedoel, het is een stoner. Hè? Dat zit niet... <laughs> allee, bedoel, ik bedoel, die haat niks. Hè? Bedoel, <laughs> <laughs> um... Je het naar reg, hè? hoe weer ik kan zitten. Dus hij haat alleen maar homo's Ah, uh, Sizzla! <laughs> 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 uh, <laughs> ja. Ik, ik, ja, uh. ik denk dat hij gewoon soms vergeet van. Op dit moment heb hij een voorbeeldfunctie. Je ja. zit de enige commander mm -hmm. van dit land. En je had uh, een bericht. Uh, had, uh, ik had er een heel. Uh, echt van mijn te maken van. Wat zijn jullie aan het doen? Maar hij weet de bal laten vallen? En hij heeft hem zo heel dingen gezet. Als niemand. Als je, uh, uh, als iemand niet meer door mij wil gerecenseerd worden, moet hem het nu zeggen. En natuurlijk heeft niemand in land gemoved, dat ik dacht van ja, maar kijk, ik heb hem nu nog één keer op die granaat gelegd. Want aan mij wilt hem niet meer komen nu. Je hebt hem gezegd dan kan je iemand anders sturen. Ik denk van wie ga hij naar mij sturen? Wawawawas, wat wat mm -hmm. ik niet zo erg vind, want houdt voor bekeken, heeft hem nooit gesnapt. Je snapt dan mm -hmm. ik zie het aan zijn reactie wat hij erover schrijft. Je snapt niet wat hij een show is. Mm. Um, ja, was het gevoel dat hij er niet ontsnapt. De eerste keer dat hij die show ooit zag, de allereerste, was hem komen kijken en hij stapte van het poort. en zei van, ja, het is lekker een leuke lezing. Dacht, ja, voilà, daar zijn mijn drie sterren, leuke lezing. En dan de tweede keer dat hij er iets over schrijft, daar had hij echt kwaad gemaakt. Hij zei hem van, ja, Xander heeft toch goed opgelet naar de tv-recensent van de standaard. Volgens hem heb ik heel goed bekeken gebaseerd op postenpakken van Tom Heermans in de Standaard. Oké. Okay. Ik denk van. U is uw leefwereld is zo klein, Karel, dat hij geen referentie vindt. buiten de fucking tv-recensent van de Standaard. Die haast haat mij. Mm -hmm. Die Tom Heermans heeft ineens eerste hout bekeken met de grond gelijk gemaakt in de Standaard. Die vindt dat niet goed wat ik doe. Ik denk dat ik dan wekelijks hier zijn shit ga lezen. Ik koop geen enkele krant. Ik lees alles online. Dus ik... mm -hmm. uh, en dat doet hij vaak. Weet wel, als iemand. Rebels is of grof, dan is ze toch een beetje een Alex Agnew. En is hem absurd? Het is toch een beetje Wim Helsen. Die zijn referentiekader is heel klein. Ik bedoel, gewoon mm -hmm. houdt voor bekeken. Alles noem maar niet de fucking postenpakker van de Aldi. Noem het dan de John Oliver van de Aldi, want daar is het een beetje Leentje buur bij. Yeah. Het is een beetje Charlie Broeker screenwipe. Daar yeah. is het ook een beetje Leentje buur bij. Dan mogen ze zeggen, maar. Ja, know your shit. Weet je? Ja. Yeah. Yeah. En uh, je hebt nu. Goh, we, gaan, we gaan richting een einde mm -hmm. moeten breien. Want we zijn al keihard lang bezig. Maar, en we kunnen nog hier lang Hebben bezig blijven. We die fucking lekker afleveringen halen. Godverdoen Ik zei het nog er straks Ik Hij wist het, hè? Ik, Hij, ik wist, zei het het. Nog Hij ik, wist het. Het is Cago. Dat is Cago. Ik zei er straks tegen hem. Ik zei letterlijk: zegt niet. Ik zeg de lekter is er juist een minuut over, omdat ik gewoon een edit er nog had bijgeplakt. Mm. Ik, zeg, ik denk dat Xander het niet weet, begint er zelf niet over, want dan gaan we weer moeten blijven zitten totdat daar een korter over is. Jij <laughs> onderschat de kracht van een luisteraar. Uh, weet ik het, ook, weet dat ik weet het. Ik, ik weet heb het. daarnet gezegd, voor iedere gast die je uitnodigt, is er tien man op Twitter die zegt hm, heb je gekeken naar welke publiek je eet? E is je gedacht veranderd? Mm. Dus natuurlijk, vanaf okay, de okay, aflevering okay. langs lector okay. korte <laughs> ko Korte pijnden, maar dan is het nog uh, 23 minuten. Wat? Dat kunnen we niet doen. De... Dat, dat, kunnen, we dat nee. kunnen we niet maken, dat kunnen we niet maken. tot hiertoe. Maar we komen er ooit wel eens in en hebben we dat we erover gaan, Alexander. Wie zal het zeggen? Echt, weet je wat je dan moet zeggen? Kwaliteit, niet kwantiteit. <laughs> eh? Ja, dat is waar. Gaardig. Maar wacht hè, want ik kwam nog iets zeggen, fuck, het ah. ging over, ging over um... waar zaten we? Was waar het was waar gij, Karel. We en... eindigt op Karel Michiels, wel ja. de meeste dingen in de wereld, eindigt met Karel Michiels. <laughs> Juist, dat jij zegt van, um, ja, het is he, de verantwoordelijkheid van de enige te zijn. He, degene die daar nu erover schrijft. Ik, ik had nu het gevoel, was er niet zo'n een, een, een jonge dame in de morgen die dat schrijft? En die redelijk niet heel. Allee, die zeker niet kritiekloos stond ten opzichte van bijvoorbeeld Michael van Peels, een oudejaarsconferentie. Ja. He, die, die, want die had van de Karel uh, vijf sterren. Vijf sterren. Had, ja. En van haar drie. En, ja. en zat ook zoiets van. Um, ja, die had ook drie dingen erin geschreven waar ik, ik zelf een beetje uh, ambetant van werd, omdat ik dacht, die snapte de mot niet. Ja, ja, maar weet je wat, wat ik daarvan Maar, had, weet maar wat die was we... wel kritisch op bepaalde andere dingen. En ik weet nog dat jij, Andries, toen zei van Ah, misschien is de speeltijd een beetje gedaan voor uh, comedien zo, zo brace yourselves. Zo, ja, ja. ja. ja en oh, dat is de anti-Karel Michiels, hè, degene die niet... Weet je, ik wil nog even zeggen, ik weet niks van comedy, maar ik weet wel van muziekrecensies weet ik nogal redelijk veel. Mm -hmm. En dat is daar totaal anders wij me letterlijk moeten leren dat drie sterren dat dat goed is ja. en dat je daar niet over moet zagen hè? we hebben mm het -hmm. met de Wim Bilri, met een Bart Steenhout ook allemaal morgenjournalisten drie sterren is cool man vier is enorm goed en vijf ja dan zijn we bezig over de Beatles ja. We van spreken dan zijn we bezig over Springsteen ja, ja Springsteen in, een, in uw huiskamer uh, nou een ja. speciaal moment well, ja. dus, dus, dat klinkt heel stom en, en dat, is, dat is niet bedoel als stoefrug maar mijn laatste hout voor bekeken is van alle comedians die een show uitgebracht in het afgelopen jaar het meeste gerecenseerd? Dus mm -hmm. Ik heb een recensie gehad van de Standaard, de Morgen, het Nieuwsblad en de Focusknak. Vier recensies heb ik gehad. Mm -hmm. De meesten krijgen gewoon de Standaard en That's it. Een groot deel ervan. Dat zal wel al veel zijn, ja. Dus dat was al zo van holy shit. Ja. Maar wat dat wel tof is, dat waren allemaal vier sterren. En dan weet ik van oké, okay, ja, die, die wordt wel goed gevonden over heel de lijn. Mm -hmm. Het probleem is, als je er maar één hebt, dan weet het niet en dan krijg je een rare ding. Like dat er nu uh, dat meisje van de morgen, of die vrouw, sorry... Uh, mm -hmm. uh, die ma ja, ja, ik weet niet hoe oud hij is, ik heb geen idee. Ja, ja, ik zeg nu maar de jonge dame, omdat die uit kan. Als de drie geeft aan, aan ja. Peel en Karel geeft de vijf, dan wordt er wel een balans gemaakt. Ja. Uh, en dat vind ik wel oké. Okay. Ja. Ik bedoel, uh, Thomas Smit is daar het beste voorbeeld van. Hè. De, ja, één de... sterren. Moet vijfsteren. je wel een andere naam weten trouwens? Of ja, ja, zeg mag. maar. Zeg maar. ze heet Siska Hoed. Siska Hoet. Okay, h o e t men. Oké. Ja, oké. Top. D dus ja, like, bij Thomas is dat vijf ster en één ster. Ja. Yeah. En dat is wel een. een, een uh, goed teken aan de wand. Niet van mm -hmm. dat misschien potentieel een cutshow is, maar je hebt wel twee verschillende meningen. En ik snapte die meningen allebei. Hè. Ja, 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 ja. Ik snap dat Karel in zijn Stone out waanzin-fantasie uh, zoiets had <laughs> van: Wauw, een hele voorstelling geïmproviseerd. Dat is straf. En dat is ook fucking straf. Ja. Ik snap ook dat, ik denk dat misschien nog Lief Lawijnen toe was. Dat was Lief, denk ik. Ja. Die één ster geeft aan Thomas een show, die zegt van: Goh ja, is dat dan wel een zaalshow? Ja, ja. En dat snap ik ook. Mm -hmm. Ja. Want voor de kerels die iets voorbereiden, lijkt like ja, dat... mij, is dat zo iemand die opkomt van: goh, ja, wat gaan we doen vandaag?. Is toch toch wel van: oké, okay, ik snap allebei die mening. Dat is ja, goed, ja, ja, ja. dat er diversiteit in is. Mm -hmm. Zeker. Ja, en kritiek ook. Hè. Ik bedoel, dat is iets waar we allemaal mee moeten leven. Dat je er gast er hè, je, Van ons eigen vinden we altijd allemaal dat het geniaal is. Maar mm. hè, en degene die dat niet vinden, zijn debielen die dat niet snappen. En degene die dat het wel vinden, dat zijn degene waar ik van zeg: Ah ja, tuurlijk. Hè. Ja, ja. Ik heb nooit een probleem met Karel gehad, want Karel vindt mij geniaal. En je neemt natuurlijk ook keihard gelijk. Ah, ja, dat, ja, dat, is, dat is mijn houding dan. Dat en iemand joke, dat he? dat niet vindt, is als, een debiel. Want als ze een goede recensie schrijft, is de goede recensent. Als ze een slechte recensent is het een slechte recensent. en dat is ook hetgeen dat je, dat je ook altijd in, 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 uh, je dat, een beetje in je achterhoofd moet houden. wanneer dat iemand praat over een recensie, gelijk ik en jij. Mm -hmm. We zijn ook hypocrieten. Alleen, we hebben ook heel hard een houding van. Dus, dus ik, ik, euh, en daarom wou ik nog wel even, als je over Karel begon, hem nog een klein beetje half verdedigen met dat vrouwending. Dat ik dacht, ja. ik weet niet of dat hem dat nu zo werd meende. Want ik heb hem ook wel heel positieve dingen over vrouwen weten zeggen. Hij verhaalt ja, ja. ze ook in zijn boek. En vrouwenhaterij zou ik er nou niet van maken. Ik zou het eerder een ongelukkige uitdrukking. Maar ik zit ook, meer, ik zit ook meer aan die kant dan ja, dan de dat dacht ik ook, ja, van de plakkeloos vrouwen. Ja. Bij mij is het gewoon van, doet je zou het ook beter moeten weten als je ja. zoiets schrijft. Ja, omdat het wel zo kan overkomen, Kijk, natuurlijk. heeft dat met de geubels ja. ook lang gedaan. Ja. dat is ook waar. Bij de Geubels ja. heeft hij zijn kar gekeerd, want hij was geen fan van de geubels hmm. en, die, en die heeft daar echt... Like, en de geubels noorden hem zelfs niet uit, hè, van, hij mag niet komen. Hij kocht hem zelf een kaart en schreef hem nog een slechte recensie. Hmm. Totdat hij toch op hmm. een bepaald moment beslist heeft van... Ja, ik kan dat niet maken, want die zaal gaat hier kapot. Ja. Dat is iets dat ik ook moeten leren nepsen. Ik bedoel, hmm. ik weet nog helemaal in het begin dat ik altijd zo wat bitchy was naar Wouter de Pre. Ja omdat ik dat niet snapte. Ja, er is er zelfs nog een mega aanvaring met dat ja, ja. in het verleden. zou ja, ja. We met... weet ik ook nog. Ja, ja. Nu zitten we hetzelfde ja, bureau, dus... Uh... Ja, ja. Working ja. class heroes voor alle comedians. En, um... Shout out working class uh, heroes. Uh, uh, ja, ja. Maar nu snap ik het. Ja. Ik, zeg niet, ik ga dat niet meer verkopen als dat is kut. Want ik ja, kan ja. niet zeggen dat dat kut is, maar ik heb die ook al twee keer... Ik heb nog nooit een volledige show gezien. Maar ik heb hem al twee keer tien minuten zien doen op de marathon. En dat was goed. Dat was echt essentieel goed. En ik snapte het. En zo zijn er veel dingen dat ik nu begin te leren van. Ik vind het niet goed. En had het voor bekeken, moet ik wel een kant kiezen. Maar als ja. De kampioenen zijn niet slecht. Je kunt niet zeggen dat FC de kampioenen slecht is. Want er is zoveel volk dat erop inpikt. Ja, dat is Ja, dat is natuurlijk. Dat is de eeuwige discussie met alles. Dat gaat over. Ja, als basically is er een, een, een train of thought dat je kunt hebben als, in, ja, als het succes is, dan hm. moet die het goed onzin ja. Kunnen ja, ja. zeggen. Hè? Zo de five, 50 million Elvis fans can't be wrong. Zo dat, ja. dat ding. Hè? En dan is er natuurlijk de andere, de, de andere kant dat zegt: het is niet omdat die het populair is dat het goed is. ja en daar, dat is soms een heel, een heel moeilijk gesprek. Hè? Zo mm -hmm. met, zowel met muziek, hè, hoeveel discussie is dat waar, daar al over in me gehad. Hè, dat je zegt, ja, die hits, hè. Mm -hmm. fuck you, die een eigen gelijk. En dat je dan denkt, het is toch niet omdat het hits is dat dat goed is. Mm -hmm. Er zijn ook dingen die geen hits hebben, dat ik duizend keer beter vind mm -hmm. dan dingen die hits hebben. Ik ga ja. je vermelden ook in uw boek zo. He, zo, zo vaak in het buitenland, dat jij ook zoiets hebben van de populairste comedians zijn wat mij betreft niet altijd de beste. Nee. He, ja. Ik weet dat ik mij enorm ergerde op het feit dat uh, toenmalig uh, het hoofd van, van Pia's toen, Leo van Schaik, dat hij mij voorstelde aan Greg Giraldo als This is my arena comedian. Waarop dat ik Greg Giraldo al met zijn underground uh, elitaire comedy oogen zag rollen. Van, oh god, ga ze zo'n Dane Cook of wat? Ja. Ga ze dat? Hè? Ga ze die populistische mm -hmm. moppen voor iedereen, want ik voel een arena comedy. Ja, ja. En ik stond er ook zo van. Ja, ik vind het niet tof dat je hem zo voorstelt, Want ik zit niet die met zo'n poppen, hè? Jeff Dunham, of ik zit niet die kerel. Mm -hmm. En dat is het enige dat ik ooit apprecieerde van Wim Koenen, die dat we ook allemaal kennen. Die ooit is op zo'n... Jij wordt daarbij, want je hebt toch nog een heel lang gesprek gehad met de Wim. En, te... en toen um, zei hij één ding tegen die Engelse comedians, want toen was ik aan het try-outen om in het Engels te spelen voor uh, Eddie Hazard. En dan zei hij... Die... Tegen die Engelse komieke, ja, yeah, but he's kind of, dat weet ik nog dat je dat zei, hij is kind of unique in the world because he plays for a lot of people and he doesn't have that kind of comedy. Ja. 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 En, tuurlijk voor een gedeelte wel, want ik, ik ben ook heel bereikbaar voor veel volk, ja, ja. maar ik vond het tof dat, dat ik zoiets had van, die hij wel deur, ik, ik ben niet een publiekspleaser alleen maar. Mhm. Mm ja, ja zo hè? En, en het, ik weet niet waar mijn punt eigenlijk was mee hierover. Uh, over de, de, de populaire comedies niet altijd de beste. Ja, dat dat niet altijd de beste zijn. En, en, maar in heel veel gevallen is dat ook, is dat ook vaak dat, dat is zo'n moeilijke discussie van is iets populair omdat het goed is. Of is iets niet goed omdat het niet populair is. Maar als, om hier te gaan, in ieder ja. geval stel, hè, ja. je kreeg je een talkshow, ja. hè? Ja. Je je, of je doet je, en je mm -hmm. kunt echt, best case scenario: je mag het doen op uw manier en ze zeggen carte blanche, en ja. je doet dat. Hè? Mm -hmm. En dat eerste seizoen is een mega hit. Mm -hmm. hè? En dat tweede seizoen is ook keigoed. Maar ondertussen worden jij groter en groter. Ja. Ja. Oei, heb ik echt zoiets raar gezegd? Ik denk, uh, oh, dat is mijn antwoord. <laughs> <laughs> Sorry, dat zat dat al ja, Tot dan niet. Ja. ja. Um, ja. O, 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 er is geen schrik. Allee, hoe, hoe gaat het daar dan mee om? Kun je eigenlijk, ik, ik, ik zal zo zeggen, je zit nu nog, je zit groot, maar je bent nu een, under, een, een, een cult-held, ja. underground-held. Maar eigenlijk is het al te groot voor dat, maar daar, daar kun je attitude. Is dat niet um, soms moeilijk als je ineens dat Dane Cook, of, of in zijn geval een niveau breekt dat je echt incontournabel bent? Kunnen nog altijd aan die blijven of zo? Ik, ja, ik, ik ben er wel vaak mee, mee bezig of zo, op een of andere manier gaan ze nu gaan ze bijna de, de Robin Hood van, kijk, van, van iedereen die hetzelfde voelt, maar van weet je dat je op tv al zouden kunnen zeggen ja. Ja, je mag dat niet doen, want dan zitten die mensen kwaad. Uh, ja, weet je kijk, de, sowieso ik heb altijd die regel al gehouden van ik zie wat tv doet met goede comedians. Als in dat tv, okay, tv heeft geen respect voor stand-up comedy en snapt dat ook niet. Dat bewijzen ze meerdere keren opnieuw uh, op de manier dan ze bellen naar working class uh, van. Uh, kan Wouter dan van Hills komen en zegt: Nee, is dat vanavond in de Stadsschouwburg van Brugge? Ah ja, kan dat verzet worden? Nee. Ja. Um, <laughs> um, kunnen, de, kunnen die, uh, die, die, die duizend man even hun kaartje zien? Um, vandaag? Comedians ja, die vaak met tv bezig zijn, daar verloedert de comedy een beetje van. Mm. Um, soms wacht dat publiek niet op u. Uw live publiek wacht soms niet op u. Soms denkt van, Ik heb er een jaar tv gedaan, als ik nu weer op tour ga. Laat ze maar komen. En ze zijn daar niet. Mm -hmm. um, en, en daar ben ik altijd een beetje bang van. Like zo, uh, bijvoorbeeld, de Henk, die heeft wel zo drie seizoenen vol een bak tv gemaakt. met zonde van de zendtijd. Maar die voelde wel toen te midden op het podium stond. van. Ah ja, oeh ja, dat is hier wel blijven stilstaan. En die is wel weer moeten beginnen werken aan. wat voor comedy dat wil doen en wat voor iemand dat wil worden. Dus dat zou ik nooit. Ik like, zou altijd comedy op, op de eerste plaats laten staan. Altijd, mm -hmm. want. TV is vergankelijk en een live show niet. Dat is waar. Ik heb, dat, ik heb hetzelfde daarmee. Op, ja. op TV kun je heel veel publiek verliezen. Maar een goede show is een goede show. En van een goede show komt het publiek altijd terug. Hm. Dat is één op één. Je speelt een goede show, maar je hebt het ticket verkocht in de toekomst. Ja. Op TV kun je één slechte beurt maken en je kop is verbrand voor altijd. En dat, dat, ben, ja, dat zou ik dus nooit. Graf koppers. Bijvoorbeeld, ja, oh ja. dat is zo die... die dat gaten, deed hij je veel gekost. Dat, zo, oh, dat is eigenlijk ge... heel jammer. De Geert Hosten van VTM, ja. mannen, dat is vijftien jaar geleden. Laat dat ja, niet ja. een keer los. Ja. Um, ja, of like de William, die allee, de William heeft veel Catnet gedaan, en, en zo die een bal zo stil in al van die toestand. Ja, dat, oh. comedy is dan niks. Hè. Op Catnet, ja, die, die achtjarige kopen geen ticketje natuurlijk. Dus dat, je moet wel weer voortwerken aan een comedy. De William heeft dat ook gevoeld. Dus, mm -hmm. um, en ik heb dat dus natuurlijk ook, maar... De truc, ik denk dat bij mij, bij mij is een truc ook, ik wil altijd wel voelen dat, dat het dezelfde gast blijft. Of zo. En het gemak is wel door zeven jaar podcast te doen, weten ze wie dat ik ben. Ze weten hoe ik klink, ze weten hoe ik spreek, ze weten als ze mij op tv zien, dat ze weten van, ja, dat is Dendien, die is nooit anders geweest. Hopelijk is dat met Vanavond Live ook, dat ze dat ook gaan voelen. Mm. En, en naarmate, naar waar dat mijn carrière gaat, hoop ik dat dat ook zo gaat blijven. Ik probeer me altijd in de plaats van mijn publiek te stellen. Van, hoe zou ik erop reageren, moesten ik dat doen? Hoeveel, hoeveel zoek durven aan het ticketje geven voor die gast. Ik ben daar heel erg mee bezig. Um, omdat ik dat vertrouwen ook niet wil kwijtgeraan. Mm -hmm. Wat een goede zeg geweest naar mijn echte pitch, namelijk mijn nieuwe tournee, die ik eigenlijk kwam aankondigen. maar uh, ja. dus goed. Laten we dat dan doen. Hè? Ja, dat is een afsluiter. Dat is echt een afsluiter. Mm -hmm. Oké, okay, cool. Dus jij komt een nieuwe tournee aan. <laughs> ja, dat is echt. Zender. My god. Eh, wanneer... Wat een geweldige overgang. Wanneer deze aflevering online komt, wordt de ticketverkoop gestart voor mijn nieuwe show. Oké, okay, hoe heet uw nieuwe show om mee te beginnen? De show heet Bekend en Bescheiden. Oh, prachtig. Prachtig. Ik zal u één ding vertellen. True story. De allereerste werktitel van mijn allereerste show, dat Kaboom geworden is, mm -hmm. is een tijdje in Nederland verkocht geweest. als een dubbelprogramma of een show van 40 minuten met twee andere comedians. En de mm -hmm. titel was Bescheiden. Omdat ik alles behalve was. Ja. En dat was de joke. En uiteindelijk is dat Kaboom geworden. voor een of andere. weet ik veel wat de fucking reden was. Maar nu bekend in bescheiden is wel. ja. Jij krijgt ook de vaak eh, arrogant ventje, ja. Of dat. Dus. En... Het is een titel die zo wat tong in cheek is. Want je kunt niet zeggen dat je bekend bent. En bescheiden zijn. Je kunt ook niet je eigen bescheiden noemen als je bekend bent. Ja. Dus dat cancelt zijn eigen een beetje uit. Um, maar ook omdat ik dat zo. Allee, ik, 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 ik heb wel vaak van die realisatiemomentjes. Dat ik denk van wat dat wij doen is waanzin. Ik hmm. bedoel. Bij u is dat nog op een grotere schaal. Dat je zo. Goedenavond, Sportpaleis. En hij staat effectief die vuilzak nog 's avonds buiten te zetten na die show. <laughs> dat zijn toch de momenten dat je echt denkt van, wat een, hoe, wat, leidt en ik heb dat dan ook maar in kleinere schaal, snap je? je ja. um, buiten uit een groter kot. Maar maar dat is eigenlijk, basically, er is wel niks, ik heb geen, I don't have servants, hè. Ja, ik heb ja, ja. geen... Uh, mijn en... vrouw zegt, wil jij godverdomme de garage stofzuigen? <laughs> en dat stond ik te doen. He. Dat klinkt al degoutant, hè? een garage stofzuigen. Ja, maar... Ik, ik... <laughs> dat wil zeggen dat je al een dure tegel hebt liggen, hè, vriend. De, de, nee, ik heb er helemaal geen dure tegel liggen. Maar als ik er met mijn... Met mijn uh, ik heb zo altijd van die botten aan, of zo van die hmm. beetje sneakers of combat-achtige boots... En daar blijft veel modder in hangen. En als je ja. gewend dan kraak ik nog een kloten dat je dat moet opkussen. Dus het is, de, de glamour is daar ver te zoeken, hè, Andries. Is, uh, ja. dat, en... val, dat valt redelijk hard tegen. En, en, dat is op mijn vrouw is top, hè. Ik, kom er niet, uh, ik, durf er, ik durf er ook niks verkeerd over te zeggen. Kijk, <laughs> Kent Jasmin. Um, maar de, de. Dus alleen de, waar ik nu aan. Al het materiaal dat ik nu aan het schrijven ben, is mijn eerste nieuwe stand-up in drie jaar tijd. Mm -hmm. um, Want je hebt Quarter Life Crisis net online gezien? Ja, die ook? staat in, op dit moment uh, een week online. Alright. Um, maar. Uh, uh, al ja, en ik voel alles wat ik nu aan het schrijven ben, is persoonlijker dan ooit. Alleen mijn. De eerste keer hoe mijn vader gaat erin zitten en mijn zus gaat erin zitten. En ik ga ik dingen over mm. mijn moeder vertellen ook. Omdat ik wil dat nooit vergeten waar ik vandaan kom. En die. die allee, dat ik word constant geconfronteerd met die wissel daarvan. Mensen vinden dat raar als ik op een tram zit. Maar voor een ene mens ben ik een BV. En voor een andere mens is dat wie de fuck zei, hij ja. Voor de mensen dat hij zo. die persoon zit. is dat altijd zo. wat de fuck doe je op een tram? Of zo, ja. Ja. En je bouwt je eigen talkshow. Ja. En, en gij zit daar. En Koen de Bouw zit daar. En de dude van School is Cool staat daar. En er is een hele productie rond je gebouwd. Maar op het einde van de rit stak ik wel zo in een half donker. een sandwich met tonijn laten te fretten in mijn keuken. Om mm -hmm. twee uur s'nachts. Zo van. Ja. Ik denk van, wat een, wat een rare wereld. Allee, dat, dat, dat wou ik een beetje benoemen, dus daarmee dat, dat het daar allemaal over gaat. Ja. Um, en, en het is ook de eerste keer, het zijn maar twaalf shows. Je had een première uh, maart 2020. En het zijn maar twaalf shows, maar het zijn alleen maar grote bakken. Uh, Oké. Okay. Omdat ik die... Um, de stap. Ik wil die stap maken. Ja. Uh, niet als in, ik wil alleen maar grote bakken. Nee, nee, nee. nee, nee maar uh, nee. ik voel dat ik zo... Ja. Aan het, aan het duwen ben tegen een laag dat ik door moet. Ja. En ik denk, het is nu de moment. En dan moet je durven, hè? Dat ja, is ja. ook het ding. Hè? Je moet het leven hebben om dat te doen. Hè? Um, en, ja. en ja, ik bedoel, wat ik vind aan het Sportpaleis, um, moet ik nu gaan zijn. Die vraag gaat sowieso weer komen. Als jij er tegen dat hij er staat, slappen lappen ons altijd. De journalisten bellen naar andere comedians. Zou hij graag een keer in het Sportpaleis staan? En dat ik altijd denk van, wat denkt dat het antwoord gaat zijn behalve, ja, maar daar heb ik niet het publiek voor ja dat is oh ja. Ja, dat is zoals dat je zegt van zou jij ja. niet graag veel geld hebben ja ik zou graag veel geld hebben <laughs> ja ja ja, 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 um, ja, ja. <laughs> maar zou jij van... niet over heel de wereld Louis C.K. willen zijn uh, ja alleen ik bedoel niet ja. nu na nou, de allegations <laughs> maar zo'n succes hè, zo, overal ja. waar dat hem staat dus tuurlijk like zou mijn... jij Michael McIntyre willen zijn Zou jij dat Hoe over heel de wereld een, een arena uitverkopen ja tuurlijk ja, vind jij, de, vind jij uh, het feit dat de, de Philip Goebbels vijf keer de carré had verkoopt en jij uh, de kleine komedie amper vol kreeg, uh, is, is dat iets waar je jij... ja, tuurlijk merk ik dat. Ja. Hallo. Um, <laughs> of en, course. En al, ja. al wat ik nog vanaf wou in mijn comedycarrière de laatste jaren, is dus ik wil me niet meer zorgen maken over het ticketverkoop. Ja. Snap je? Want dat, dat snap ik, dat ja. doet, na twaalf jaar deed dat echt pijn. Dat ze niet Ja, die veel kaarten verkocht. Ik denk van, wat kan ik... Sorry, ik zal bekender proberen te zijn de volgende keer. Uh, ja. En nu, dankzij hout voor bekeken, alles wat erbij gekomen is, is dat aan het gebeuren. Like die, dat was de eerste tour die uitverkocht was, voordat het hem begon. Mm -hmm. En we ook dat mijn stand-up ook weer, like die life begon weer tractie te krijgen. En mensen zeggen: kom mm -hmm. nog een keer aan de naden, maar ik kom nog een keer naar de vooruit. Ik zeg, ik speel die drie jaar, ik ben niet een klote boe. Uh, dus we gaan dat gewoon proberen. Yeah. En, en like, wat ik wou zeggen over Sportpaleis is, uh, hebt jij sportpaleisambities, Xander? Ja, omdat ik wil experimenteren met zo'n zaal te spelen. Mm. Snap je wat ik bedoel? Mm, het gaat hem yeah. echt niet over tuurlijk Snap wil ik exactly arenas, maar yeah. het is cool om zo dat te hebben van, alright heb je een arena van 13.000, 15 15.000 man, yeah. wat kan ik daar allemaal mee doen? Yeah. Snap je dat zo de dude in mij die zo wil prutsen van, van hoe zoek ik dat podium en wat voor materiaal zou ik brengen, dus yeah. ja, ik ben altijd wel nieuwsgierig daarmee dat we nu zo ja, is ben ik soms zo vreselijk blasé en Ik zie dat gewoon als ja, dat is een grote bak met veel volk. En ja. ik doe gewoon wat ik altijd doe. Um, dat, omdat... is, dat is zot, hè. Maar dat, dat heb ik niet, hè. Ik heb niet zoiets van... Maar jongen, ik ga daar dat proberen te doen. En deze, en hoe pakte zo'n publiek... Voor mij is dat dan zo, dat is hetzelfde, maar dan met kei veel volk. Mm -hmm. Alleen buiten productiegewijs nou, is dat ja. een beetje zotter. Want je moet die wel iets geven voor nog te kijken. Behalve mij in mijn... Uppie met me nog een onnozele micro, maar yeah. dat is het wel, basically. Ja, maar dat, ja. Dat, de, de charme ervan trekt mij een beetje aan. En ik dacht, het mm -hmm. is nu de moment. Uh, we doen, het is ook gemakkelijk dat er maar 12 zijn, omdat ik, kan, ik heb niet de hersenkracht om en een hard voor bekeken. en een nieuwe stand-up tegelijkertijd back-to-back -back te doen. Dan, nee. dan meet ze in de maand 12, première is in maart. en daarna zal die wel gewoon op tour gaan. Maar nu gaan we echt zo'n keer proberen. van als ik er ooit wil staan in die zaal. Dus het is echt zo. Elisabethzaal Antwerpen, het is Capitool Gent, het is Theater in Mechelen, zeg echt een bakken van 1500, ja. 2000 man. Um, en daar kan ook ook gaan, hoe dat eruit ziet en er en zo wat cachet aan geven. Het, mm -hmm. voorbe het voorbeeld over heel de lijn is John Mulaney in Radio City Music Heel schoon, hè? Ja. Um, de heel charme schoon. daarvan met ja. dat pak en wat die zaal eruit ziet. Dat is ziet. een andere show, ook, de Comeback, de is ook in een prachtig theater in uh, Chicago, zeker denk ik mm -hmm. dat hem daar staat. Ja. Uh, Kleedt hij heel mooi aan, he. bijna klassiek eigenlijk. En wat zo de look en feel is wat dat we nu gaan doen, is zo ja. Chicago jaar het 50, hoe de foto eruit ziet en hoe dat affiche eruit ziet. En ja. het is tof om de stof om uw show bekend en bescheiden te noemen en in een bak van like, <laughs> 2500 man te gaan staan. <laughs> uh, dus ja, en we gaan hem waarschijnlijk ook al daar capteren. Uh, ik wel, ja, ben, ben er al mee bezig. Het zijn mm. allemaal stapjes, allemaal kleine stapjes die ik maak. Ja. Nou, oh, wel dat deze een redelijk grote stap is, maar iedereen die hier naar lustert. Uh, wanneer zijn de kaarten verkrijgbaar? Wanneer duurder? Nu. Hebben? nu. De, terwijl dat deze aflevering dropt vanaf deze week, is, uh, de, is het een etiketverkoop gestart. Ja, ik kon zeker zien. Uh, komt, uh, koopt allemaal kaarten. Helpt Graag. Een, help een goede comedian de nodige grote stap te pakken. Want er is al veel te veel shit dat stappen pakt waar ik zenuwachtig van word. Mm -hmm. Waar ik me nog altijd niet van kan inbeelden waarom net dat gebeurt. En. Als het iets kan gebeuren dat er nog eens een hele grote bij komt, en we het wel eens stilletjes aan tijd. Dat is altijd dezelfde. Maar jij zet ook een inspiratie daarin. We hebben dat langs nog gezegd. We gaan deze eindige mek die u afzuigen onder tafel. pipi doen, dus rap. Jij. Pak dat er maar bij. Pak je binnen. Michael Jackson die. Is dus, is Drink of the Genius! Drink! Nee, nee, nee Drink of the Genius. <laughs> um, wat ik wil zijn, is, jij hebt twaalf jaar geleden zelfvertrouwen in mij gestoken. Zelfvertrouwen dat ik ontbrak. Om, om, om gewoon te doen en te durven. En, en niet zo twijfelig te zijn van ja, maar wat gaan de mensen denken? En stel dat er niemand een kaart koopt en die zaal is leeg. Um, Heb dat erin gestoken en dat is er ook nooit uitgegaan. En ik weet nog bij een van uw laatste sportpleis ben ik even op het podium gewandeld. Mm -hmm. uh, gewoon om zo even dat. Ah ja, dat moment te hebben. Tijdens mm -hmm. de show, maar weet je wel graf. <laughs> uh, van deze is groot. En yeah. weet je, dat is dat moment in Iron Man 1. Dat Roadie naar die, die prototype van Mark 1 kijkt. En ze kijkt van. Next time, baby. Ja, 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 en dat ja, ja, ja. heb ik altijd gehouden. Dus ja. van, ga ik naar het sportplein? Nee, niet. Maar dat is altijd zo. zit daar. weet dat niet, man? Dat zit daar. Dat weet dat niet. Maar dat zit daar. Snap dat? Ja, ja, zo. Ja, ja. Next time, baby. Ik ja. altijd wel blijven trouwen, We gaan er ooit wel geraken. Ja. Dus dat... Shoot for the moon and you might land on a star. Altijd ja. the words I live by. Ja. Uh, ja, een mooier einde kunnen we niet mm -hmm. bedenken. Dus, uh, Xander, merci voor weer al eens af te komen. Het was uh, uh, fantastisch. Ik heb me goed geamuseerd. Andries, uh, ja. Even tussen uh, Het record is verbroken. Toch? Ja. <laughs> Sorry, Sorry Lecter. You did it. Bang! Yes. Sorry, Lecter. Ah. Het was wel een heel ah. leuke aflevering. We moeten toegeven, Steven de Grazer was tof, maar. Yes. Xander is terug. Number back on top, baby. Ja. Zo zie je maar. Als je deze kunt, dan is een Sportpaleis niet onmogelijk. Is er genoeg content van mij op het internet? Dat is de vraag. Holy ja, shit. Er is wel genoeg content vandaag. Tegen, deze was het. Tegen mij zijn ze niet meer beu, jongen, dat had dat echt gezien. <laughs> dus in een zaal en vijf vanavond live zijn ze zeggen: Fuck you, gast mijn je zever. Ja, man. Nee, die gewoon in die beuzen. Ik ben er zeker van, want ik ben jou na al die jaren nog steeds niet beuken. Aangezien een hele kleine fracties dat Ja, wel. maar dat zijn zo'n leuke fracties. <laughs> Kom, moet de... dan maar naar het toilet. Oh, uh... for fuck's sake. Uh, <laughs> ik probeer dat hier mooi af te ronden en dat we het hier kapot geschoot. We hebben een record, langste aflevering ooit. Yes, verbroken. Sorry, Xander de rijken onbetwist op nummer 1. Yes. Dit was Welcome to the AA. Uh, ik was Alex Hagdu, dat was Adries Bekkers. Dit is uiteraard Sander de Dijk. Zijn show loopt nu koop tickets. Ga kijken naar bekend in Bescheiden. En tot de volgende keer later's bitches. <laughs> ik moet Pipi doen. The first step on the road to recovery is erkennen dat You have a problem. Welkom. AA. Ah -ah, ik zend hier alleen voor de zorg! Als het ergens over moet gaan. Zend de beste! Na de feest! Slimmer the... Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.